Welkom bij een motherfucking nieuwe aflevering, episode van motherfucking Rookworst. De zondag, we zijn er weer. We zijn aan het chillen. Ik heb aan mijn rechterkant rechtstreeks uit de TBS-kliniek. Rechtstreeks uit... rechtstreeks uit de top 600. Mario Cash! I see. Je bent er? I see. Welkom man. Je hebt Svennes meegenomen. Ja toch? Pak een Sven. Zijn. Je bent er? Ja man. Ja? Anders. Welkom man bro. Thanks man. QMB. Ja toch. Fakka. Fa. Rustig met jou bro? Ja lekker man. Eindelijk. Je had me al gecheckt toch dat je... Dat vind ik master man. Ja toch. Ik vind het tof als mensen zeg maar... Als ook zeg maar mensen zeg maar, die soort van in dezelfde scene zou zitten, zeg maar, soort van kunnen herkennen wat je aan het doen bent. En tegen jou kunnen zeggen van joh, dat is hard wat je aan het doen bent. Ik wil ook langskomen. Ja. Ik heb daar altijd zeg maar, een soort van extra love voor. Maar jij bent sowieso iemand die veel dingen checkt toch? Ja, sowieso qua muziek sowieso, maar ik check niet zulke dingen echt, maar ik vond dit wel lauw, je weet wel. Maar je bent wel iemand die gewoon zeg maar, je bent met je telefoon bezig. Ja. Gewoon dingen shit checken gewoon. Ja, eigenlijk wel joh. Heb je TikTok? Ja man. Ik heb dat niet, maar heb jij TikTok? Je moet een TikTok hebben man. Ik heb dat niet, heb jij TikTok? Wel die motion. Weet je wat het is? Veel van die mannen van nu, die vinden TikTok gay. Je weet toch, als je het hebt, ben je in een party, ben je in een flikkertje. Maar eenmaal je in die scene zit, moet je het hebben. Hmm. Dus we hebben nu ook een TikTok aangemaakt voor Heartbeat Studio. En het gaat nu lekker, het begint nu een beetje lekker te lopen. Je weet, we zijn nu bezig met drip aan het checken van artiesten. Zes. Dus we hebben een TikTok nodig. Als Rookworst heb ik ook een TikTok. Alleen als ik zie mezelf niet zeg maar, op TikTok zeg maar, scrollen of zo. Zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb het nog nooit gedownload ook, man. Maar het moet wel daar zijn, man. Het moet wel zijn, hè? Rookworst, het moet naar buiten. Je moet jezelf promoten, toch? Kan je het is niks verkeerds aan dat je jezelf promoten. Kan je checkies fixen op TikTok? Geen idee, man. Het is nu zondag. Twee dagen geleden was het vrijdag de 13e, man. Dat soort shit laat mij altijd zeg maar, nadenken over bijgeloof en zo. Maar geloven jullie in bijgeloof? Nee, man. Niet? Helemaal niet? Er is maar één God gewoon, je weet toch. Oh. Jij, Oculus? Nee, niet per se, man. Je gelooft niet in... Niet per se. Jij, Kees? Jawel, sommige dingen. Zoals? Als je ogen trilt of zo. Ja. Dan weet je dat er iets... Ja. Ik heb ook een puistje nu. Ik heb een puistje nu, zeg maar. Een soort van puistje op mijn ogen ook. Ja, ik weet niet precies wat dat betekent. Maar als je een puistje op je billen krijgt of zo, dan weet je dat iemand zwanger is. Toch? Nee, bij mij. Anti zegt dus bij oog. Bij oog? Oog, ja. Als je puistje krijgt, geen oog hebben. Die puistje op billen is andere dingen. Nee. Wat is dat? Steenpuist toch? Is ook dat. Dat is misschien anders. Nee, meestal een steenpuist bij je billen of ja. Iets. Ja, gewoon ergens daar. Ja, dan. Ja. Jij gelooft in bijgeloof? Ja, maar ik heb zware bijgeloof, man. Net vroeg die mannetje van geluid al waarom ik dit aan het doen ben, toch? Ja. 8:30 heb ik betaald. Tot 8:30 heb ik betaald. Ja. Een keer betalen. Begrijp je? Mm-hmm. Bij mij, mijn geloof is, je kan niks laten staan. Dus geen... Het is nu dat ik ga moeten betalen weer, mm-hmm, voor, we zouden al lang moeten beginnen. Ja. Dus nu zit je in mijn geld toch? Zeg. Begrijp wat ik bedoel? Zeg. Dus mijn bijgeloof is echt, pak alles wat je pakken kan man. Ja, ik weet niet of dat een bijgeloof is, maar bijvoorbeeld wanneer ik klaar ben met drinken, neem ik dit mee. Dit is 15 cent, statiegeld. Ja. Nee, maar die matjes van mij die zeggen, je bent gek. Broer, ik vergeet niet waar ik vandaan kwam toch. Ja. Dus ik geloof altijd dat je terug kan vallen. Ja, maar ik denk dat het meer een mindset is. Het kan een mindset, dus dat, ik weet niet, mijn mindset is pap man. Ja. Dus bijgeloof erbij, weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. Bij mij één bijgeloof. Niet zeg maar vrijdag de 13e denk je niet van ik ga vandaag, nee, blijf thuis. Nee man. Of dat soort shit. Of, nee, wat is nog meer bijgeloof? Bijgeloof, achteruit, nee, met je achterkant. Achteruit, als je achteruit naar binnen. Ja toch, na 12 uur moet je met je rug naar binnen toch. Ja. Ik dacht naar 11 altijd, die man. Bij jou, bij jullie is bij 11. Toch? Mm. Bij die antis is 12 uur toch? Mm-hmm. Ja. Maar jullie hebben er helemaal niks mee? Niet echt, man. Je hebt nog helemaal geen ene dat je denkt van, weet ik veel, een zwarte kat oversteken. Of gewoon, zeg maar, van dat, weet je wat ik bedoel? Hebben dat helemaal niet? Ja, met die deur soms denk ik van, laat me het wel doen. Nou. Ja. Ik weet niet waarom. Ja, soms. Lopen? Maar dat heb je geleerd soms, van je ouders waarschijnlijk. Ja, toch, van mijn moeder. Ja, toch, maar mee... soms wel, soms niet. Ja. Wat is je afkomst, Kilos?
Ik ben half Surinaams, half Iraans, man. Half Iraans? Ja, ja. Zie je die man's haren niet? Fantastisch, man. Ja, man, die voetballers die streten naar voor dat, toch? Die willen die streten hebben. Gewoon, meneer, hoe kom jij hier, man? Ik kom stijlig vandaag. Ja, man, met die band, ik weet het, die kap. Wacht, straat. Hoe kom je daar? Maar Surinaams, Iraans? Ja, man. Hoe, leg uit, man, bro. Je ma is Surinaams? Mijn ma is gewoon Surinaams. Ja, en je pa is Iraans. Ja, toch? Gek, man. Dat had ik helemaal niet achter je gezocht, man. Wat dacht je dan? Als ik zou zeggen, gewoon. Wat... Kabo of zo zou ik zeggen. Ja? Ja, nee, man. Nee, man. Mos, toch? Mos. Oh, Mos. Wat is Mos? Kabo. Mos is zeg maar, Kabo zeggen dat net als zwaar. Stel je dat? Ja. Ja, man. Dat is Mos. Maar jullie komen heel weinig in contact met Kabo's, kan ik me voorstellen. Man. Ja, man. Dacht er zijn weinig Kabo's. Weinig. Heel weinig Kabo's. Ja, man. Rotje niet, man. Ben je wel eens naar Iran geweest? Nee, man, nee. Nooit? Nee, dat wil je wel. Jawel, ooit. Ja, toch? Ja. Gek, man, Iran. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar, heb je zeg maar, dingen dat je soort van hebt geleerd zeg maar, van de cultuur? Of dingen die je meeneemt van de cultuur? Of... Niet echt per se, man. Familie die je checkt? Of... Niet echt per se. Ik heb hier weinig familie, man. Gewoon mijn pa en mijn oma. Gewoon hier, maar de rest is gewoon daar ken ik niet, zeg maar. Dus ja. Nooit maar er zijn wel mensen daar. Ja, ja. Ja, precies. Van mijn kant, maar... Misschien heb je zomaar raar als de grote stuk grond daar, je weet niet eens. Ik weet niet eens. Misschien wel, man. Raar. Blakke, jij bent Surinaams? Ja, man. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? 19, man. Ja? 19. Ook allebei jullie zijn even oud gewoon? Ja, man. Jullie begonnen toen jullie toen was, maar jullie waren echt 15, 16 toen jullie begonnen dan? Ja, toch? Ja, toch? God damn, man. Gaat snel, hè, bro? Ja, man. Die mannen zijn gewoon nu mannen gewoon. 16. Schulden aan het betalen. Jullie hebben gewoon rekeningen en zo nu. Hoe gaat dat, man? Hoe gaat het wel met de rekening? Ja, gewoon, hoe gaat het zeg maar, als je 18 wordt en die dingen beginnen te komen, je moet dingen beginnen te betalen, je moeder begint te kijken naar jouw stijl van vakken. Weet je toch? Ga je nog wat doen? Of, ja, weet toch? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, maar wel, ik weet niet, het was wel al een beetje, we zaten al erin toen we net 18 werden, dus ja. Ik weet niet. Je was al money aan het maken, zeg maar gewoon. Een soort, ja eigenlijk. Ja. Soort. Maar ze waren gewoon al erin, je weet toch? Het is niet jong van... erin. Hoe bedoel je? Ik weet niet, bro. Je ouders bedoel, zeg maar, ze waren er al in? Nee, ik bedoel gewoon dat dingen van je rek afgaan en zo. Ja. Je weet toch, dat was niet echt en dat je maar zegt van, precies, wat jullie hadden als jullie waren daarvoor al money aan het maken en zo. Ja. Ja. Je mag geen rekening, toch? Pas wanneer je 18 jaar bent. Je nee, maar hij zegt van, ga je nog wat doen en zo, dat je moeder dat zegt. Ja. Ja, maar op een gegeven moment was die rap, ze zag al die clips, ze weet al, we maken gewoon pokus, man. Ja, precies. Dat ze weet niet precies wat of hoe, maar ze ziet. Heb je ouders nooit geklaagd zo van, ga je iets anders doen? Wat rap je? In het begin misschien, toen we niet echt gewoon... Toen je alleen nog pokus kon laten horen aan je moeder toch van... Kijk, dit heb ik gemaakt. Ja. En dan bijvoorbeeld, je maakt pokus, maar je gaat niet naar scoren. Juist. Maar je ma gaat zeggen van... Fuck, maar jij weet al van vriend, ik ga pokus maken, ik ga pokus maken, ik ga pokus maken. Je blijft het druk, maar ze ziet nog geen resultaat toch? Precies. Misschien is gewoon normaal, zeg maar. Zij denkt van, bro, wat ga je me zeggen? Ga je ook rappen? Of, en jullie zitten nu niet meer op school of zo, toch? Of jullie hebben geen... Nee, man. Geen... Nee. Wel school af voor me? Wel school, ja. Maar dat is nee, man. Ook niet? Nee, man. Nee, daarom, mijn ouders, mijn ouders wilden sowieso graag dat ik diploma's ging halen. Maar mijn ouders zagen al van, het werkt niet met die jongen op voetbal. Het werkt niet met die jongen op hier. Het werkt niet met die jongen op school. Was je talent? Was je een talent met voetbal? Ik kon sowieso balie. Maar je was niet precies zomaar... Hij lag voor zomaar, bro. Maar? Dus je weet toch, dus mijn... Ouders hebben mij wel gewoon gesupport vanaf de eerste dag. Je weet toch van, eindelijk die jongen kan iets. Mijn vader zegt ook tegen mij van, bro, je weet toch, ik heb je gewaarschuwd, je hebt geen diploma en zo. Dus zorg gewoon dat je weet toch, dat je het laat je doen. Moet nu extra hard grinden op dit, zeg maar. Ja toch, hij zegt gewoon van, focus gewoon op één ding, je weet toch. Ik heb alle love gekregen vanaf dag één wel, man. Ja, alle steun gewoon gekregen. Ja, man. Ja. Dat is wel gek. Ik heb daar echt voor moeten struggelen, man. Mijn moeder ging altijd tegen mij zeggen, kon je rap? Kon je rap, wat rap, weet je dat? Maar logisch. Ouder dan zijn moeder, dat zijn hun ouders. Ja. Ja. Onze generatie is toch wel anders dan deze man in generatie. Ja. Maar waarschijnlijk is je moeder in de 40. Ja toch. Ja toch? Onze moeder is al in de 50 naar boven. Ze is 70 wat gaat, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is toch wel die andere, kloof, ja, andere mindset ook. Ja, toch wel anders, ja. Waarom gingen jullie rappen? Ik weet niet eens, man. Gewoon... ging gewoon rappen sowieso al. Ja.
Dus voordat ik deze man kende, ging ik R-rappen, zeg maar. Maar breng me naar die moment dat je, ook... van, je zag een clip. Of weet ik van, je zag, weet je, jouw maat die ging rappen. Of wie, door wie was dat je echt iets van, oké, nu ga ik ook een verse schrijven. Gewoon, ik denk die New Wave en zo, Ronnie en zo. Die shit, ja. Dat was, ja. Van, het kan, toch? Het kan. Precies. Waarom niet? Ja. Je zat ook in die clip, toch? Volgens mij, toch? Ja, toch, die ene van... Van Turk? Ja, toch? Juist, ja. Toen zag ik al, toch, zeg maar, die boys soms af en toe raar bij Koperwiek. Zie ik gewoon Ronnie opeens en ik zie meisjes op hem afrijden, kleine wijze jongens, dat komt naar mijn score. En ik weet niet wie die guy is, maar het is nu, ik check gewoon nu, ik vind die pokers gewoon hard. Ik zie het, het zijn gewoon jongens die gewoon ook gewoon van dezelfde plek komen, dezelfde dingen, ik weet niet, doen, maar gewoon, je weet toch wat ik bedoel? Ja. Het kan gewoon. Het kan, op een gegeven moment, die new wave ging hard toch? Wat toen waren wij net misschien, ik weet niet, 13, 14 en toen begon ik naar IJsselmonden, was ik verhuisd. Toen leerde ik hem kennen, toen gingen we al gauw waar samen focus altijd, Capelle man. Maar je ging van Oost dan ging je naar, naar Zuid. Maar wij waren wel die zeg maar wel altijd echt soort wouden rappen. Ja. Dus soms hebben we een pokoe met z'n allen, voor de grap, maar altijd was het wel wij twee zeg maar. Serieus, vanaf het begin wel het duo. Ja. Ja. Dus boys gingen jullie meer gewoon van joinen, gewoon van als die mannen studio zijn gaan we ook. Zo, ja, we waren wel altijd wij twee, voordat we pokoes online hadden niks. Wie had die eerste studio gefixt dan, bij wie gingen jullie eerste studio? Riley man, shout out naar Riley. Maar is man. Dat echt de eerste studio? Is dat echt de eerste keer? Niet de. Kan best hè. Het was wel dat we echt meer pokus, dat we echt gingen tapen, een beetje leren tapen, beetje, je weet toch? Logic. We zijn wel eerder in de studio geweest, zeker, je weet toch maar. Gewoon een boy, schuur, oude Osso, matrassen. Ja, precies. Niemand woont in die Osso, zolder. Gek, ja gewoon. Alleen MacBook met Logic en USB mic. Shout out Riley. Shout out Riley man. Ja. Door wie ging jij dan rappen, Blakko? Je weet toch, muziek zit sowieso bij mij een beetje in de familie, je weet toch, dat sowieso al. Mm-hmm. Gewoon voordat ik überhaupt... Wie doet nog meer muziek in je familie dan? Mijn zus kan heel goed zingen. Bekend ook, zeg maar? Of... Nee, niet bekend. Maar gewoon, het is toch gewoon het runs in de family gewoon? Sowieso, ja toch, mijn pater. Hard. Je weet toch. Hard. We waren allemaal een beetje... En gewoon later, je weet toch, later... Ik weet niet, gewoon creëren man, vooral door muziek checken en zo op YouTube, je weet toch. Maar die eerste keer, hoe, door wie, waarom dacht je van ik ga poko maken? Waarom ik echt dacht, ik ga poko's maken? Is gewoon, ik zweer, is echt niet voor het doekoe of zo. Ik zeg je gewoon eerlijk, toen ik klein was dacht ik wel van, is wel lauw man, als iedereen je kent en zo. Je weet toch, toen ik klein was. Gewoon eerlijk, je weet toch. Niggas 19 toen ik klein was. Hè. Ja, toen ik klein was, ik was klein. Nee, ik was 13 jaar. Ik hoor. Het ziet toch allemaal leuk uit en zo, je weet toch? En die boys van de buurt, je weet toch? Sinds ik zag gewoon dat die boys ook zeggen tegen mij van, bro, je bent wel hard, je weet toch? Ja. Ik krijg geen andere complimenten of zo, maar wel over rap. Precies. En ja, dus die boys bleven. Dat is heel interessant wat je zegt, man, bro. Ja. Want dat is voor mij precies hetzelfde geweest, zeg maar. Van als waar wij vandaan komen, denk ik. Het is moeilijk zeg maar, soms om complimenten te krijgen over iets wat je doet. Of, zeg maar. En inderdaad, wanneer je zeg maar, dan een soort van die eerste compliment krijgt over iets, dan weet je soms niet eens. Ik wist helemaal niet eens hoe ik ermee om moest gaan. Ja, ben ik echt goed in dit? Zeg maar, ik weet nog, ik kwam hem laatst tegen, deze meneer Ali. Ik kwam hem toevallig tegen in een Mercedes dealer. En ik had daarvoor ook al over hem gesproken in Rookworst. Maar wie, is meneer, wie is meneer Ali? Een leraar van mij. En die man was de eerste man die tegen mij zei van, joh, je kan worden wat je wilt, man. Weet je kan gewoon, je kan doen wat je wilt. Als je gewoon gelooft in jezelf, dan kan je gewoon worden wat je wilt. Mm. Door hem ging ik ICT-dingen doen, zeg maar. En wat je zegt is heel powerful, toch? Omdat, ja, ik weet niet. Dat is niet, zeg maar, een soort van een standaard ding in de hoed of zo. Dat mensen jou, zeg maar, steunen of, zeg maar, of complimenten geven over wat. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, toch, sowieso. Sparen. Begrijp je wat ik bedoel, Sven? Nee, maar bij ons was het altijd al mijn compliment over je, die vloog over je oren, man. Ja. Van die oudere gasten, begrijp je? Die gingen je steunen. Mm. Ik heb bijvoorbeeld een motor leren rijden. Op bluff. Begrijp je? Die mannen, kan ik ook een rondje? Ja. Kan je erop? Tuurlijk. Ik zeg ja. Tuurlijk. Maar ik kon niet schakelen, niks, nee. Man. Maar ik keek wel. Ja. Ik wilde altijd bijvoorbeeld... Dat als jij degene was die op die motor rijdt, de man van de buurt bent. Je weet, je bent de man van de buurt, trek wie liggen kopen. Kom, denk ik, man. Ja. Wilde ik jou zijn, man. Ja. Dus ik ging je bestuderen. Ik wilde ook altijd shy zijn. Shy deed bepaalde praktijken toen we jong waren.
Begrijp je? En ik wilde hem zijn. Hij was jong onder ons. Hij was 17, 16. Maar zijn game was heavy. De enige young boy in al die mannen die goed ging bewegen. Snap je? Mm-hmm. En ik, wat hij zegt, ik was ook jong. Ik was klein. Ik was, hoe oud was ik? 8 jaar oud? 9 jaar? Ja, 10 jaar? Hij was misschien, hij was tegen die tijd was hij 15, 16. En je hoort shy dit, shy dat. Ik ga kijken wie shy is. Hij is een young boy. Check shy trip. 16 jaar oud. Dat ding was 19, niet eens, helemaal zin. 1993. Maar loop fully Gucci. Stel je maar voor mij, ik wist niet wat de fuck dat Gucci was. Ja. Gucci, die dingen dat interesseren me tot de dag van vandaag niet. Begrijp je, nu ben ik een beetje in de game, dan koop ik een paar dingen. Maar die dingen daar interesseren me niet. Maar hij was al fully Gucci. Hij deed die ding way back. Jaren 1993, 94, snap je? Kijk naar Shai. Shai de Riba Hassel kon, joh. Shai was degene die me 10 gulden ging geven om patat te gaan halen en cola te gaan halen. Restgeld mag je houden. Restgeld? Geen kouden. Dat mag ik houden. Ze vroegen hun restgeld, maar ik breng die patat, ik breng die kola en ik ren weg, bro. Ik heb moeite gedaan, maar het is mijn hassel, man. Dat is wat ik je zeg. Ik pak alles wat ik pakken kan. Snap je? Ik heb je niet genakt. Ik heb gewerkt voor je, even, om iets te gaan kopen. Ja, no. Dus nu kan ik mijn eigen patat. Ik wil mijn eigen beloning pakken. Maar waarom niet meer? Dus ik ging voor iedereen dingen kopen. Moet je wat drinken? Moet je wat eten? Ik ga voor je halen. Zo misaki, zo bras in de demisaki. Die restgeld komt in mijn zak. Ja, tuurlijk. Begrijp je? Ja. Breng me terug even naar die Hopi Boys tijd, man. Want dit is hoe je nog jonger dat was, is, zeg maar. Dat hoort allemaal erbij, Mattie. Ja. In dit verhaal, begrijp je? Van hoe wij in de buurt, hoe wij zijn opgegroeid. Is precies dat. Jij geeft je tientje. Of Oerien geeft je een tientje. De rest hou ik. Ze weten van dat ik de rest hou. Ja. Maar dat is die love van ze zien van, hey, deze man wil werken voor zijn pap, ja. Je weet toch. Ja. Dus ze zien die movement ook. Ze gunnen dat ook. Maar ik ging ook naar iedereen kijken. Dus leren van iedereen. Die deed dat de beste, dan wil ik die. Die hustle de beste, dan wil ik die. Begrijp je? Ja. Dus verbeteren. En hun gaan je ook pushen, ook complimenten. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt als je zegt van, je hoort dat niet in de hoed. Of in de buurt hoor je niet van, die mannen geven je complimenten. Bij ons is anders toch? Waarom? Rotje is ook een beetje anders misschien, snap je? Hoezo? Wat is anders? Je ziet zelf hoe hij zegt van dat hij die dingen niet vaak hoorde. Jij hoorde die dingen wel vaak. Zo zie je gelijk eens anders. Nee, maar die, kijk, die motion, jullie buurt was lid, man, bro. Jullie weten wat ik bedoel. Ja, maar wij zagen niet de. En ik had het ook meer, zeg maar, gewoon, ik had het ook meer zeg maar, vanuit complimenten vanuit huis uit. Dus, zeg maar, vanuit je ouders, vanuit je omoe, of vanuit je brada of je zus. Of begrijp wat ik bedoel? Zeg maar, gewoon daar had ik het eigenlijk meer over, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Bij jullie was het, zeg maar, dat is die Tori. Ja. Jullie blok was lid, als je weet toch? Ja, thuis kreeg je niet echt die compliment van, hey, je doet het goed op school, of je doet het goed op voetbal. Ja. Zodat je weet. Maar wel een ander soort compliment misschien, maar niet in die. Je moet die vertaling, je wordt gecomplimenteerd, maar je moet het zeg maar vertalen. Ja, jij moet weten van dit is een compliment. Dit is een compliment. Dus zeg maar, soms kan een compliment. Hij moet je bij de kooi van mama. Dat is, kan dat, zeg maar. Begrijp wat ik bedoel? Ja, want normaal zouden ze het zeg maar soort van met boze gezicht zeggen, maar nu zeggen ze het lachend, zeg maar. Ja, ik zeg maar iets raar, zeg maar. Ja, en dat is niet erg ook. Je kan ze niet blamen, omdat het is ook niet met hun gedaan. Begrijp wat ik bedoel? Dus hun weten ook niet hoe ze dat met ons moeten doen, zeg maar. Wij die nu zeg maar ouder zijn. Ga je ook doen? Waarom aan de grootte van het land? Omdat je. Hier heb je meerdere culturen dan Curaçao of Suriname bijvoorbeeld. Snap je? Dus dan is het toch wel anders toch? Dus hier zijn we meer meegaand. Ja. Dan, je ziet meer, zeg maar. Ja, je ziet meer, begrijp je? Dus je leert van meerdere mensen. Je leert van deze man, Irakees. Ik zou nooit zeggen dat je Iranees. Ja. Je weet toch? Ik zou dat nooit zeggen. Nee, man. Ja. Snap je? Ja. Het is niet. Het is geen makkelijke combinatie. Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja, maar dus, dat is toch wat ons zo open-minded maakt. Zeg maar, omdat wij zeg maar. Ja, toch. Omdat wij zeg maar, weet ik veel wat je zegt, weet ik veel. Verschillende culturen. Ja, verschillende culturen. Je kan een klein beetje halen uit, zeg maar iets uit de christelijke geloof. Je kan een klein beetje halen uit wat mensen in Turkse eten bijvoorbeeld, zeg maar. Je kan een klein beetje halen uit wat van Curaçao wat jij tof vindt werken of jou. Je kan een klein beetje halen uit Suriname van, oh, weet ik, misschien wil ik ook wel wat hier doen. Je kan een klein beetje pakken van Mexicanen, weet ik veel, van Santo Domingo, veel bananen. Waarom eten ze veel bananen? Zeg maar, je kan Chinezen, hun gezet, elke ochtend zijn ze 7 uur met 300.000 mensen zeg maar, op één plein yoga aan het doen. Je kan dat je dit zegt, kan ik ook
met een betere uitleg komen. Ja. Precies met kinderen, met groenten. Ja, ja. Nee, maar mijn kind eet geen groenten. Zo eet jouw kind geen groenten. Want jij geen groenten eet. Jij eet geen groenten of jij kookt geen groenten. Ja, begrijp wat ik bedoel? Ja. Als je een kind elke dag die groenten laat, die broccoli laat eten. Op een gegeven moment die smaak pupillen. Ja, of weet ik veel. Die wennen eraan. Ja. Gaat wennen. Ja. Begrijp je? Ja. Die, mama, mag ik broccoli? Ja. Mijn dochter, chest, hoe zeg je, snackt. Ja. Met paprika, bro. Bij mij ook, die kleintjes ook. Vies. Ik denk, wat is het voor Terry, man? Die shit stinkt, man. Is goed voor ze, toch? Cheers, ja, cheers een paprika, bro. Is gezond. Ik denk van, hoe? Is beter dan snoep. Ja. Die Tori heet snoep, snoep, paprika. Ja, die dingen, snoep. Maar zo meteen ga je dat ook weten. Is beter dan cracker en al die dingen. Ja. Ja, dus dat dan, man. Maar Hoppy Boys tijd. De legendary filmpje die op YouTube meerdere miljoenen views hebt ontvangen. Ja, man. Dat was daar een legendary. Wat zeg je ook weer daar zo? Heleboel, man. Ja. Was ik jouw leeftijd. Nee. Jonger zelf. 16, 15. Ja. Was je 15, 16 daar? Ja, man. Je had gas voor 15, 16, er waren bro. Twee. Ja. Je had super veel gas voor 16. Ja, man. En ik ben er niet trots op. Maar het is de omgeving die ons zo heeft gemaakt. Begrijp je? Toen ik 9 jaar oud was, heb ik mijn eerste doden zien vallen. Ja. Die dingen voor je? Voor me, de trappen al, Mati. Het ding gebeurt, ik ben hier, dat ding gebeurt daar. Begrijp je? Ik ga er nog naar kijken. Mijn tante roept me naar binnen. Zonder dat ik weet, ik zag die man liggen, alles, maar ja. Ik wist niet dat die man dood was, maar ik hoorde wel die geluid. Ja. Ik zag ook mensen rennen, gewoon ja, die motion, dat er iets gebeurd is. Mensen lopen van, ik heb zo'n ring. Je kon niet eens met een dunne ring lopen daar. Want die man, hij kan het gewoon van je pakken. Netjes afpakken. Begrijp je gewoon, hey, geef me je ring. Met een gun of met een mes, geef me je ring. Maar dat was niet de way. Van netjes afpakken, want dat heeft hij al gedaan. Dus wat doet hij? Hij pakt zijn mes, hij haalt hem eraf en hij zet die vinger met die ring in zijn zak. Dus dat allemaal hebben wij meegemaakt. Snap je? Figo, en deze verhaal, iedereen weet het van de buurt. Ik ga die man zijn naam niet noemen. Hij heeft nu wel TBS, hij zit nu jaar of was, maar dat was die. Dat is wat ik je zeg over die. Maar niet daarvoor. Fouten. Nee, voor meerdere dingen. En zo'n type persoon zag mij als zijn zoon. Snap je dat nu? Dus nu. En jij zag jij die persoon als een vader ook? Dat is ook een belangrijke vraag. Kijk, ik zag hem. Ik vond het dope dat hij dat zegt. Ik vind het heavy alles. Ik vond het heavy alles, maar diep in mijn hart weet ik dat het ook verkeerd is. Snap je? Want ja. Kijk, er zijn mensen die dingen doen voor het oog. Maar dit was een type gast. Je hebt sadisten, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Hij is gewoon een sadist en hij leefde voor dat. Ik heb nog steeds lof voor hem. Laatst ging ik nog over hem praten om iets voor hem te sturen of om bezoek zelf te gaan. Snap je? Ik heb fucking veel love voor hem omdat hij die love ging showen. Wat ik je zei. Hun showen die love. Bijvoorbeeld, kijk, dit is mijn zoon. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, voor dat, het blijft een mens, maar zijn daden respecteren die, maar ik heb het wel meegekregen. Ja. Begrijp je? Dat, wat je zegt is dat die dingen jou gevormd hebben, zeg maar, op een bepaalde alles, manier. Ja toch, ja toch. Dus als je bij me geen fucking... De enige weg dat ik ken is... Geweld. Ja toch, is geweld. Is je pijn doen, man. Ja. Is je gewoon pijn doen. Ja. Maar... Hoe oud ben je nu? 36. Ik dacht altijd dat ik 35 was. Ik wil 35 blijven. Blijven, ja. Ja, man. Ja, 36, man. Je bent nog jong ook, man. Ja, ik zie jou altijd als de Dame Dash van Nederland, man. Zo. De Dame Dash, de... Zijn compliment wel, maar... Goh, je bent een hosselaar toch? Wat je zegt, wat je net zei, van ik probeer altijd alles te pakken. Ja. Pakken wat je kan pakken. Die feeling heb ik altijd. Zeg, en niet met stelen of wat. Nee, niet gewoon hosselen. Gewoon hosselen, ja. En alles wat A en B combineren, zeg maar. Of ja, hoe de linken aan elkaar. Weet je wat ik bedoel? Linken, honderd. Ik heb deze man nog nooit zeg maar, gezien aan zo'n chilling. Dat je aan het chillen bent. Begrijp wat ik bedoel? Je bent altijd bezig met bellen, met iets. Zeg. En ook een keertje... Ja. Dat we elkaar tegenkwamen bij Curaçao Airport. Zaten we in diezelfde vliegtuig, wisten we volgens mij niet eens. Klopt, man. En iemand zou me komen halen. Die persoon was te laat of zo, had deze man me gebracht. En
Ik weet niet, man. Stop die order, man. Weet je dat, was je vergeten? Ja, man. Was je vergeten? Ja, man, nu herinner ik me weer toch. Ja, ik was helemaal met je naar huis gegaan, goed te komen. Ja, man. Waren te laat, want ik kon je niet. Iets was gebeurd. Ja, je moest eerst met me mee. Ja, man. Sesua. Ja, man. Je bent vergeten. Ik weet wel dat we samen waren in de vliegtuig. Ja. Airport. Airport. Ja. Ja, daarna ging ik met jou. Sesua. Had je me daarna gebracht? Ja, man. Beraberaru, man. Maar dat is Chintori toch? Is normaal. Ja. Begrijp je? Ja. Dat zou ik ook met iedereen hebben gedaan. Ja. Waarom met deze? Wat kan je jonge boys leren over het straatleven, man? Over al die shit wat je net allemaal. Over die filmpje. Over die lifestyle van dat filmpje van jou. Nu, als je terugkijkt met 36 jaar, met kinderen. Ja, dat was ik, man. Ja. Dat ben ik nog steeds. Maar nu zeg maar, denk ik ook, ik denk na. Ja. Ik deed alles impulsief. Snap je? Maar is ook dat buurt dat je bent gevormd. Maar de advies dat ik de jongeren geef, is als je in die gangster shit wil zijn, of wilt leven, is er maar twee uitwegen. Je weet al, dus uitweg één is de graf. Mm-hmm. Uitweg twee is gevangenis, man. Ja. Sommigen in die gangster shit hebben geluk. Mm-hmm. In de zin van dat ze door blijven leven of niet vast komen te zitten. Ja. Sommigen hebben ook geluk dat ze die pap maken, maar dat ze niet bij hun familie kunnen zijn. Ja. Of het een geluk is of een ongeluk is. Ja. Want je kan niet bij je familie zijn, want als je hier bent, kunnen de mannen van de straat noemen we politie. Maar er is wel blaadje. Er is wel blaadje, maar de mannen van de straat willen je hebben om achter slot en grendel te zetten. Ja. Maar er zijn ook die mannen van de straat die je zoeken. Mm-hmm. Begrijp je? Dat je thuis aankomt, wanneer je gaat parkeren. Zo. Dus maar je hebt wel die blaadje. Ja. Misschien Libië toch? Nee toch? Ik had het best wel, ik had het zelf best wel snel door al van oké, deze story is leuk eventjes, maar ik zie geen seizoen 2, seizoen 3, seizoen 4 nee. Maar er zijn nog steeds gasten die in die leven willen zijn, in die gangster shit. Dat snap ik niet, man. Ik snap het ook, ja, het is wat het is, weet je. Je gaat het altijd blijven. Maar is toch niet iets wat je gekozen hebt? Als je zou kunnen kiezen, zeg maar, zou je dan zeg maar nog een keer zeggen van, weet je toch? Zou je dan kiezen om het weer allemaal precies zo te doen? Ik was nog niet in de gangster shit, man. Nee, maar om me heen waren gangsters. Ja, dat. Maar stel je voor, ik ga je nu een rare vraag stellen. Ja. Zeg maar, als je kon kiezen tussen, dat je terug zou kunnen gaan en je zou nu kunnen kiezen tussen, weet ik veel, zeg maar, allemaal mensen die, iemand is chirurg, één iemand is eigenaar van die bedrijf, één iemand is, weet ik veel, super succesvol in dit, dat je dan zeg maar met die mensen zou kunnen opgroeien of zou je dan nog een keer willen opgroeien met de gangsters? Ik heb altijd succesvolle mensen om me heen gehad, dus in de gangster shit, ja. In de gangster shit, ja, precies. Ik weet die verschil niet van niet succesvol of... Ja. Ik hoor. Ik zou me sowieso in een situatie hebben neergezet waarbij succesvolle mensen zijn. Ik kom nu naar hier, ik zie die control room. Voor mij is dat al een succes op zich. Hmm. Dat jij zelf als... donkere gas dit kan opzetten en je hebt je eigen control room. Ik dacht nooit aan een control room dat je in zo'n gebouw een control room kan hebben. Ja. Begrijp je? Bij mij, ik zie Hilversum. Met een grote, hoe noem je hele die? Hele kamer, ja. Een kamer, waar die voice worden opgenomen, hoe noem je die ding, man? Studios. Die studios. Ja. Grote studios, ja. Met control room daarachter. Mm. Terwijl het gewoon heel simpel kan. Jij kan het. Ja. Begrijp je? Dit voor mij is al een succes. Ja. Dus ik omring me altijd met mensen die succesvoller zijn, ja, dan ons. Ons noem ik gewoon jongens van de buurt. Ja. Begrijp je? Zodat ik van je kan leren. Ja. Nu heb ik weer iets geleerd. Je wil niet de slimste nigger zijn in de klas. Dan ben je in de verkeerde kamer, toch? Toch? Mm-hmm. Ja, toch. Ik zou niet weten waarom je dat wil zijn, de slimste. Nee. Dat is weer ego, toch? Nee, daarom zeg ik van je wilt liever de domste nigger zijn, toch? Ja, iets. Niet de domste, maar je moet kunnen leren van andere mensen. Je moet elke dag leren, toch? En dat is het ook met die jongeren van nu, toch? Als je in de kamer bent, ben je sowieso in de verkeerde kamer. Ja. Wanneer kwam je Cash tegen, man? Hoe kwam Cash in de buurt? Cash, 8 jaar oud. Cash kwam, hij kwam van Noord, toch? Cash is een Noordboy. Hij is Noord. Amsterdam-Noord. Nee, man. Cash is legendary, gewoon AB, man. Hoe Cash was? Cash was een rebelse jongen, man.
Maar dit is ook hoe hij is opgegroeid en zijn thuissituatie, dus zijn thuisbasis. Ja. Grijp je? Cash was een jongen, volgens mij heb ik dit al een keer gezegd, toch? Dat hij mag niet naar buiten. Hij gaat toch naar buiten. Die man is 8 jaar oud, die pakt de... Want dat is volgens mij in zijn hoofd dat het gangster is. Ja. Dan pakt hij die metro of de bus om naar stad toe te gaan. 8-jarig jongen. Ik weet niet eens waarom die buschauffeur die jongen laat... Naar binnen laat. Naar binnen laat. Ja, hoe? 8 jaar alleen. Alleen, Roeman. Klein jongen. Klein. Krijg klap om zijn oren wanneer hij thuis... Ik kom vlak daar. Ja. Tante, hij bleef bij zijn tante toch? Ja. Tante schreeuwde naar beneden. Romario. Want Romario heet, hè? Romario. Romario. Colo dit, colo dat. Je weet toch? Dus Mario. Hij loopt naar boven met hoofd naar beneden. Hoofd gezakt. Je weet toch? Want hij weet al wat gaat komen. Gebeuren, maar morgen gebeurt dezelfde shit weer. Hij gaat weer. Overmorgen gebeurt het weer. Cash, wat ging je doen in de stad? Hij pakte de bus, bro. Ach ja. Stelen een beetje. Hé, eentje. Ja. Camera's kijk, worden laag niet je moet berekenen. Je moet iets meer in kijk, de die draaicamera. Je had vroeger die draaicamera's toch. Vroeger had je niet die 360 camera's. Ja. Dus ik ging wachten tot het naar de hoek ging. Eten. En dan gewoon ritsen. Dat waren je eerste hossels. Ja, dat was mijn eerste hossels, man. En dan op school. Maar hoe kom je erbij? Hoe? Iemand had je geleerd of je dacht gewoon, ik ga gewoon foto kijken? Nee, man. Ze hadden me op een smokschool gezet, opeens. Mm-hmm. Sowieso AH Gerard School. Mm-hmm. Lijfste fucking basisschool in Amsterdam. Wel, ja. En ik zat daar zo en ik kom opeens op een school waar iedereen stilt. Bro. Dus je had het op score geleerd, ja? Dit is gewoon normaal. Ik zie, dit is normaal. Mijn hele klas doet het. Mm. Ik doe ook. En weet je toch, dus zo is het vanzelf gegaan. En toen ging het van normale drinken naar liga, naar condoom stelen. Bij de toonbank, je weet toch, je moet steeds meer doen om die ballen te krijgen. Hangen aan de bussen. Dat soort dingen ging ik gewoon een beetje doen. Een beetje daredevil shit. Ja. Deur de deur, boys. Ja. Dus ja, alles gewoon. En, ik was gewoon vervelend, man. Hmm. Nee. Mij wou je sowieso niet in de buurt hebben. Ja. Want ik mat met je. Ja. Hé, deze man kan niet meer, man. Je gek, man, G, man. It's with you. Woo, black, I got you, man. Oh, man, G, man. Gulas, alle onderduikers gaan we vinden. Ja, man, G, wat heb je aan hier dan? Hoe voor deze dan, broer? Ik ben loco. Hoe voor de fans, broer? I see you. Geen diamonds? Geen diamonds, niks, joh. Hoe voor die katje dan? Hoe voor die katje dan? Ik ben lastig, man. Hé, man, ik kan niet meer. Wat is dit? Heb diamonds ook, hè? Hij is ergens. Hij wist dat je zou komen, toch? Oké, dan kan ik overnemen. Je moet even overnemen, toch? Houd je get paid. Houd je chill, man. We zijn er. Ja, man. Fuck it. Je komt naast me zitten, man. Ja, ze gaan ons oefenen brengen. Dan pakken we die... Hoe noem je dat? Ga zitten, man, bro. Dat kan allemaal gewoon meer rookworst, man. Je wil fucken die hele ding op, man. Kijs was in de... Cachito, kan je het een beetje opschrijven, die kamer? Klein stukje. Want anders, volgens mij, ben ik dan niet in die kamer, hè. Waar moet hij? Jawel. Ja, oké. Dat was dit toch goed, man. Veel rook ook, man. Veel rook. Ja, wat drink je? Wat wil je drinken? Red Bull, toch? Alleen Red Bull? Kijk daar. Red Bull. Daar. Red Bull is voor meisjes wel, man. Niet eens, bro. Niet eens afspraak. Ik hoor mannen zitten hier aan tafel. Ik kom direct pull op. Gewoon. Groot. Je hebt meter bij ook. Je hebt meter bij je? Het is geen meter, het is een gun. Is gun. Dus kijk het hier, man. Zeg, de legendary meter. Stoi! En hij is orsje. Waar is je? Even Jajas. Ai, kijk hier. Ai, jij hebt iets hier. Toch laten we het gelijk testen. Nee, man. Laten we het even komen op nou, man. Even testen. Ping. Ja, man.
Ja man, ja, maar dat is die geluid die je moet horen. Ja toch, jij hebt niks daar? Ik heb geen diamonds man, ik ben scared en niks. Je moet op het juiste moment hier komen toch, wanneer de juiste mensen hier zijn. Ja, ja toch, Oshi bro, de juiste mensen gewoon, je weet toch. Er zijn een paar mannen die lekkings hè? Bro, ik weet niet bro, je hebt gewoon de juiste mensen. Kijk bro, wij komen hier gewoon, we zijn er gewoon. Ja bro, maar ik hoor van afstand van, er zijn een paar mannen in stuur, dus bij hef, dus ik denk pull up direct. Iedereen wordt gecatcht broer. Alle onderduikers gaan we vinden. Wie heb je vandaag allemaal gecheckt, heb je andere mannen gevonden? Nee, niet eens, maar ik was meer op Pilas en Blakken even geworden. Ja. Dus. Ja. Maar Rus zijn safe. Ja, rust. Ik kon niet horen kijken. Mm-hmm. Kijk, Vink. Hey, kijk, ik had het niet bij me, kan ik hem toch even controleren? Even snel snel. Even snel. Moet even glass. Even kijken toch. Welke wil je checken? Laat maar dit kijken. Oh wacht, laat me hem goed zetten. Zij wel. Ja? Dat is die geluid toch? Wat wil je kijken? Wat wil ik kijken? Oké, dan spelen we deze ook nog checken. Zeg. Andere ook. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Wie is Gatakki? Zeg. Je bent safe. Dankjewel. Je bent safe. Dankjewel. We hadden niet anders verwacht. Ik heb het niet anders verwacht. Dat waren je eerste hossels, dat waren zeg maar de eerste dingetjes waar je je eerste aanraking met criminele dingetjes, zeg maar. Ja man, beetje stelen. Hoe oud was je, toen je eerste keer ging zitten? Splash. 11. 11 jaar. 11? Mm-hmm. Voor wat, Cash? Wie de fuck gaat met 11 zitten, bro? Cash, voor wat ging je zitten? Allerlei dingen, man. Hebben ze jailen voor mensen van 11? Jeugdgevangenis toch? Waar? Jeugdgevangenis. Nee joh. IJs hier. Je zat in jeugd toen je 11 was, girl? Ja man. Tot mijn 17e. Vanaf 11 is jong, broer. Oh, ja, loco. Tot je 17e? Ja. 16, eind 16 zo. Ik werd net 17. In één keer, zeg je? Ja man. Achter elkaar. Vanaf 11, bro. Ja man. Maar elke keer... En ik kwam op verlof gewoon. Dat wel. Maar had je ook zeg maar om die 2 jaar, om de 2 jaar wat je toch moet je, dat is die pij toch? Ja, werd die regeling, werden ze gecheckt, NDO regeling, en dan gaan ze zeg maar die overleg, gaan ze overleggen hoe het met je gaat, ja. Of het goed gaat thuis, of verlof goed gaat, en het ging telkens een beetje niet goed, want ze zagen die stijl werd meer, kwam meer in aanraking met politie. Dus gingen ze het verlengen. Ja. En waren weer een paar dingen gekomen. Mishandeling dingen. Allerlei dingetjes daarbinnen ook. In Harreveld. Ik zat in Harreveld, jeugdgevangenis. Is dat hier zo in Duitsland? Is de Duitse grens. Mm. Is bij Harreveld, Lichtenvoorde daar zo. Mm. Doetinchem een beetje. Ja, ik zat daar gewoon 4-5 taaias. En daarna ging ik naar Hoenderlo, naar Mills. Daar heb ik ook gezeten, man. Ja, man. Ja, daar heb ik mijn kaksdiploma gehaald. Hoe heet die, Tori? Die Mills? Glenn Mills. Ja, Glenn Mills. Ja, man. Ze gingen mij dreigen met die, man. Ja, man. Ja, maar allebei bij eentje waar hij net zei, je weet toch. Ja. Maar dus... zoals je, sorry man, en jij komt net binnen, toch? Ja. Zoals je hoort, toch? Hij zat op school. En dus hij is die product van het stelen, komt van school af. Is niet eens de buurt. Ja. Je kan niet een onderwijs hebben. Kijk, ik moet ook wel even zeggen, ondertussen Gerard school, want mijn zoontje zat ook daar op school. Snap je, die Gerard school, de onderwijs is nu wel verbeterd, maar toen was het shit. Hmm. Weet je, die leraren die nu daar op school zitten, die doen hun ding. Want ik zie hoe ze bezig zijn met die kinderen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn echt één op één soms. Ja. Maar dan toch, je zit op een school met meerdere probleemkinderen. Ja. Je kan geen grote groep hebben van 10 man, 12 man die allemaal problemen hebben. Ja. En je hebt maar 1 juffrouw of 1 meester. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het moet echt een klas zijn van 4 kinderen. Ja. Daar kan je nog een beetje controle op hebben, maximaal 5. Ja.
Dus die onderwijs moet nu ook wel een beetje aangepakt gaan worden. Aangepakt, ja. Als er zijn meer probleemkinderen, want elke kind nu die een beetje anders is, heeft ADHD, ja, ADHD, ja. Weet ik gelijk die stempel die ze willen geven. Stempel. Dus wat moet je dan doen? Maak meerdere scholen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dus dat moet de minister van Onderwijs ook een beetje gaan aanpakken, denk ik. Ja. Moet niet, maar een beetje erop letten. Zou slim zijn, ja. Snap je? Want zoals je ziet, dat stelen komt vanuit een school. Dus Scoro, niet van de buurt, ja, waar precies. Hij is opgegroeid. Nee. Snap je? Want daar, bij ons is het nooit een inbraak gebeurd. Kijk dan, die ouders, zeg maar, in de buurt, ze gaan je nooit zetten om te stelen, toch? Want ze willen altijd beter voor je. Snap je? Dus als je bezig met stelen bent of iets, gaan ze je zeggen, bro, vakken met dat je. Je weet toch? Beter doe die shit niet. Ga naar school of doe iets. Want zo gingen wij boys ook gewoon stimuleren om naar school te gaan. En om niet te stelen, snap je? Ja. Dus iemand die me gewoon ging zeggen van, ja, ik weet alleen te inbreken, man. Je weet toch, ik weet niks anders. Ik ben een brakkie boy. Ik weet alleen sloten breken, dit, dat. Ik zeg, kijk daar. Dan ben je de beste slotenmaker. Snap je? Als je weet hoe je het kapot kan maken, weet je ook hoe je het beter kan maken, zodat je het niet kapot kan maken. Snap je? Ja. Dus gewoon bij dat kwam ik gewoon altijd... dus als iemand me zei van, ik ben de beste in wiethokken bouwen en dit, dat zeg ik gewoon, je bent een klusjesman, je bent een timmerman, je bent een aannemer. Ja. Snap je? Dus dat probeer ik wel altijd gewoon mee te geven aan die boys. Ja. Omdat die ouders me dat ook altijd meegaven in de buurt. Ja. Snap je? Maar ik heb echt gewoon door die smokschool, dat is het ook toch. Als je, ze denken dat je mensen moet straffen in gevangenis. Zelf of met andere mensen moet zetten, maar daar leer je niet. Juist. Want je komt nog met meer hotheads. Daar zo, samen. Probleemkinderen, ja toch. Probleem met probleemkinderen. Nu zit je met gevangenen die deze man heeft een moord gepleegd. Die heeft een bank overvallen. Mijn interesses liggen bij, ik weet niet, bij bank overvallen of bij de moord. Als mijn interesse bij de moord ligt, ga ik bij deze man praten. Hey, hoe heb je het gedaan? Hoe heb je het ervaren? Ja, toch. Hoeveel hebben ze je voor betaald? Ja. Snap je? Ja. Als mijn interesse ligt bij de bank overvallen. Hij kan misschien tegen jou zeggen, ik heb nog een klusje voor je. Begrijp je wat ik bedoel? Wanneer kom je vrij? De systeem. Ik snap die systeem en wat moeten we dan met de boeven doen? Ik snap dat, maar in een oerwoud waar indianen leven, heb je ook geen gevangenis. Ja, maar daar heb je ook geen Gucci. Daar heb je geen Gucci en Louis. Snap je wat ik bedoel? En goudje met zijn meter. Figo. Maar waarom denk ik hem aan jou? Ja, toch dus. Maar zouden dan zeg maar al die soort mooie dingen, of niet ja, mooie dingen, al die soort dure dingen dan zeg maar, dat is eigenlijk zeg maar gewoon... Nee man, die systeem, ik ben tegen die systeem man. Maar... Iedereen die politie wil worden, of rechter of advocaat, go for it. Het is een carrière. Het is nu als carrière bestemd. Het is een carrièrebaan. Begrijp je? Dus ja, heb ik niks op tegen. Maar ze zeggen straatmensen. Ik heb wel mijn mening. Snap je wat ik bedoel? Van dat ik tegen het systeem ben. Ja, dus jij zou... Je? Maar, ja. Zeg je dan dat je geen politie wilt? Nee, in principe wel. Want wat ik net zei, toch, in een oerwoud, ergens in Brazilië, heb je... De politie zijn de mensen. Mm-hmm. Snap je? Wij zijn sterker dan politie, wij zijn sterker dan de army. Ja, ik had het laatst in Santo Domingo gezien, man. Dus waren we zo ver gereden, bro. Waren we in een soort dorp gekomen. Ja. Daar is ook geen politie, bro. Het is zo ver, bro. Je kan niet daar komen. Er kan geen politie komen. Snap je? Maar dus hoe regelen... Daar, hun doen zelf. Hoe, snap je wat ik bedoel? Als jij fire bent, iedereen komt jou slopen. Samen. Bijvoorbeeld. Dus, dat is die straf je, die je krijgt. Ja, toch. Of ze schoppen je eruit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die orde regelt de mens zelf. Het is net als hier de leger. Heb je de leger ooit met een wapen hier zien lopen? De leger zelf. Die lopen met die houten, weet ik veel. Snap je? Dus de overheid ontmantelt hun eigen leger. Om in de baan zijn voor stadgreep. Begrijp je wat ik bedoel? Want de leger is de mens, broer. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus de mens, wij zelf, zijn sterker dan het systeem. Maar dat is los. Dat is een politieke shit. Snap je? Ja, maar diepe shit. Maar die scholen, die onderwijs, er moet meer onderwijs komen. Bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel er in Amsterdam is trouwens. Meer aandacht. Ja, dat voor het één op één voor de jongeren. Individu, zeg maar. Ja, toch. Ja, eigenlijk niet eens individu, maar gewoon meer gefocust op dat. Ja. Snap je? Een groepje, klein groepje jongeren. Ja. Mm-hmm. Wat heeft jou echt geholpen op aan die tijd? Heb jij zeg maar een moment dat je denkt van deze moment heeft mij geholpen, zeg maar, of wat deze persoon tegen mij gezegd heeft? Of... Wat, zeg maar, in die tijd? Ja. In die vier, vijf jaar dat je zat. Van 11 tot 16, zei je toch?
In de jeugdgevangenis? Ja. Ja, gewoon veel shit, man. Ja, man. Ze gingen altijd tegen me praten, maar het ging ook één oor erin. En één oor eruit, want ik wou niks horen, snap je? Ik was jong gewoon, ja, snap je? Dat deed hij ook, ja. Ik wou gewoon helemaal niks horen, man. We spreken die man aan. Nee, man. Nu, hij luistert aandachtig. Hij kijkt je aan in je ogen. Hij luistert. Maar je hoort 10 minuten later, die man doet weer iets fucked up, broer. Ja. Terwijl we 10 minuten geleden met die man aan het praten. Snap je? En nog eens, ik weet ook misschien wat je zegt, die beelden van Hobby Boys. Zeg er ook iemand, wanneer die Afrikanen komen, pakken we alles af. Dat was over dat stelen. En Marius zegt net, wij leren de jongeren dat niet. Mm. Maar die Afrikanen die werden aangepakt, die hebben wel jouw nicht of jouw tante naar ergens gestuurd en niet uitbetaald. Daarom werden ze aangepakt. Mm. Snap je? Mm. Het zou gelden voor die Surinamer of die Anti of die Rus of die Pool. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je kan niet gaan zeggen van, hé, dan kregen de jongens uit de buurt, kregen de jongens misschien die stempel van, nee man, die mannen moet je niet fokken, zijn dieven. Tot de dag van vandaag, wijs me wie we hebben genakt, broer. Wie de jongens van de buurt hebben genakt. Begrijp je? Ja. Er is altijd van, nee man, je moet niet met die mannen fokken, man, zijn dieven. Wie de fuck hebben de jongens van de buurt genakt? Ja. Nee, Roman, zo werkt die shit niet. Ja. Snap je, maar er is wel een soortige stigma gecreëerd. Die mannen van daar zijn dieven, man. Ja. Dus eigenlijk heeft die werk dat filmpje zeg maar, ook soms tegen. Nee, die film is sowieso een shit film. Ja. Maar het is ook geknipt en geplakt. Ja, daarom let ik ook een beetje op wat ik ook hier zeg. Want het is een film. Ik ben het ook gaan leren. Ja. Begrijp je? Het zijn heel veel dingen die ik heb gezegd in een interview. Ze pakken die shit en ze knippen het. Maar je luistert niet de hele interview. Ja, precies. Jij als kijker, kijk alleen dat. Hey, kijk wat die gast heeft gezegd. Bijvoorbeeld dat filmpje van die Hobby Boys, toen die man zei, alle Afrikanen gaan oppakken. Dus hij was jong, hij was een beetje, je weet toch, dus de manier hoe die interview ging. Je weet toch, journalisten weten wat ze doen. Ja, ze weten dus wat prikken, ze doen. Prikken, prikken. Maar ja. Wat doen jullie dan? Pakken jullie tasjes van oma's? Ja, nee. Pakken tuurlijk jullie... Tuurlijk niet. Dan gaat het gewoon, nee, ben je gek. Snap je? Ja. Snap je wat ik bedoel? En dan heb je de juiste persoon, want mij werd dat ook gevraagd. So, waar heb je het over, man? Pakken, wat we pakken. Hier in de buurt pakt niemand niks. Ja. Snap je? Dus, maar je moet de juiste persoon hebben. Journalisten kijken dat ze scannen. Snap je wat ik bedoel, Mati? Ja. Dus op dat moment komt er dan geknipt en geplakt. Want je ziet niet wat ze als eerste heeft gevraagd. Ja. Waarom hij zo'n reactie heeft gegeven. Maar door de vragen die ze heeft gesteld, heeft ze de juiste reactie gekregen. En dat staat vast. Ja. Voor altijd. Ja. Dus dat is nu die verhaal daarachter. Ik hoop dat deze niet geknipt wordt. Een beetje ongeveer. Nee, ik voel je. Ja, man. Ik voel je. Oké, Cash, nu ben je 16, je komt uit de Jilla, je hebt net 4, 5 jaar gezeten. Ja. Was je toen ook al aan het schrijven? Al? Of ging je pas schrijven bij Vermogen? Jawel, kijk op. Nee, wat doe man. laat me eens zeggen, er was zo muziekles in Harreveld. En daar hadden ze een studio met GarageBand. Mm. Ik denk, hè? Lijf, pap, 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 pap. En die tijd, destijds, begon Jaga te rappen. Weet je, had hij net 1 of 2 pokus uit. Niet eens uit, maar opgenomen. Ja. Well, ik kwam al op voor Love en ik hoorde die modellen, snap je? Dus... Ik rap. Pap, 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 pap. Ze zeggen, heb je wel, maat, shit. Hmm. Ik kom, je weet toch, met mijn eerste raps. Heb je wel, maat, shit. Hmm. Nog even doorgrijnen. Snap je? Maar als je dat tegen mij zegt... Dan ga je grinden. Dan gaat die stof activeren, toch? Dan krijg ik een soort stof in mijn hoofd. Pap, 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 pap. En dan ga ik steeds. Ja. Ga ik steeds door, elke dag door, tot ik die model heb. Ja. Snap je? En toen had ik het gewoon onder de knie. De hele tijd oefenen. Paf, en kwam ik buiten, man. Ja. Ging ik met mijn matties rappen in de kamer. En die tijd gingen we nog opnemen met dinges, man. Koptelefoon. Snap je, die eentje is, als je die kapot maakt of zo. Ja, dan wordt oor, gewoon, ja, dan kan je gewoon, ja, links, links volgens mij, toch? Links, ja.
dan wordt het gewoon een mic en shit. Dus dan, met dat gingen we eerst opnemen. En toen was F vrijgekomen en zo. En toen, weet je, met Beu en al die tories. Ja. En toen gingen we naar de boot, man. Was een, de was die 1-1 bars was de eerste keer dat je, zeg maar, was dat je eerste? Nee, dat was misschien de eerste keer dat ik naar buiten kwam. Ja. Was zeg je maar. Eerste tory online, toch? Ja, zeg maar. Ja, was eerste die online was nadat ik vrij was. Die met rood? Nee, ik had groene. Ik had groene Adidas dingen. Ja, Puma. Puma. Ja, man. Die eerste. Eerste, ja. Ja. Check, heb je zijn shit gecheckt, allereerste dingen gecheckt? Sowieso wel, bro. Ja. Vooral op de tijd, vooral, je weet toch? Ja, toen het uitkwam, echt. Het is gewoon waar we naar luisterden, toch? Ja. Je weet toch? Het is normaal. Ruud, man. Cashes. Een paar bangers. Nee, maar dan, toen begon het een beetje te draaien. Toen was, ging ik elke dag studio, snap je? Voordat die anderen kwamen naar de boot, kwam ik altijd al vroeg naar die kant, man. Dus dan ging ik altijd mijn shit doen. Voordat die andere mensen kwamen? Voordat die andere mensen kwamen, ik kwam vroeg. Ja, want als die andere mensen kwamen, kon je niet? Jawel, dan kon ik wel, maar dan is sowieso... Kijk, Jaga was eerst die voorman, toch? Snap je? Dus die man, wanneer zijn schema is daar al. Ja. En ik moet me daarin zien te wringen. Ja, precies. Dus ik dacht gewoon van, ik kom gewoon vroeg. En ik kom toch niet vroeg. Paf, en zo kwam ik gewoon vroeg naar de boot. Ging ik mijn dinges doen. Is ook goed. Zo de hele tijd. En, hoe oud was je toen? Toen was ik 17. Was ik 17. Ben je oud? Ik wist dat je ouder was dan Jaga, man. Ja. Jaga was 14. Ja. 13, 14. Ja. Focus maken. Ja, man. En toen begon ik vast te zitten, man. Begon hete shit te doen. Ik wou geld zien, man. Ja. Snap je? Met die rap, vroeger met die rap shit was nog geen pap. Ja. Snap je? Je weet het wel. Nee, maar we snappen toch. Rare dingen maken, man. Journalist, ik zeg je net op een journalist, broer. Ha? Vroeger deed hij. Nee, maar vroeger, nee. Vroeger in die rap. Er was geen Spotify. Nou, journalist nog. Want een journalist, broer. Ja, want journalisten zijn andere soort mensen, man. Kijk, nou, vroeger in die rap was er geen Spotify, snap je? Had je het niet van die diensten. Was geen verdienmodel. Nee, toch, snap je? Ja. Dus met dat was gewoon die hete dinges, man. Ja. Maar rap was toen wel puur, toch? Wat zei je? Was wel puur, die law ook en zo. Was puur, die rap van toen, toch? Ja, man. Geen streamingsdiensten, niks. Kijk, je bent hard of je bent niet hard, je weet toch? Ja, toch? Nee, maar je moest jezelf bewijzen, toch? Ja, toch? Maar dat is ook lauw, je weet toch? Kijk, iedereen in die team was gewoon hard. Was aan, snap je? En dan moet je jezelf ook bewijzen, snap je? En ja, toch? Ik wil mezelf bewijzen van... Ik kan mezelf ook even naar met die niveaus. Nee, maar die tijd moest je zelf sowieso bewijzen om überhaupt iets te doen. Je weet toch, want ja, man. Je weet toch, is mond op mond, snap je? Dus ja, mensen moeten je echt hard vinden, bro. Ja, man. Bij mij was het ook zo. Nu is snel. Nu kan je iemand van de straat plukken. Ja. Weet je toch? Weet je wat die leukste was? Ik kwam net vrij. Ik was, zeg maar, net vrijgekomen of zo. En toen had Beu... Bjorn Snow had toen gezegd van, hey, kom, want we gaan over 2 dagen gaan we naar 101. Kom alvast naar de studio. Ja. Oef, kijken wat we gaan doen. Paf, ja, toen had ik die pokoe opgenomen wat ik bij 101 had gedaan. Had ik die pokoe opgenomen. En toen moest ik dat oefenen in die 2 dagen, in die kleine 1-2 dagen, snap je? En dat was gewoon geluk, man. Snap je? Dus het was gewoon op de slof gewoon gekomen. Als ik ietsje later vrij was gekomen, was ik weer niet, zeg maar, ja, in een sessie of iets. Dus ik heb al die shits moeten missen, man. Ja. Snap je? Dus echt die grootste gedeelte heb ik echt heel veel moeten missen. Ja. Is dat ook, zeg maar, waarom je, zeg maar, die honger hebt, zeg maar, om nu, zeg maar, een soort van voor jezelf te doen? Nee, kijk, vroeger had ik altijd... gewoon die dingen toch, je moet... Kijk, altijd, maakt niet uit met wat voor dingen je bezighoudt.
al werken met zoveel mensen of iets, moet je altijd toch wel iets voor jezelf hebben aan de zijkant. Een kleine buffer. Snap je? Ja. Dus met dat wil ik gewoon bewijzen dat ik gewoon ook die model kan. En ook gewoon op mezelf. Snap je? Ja, ik wil kijken tot hoe ver ik het kan brengen. Ja. Gewoon op mezelf. Ja. Is niet zeer van dat ik koppig wil doen of iets of wat. Ja. Maar ik wil gewoon zo zeer kijken. Hoe ver kan ik het schoppen als ik dit gewoon zelf doe? Hoe? Weet je? Want ik heb het bij ISMO gecheckt. Weet je? Shout-out sowieso naar ISMO. Snap je? Ja. Die Tories in de gevangenis toen ik nog vast zat. Ik hoor, hij gaat nummer 1 met zijn EP en zo. Al die gekke dingetjes. Terwijl ik kende hem gewoon nog toen hij auditie kwam doen bij Sonamo en zo, snap je? Dus, en dat heeft me ook gewoon scherp gehouden van, hé, die man heeft toch altijd independent gehouden. En toen ik buiten kwam, is gewoon iedereen akkoord gegaan. Mm. Er was geen, snap je, model. Ik zei gewoon, ik ga cash shit doen. Dat, en iedereen heeft me gewoon gesteund. Ja, want die plannen had je al in de bias. Ja, toch altijd gewoon. Snap je? Ik was altijd in mijn eigen wereld. Maakt niet uit. Ja. Snap je? Ik weet nog. Cash belt mij. Deze man belt mij. Als Cash binnen zit, is Cash een andere nigger ook toch? Zeg maar, als hij Cash binnen is, een nigger die veel energie. Die man belt jij heel lang praten. Hoor deze verse. Wat heb 19 verses. Ja, 19 plus. Ik heb die man vandaag gesproken, gisteren gesproken, om kwart over drie. Die man belde me vandaag weer om kwart over drie. Die man heeft 19 verses geschreven. Ik moet allemaal luisteren. Ja, man. Dat is ook als die man me gewoon belt, gewoon zelfs nu, hè. Gewoon overdag in de middag gewoon. Ja. Zegt hij. Ja, hoor dit. Zeg niet 7. Ja, precies. En dan speelt hij af, man. En dan zit je lang. Ja, je moet horen. Als je iets verkeerd zegt, kan het niet. Ja. Kan het dan verkeerde keer. Kijk, ik moet begrijpen. Mensen zijn bezig, hè. Snap je? Hij begrijpt het niet. Ja, hij kan je gewoon kwart over drie bellen. Hij kan je gewoon... Waarom slaap je, man? Fuck me. Nee, man. De producer zo... Hé, wat? Die man laat me op blauw. Mate, die man is een oudere gast. Die man is 34. Die man heeft 3 kinderen. Snap je? Hij laat je niet op blauw. Hij gaat reageren straks. Begrijp je? Maar jij wil dat hij nu gelijk reageert. Waarschijnlijk als die man gaat scrollen bij zijn WhatsApp... Heeft hij heel veel mensen ook, daar, blauw noemen ze die shit ook gewoon. Ja. Snap je? Dus relax je body, man. Gewoon, meneer. Ja, maar Cash heeft ook een modder, man. Cash heeft een bepaalde cash. Een modder, man. Niet alleen voor Cash, het is gewoon voor... Voor ieder. Voor ieder, snap je? Ja. Mensen hebben soms dingen te doen, ze reageren wel later of... Geef ze even de tijd. Tijd, joh. Nee, mensen verwachten meestal ook dat je direct reageert, toch? Ja. Dus, snap je? Dus... Dat kan niet, hoor. Dat had ik ook in wat Blakka net zei. Hè. Ik wou ook rapper worden. Ja? Kan je net vragen, man. Goudje op Get fucking paid. Ja, wie heeft je naam verzonnen? Arne, man. Toen had ik nog Rastas. Had je Rastas? Ja. Die waren gewoon goud van kleur. En ik ging een klant prikken. Zou wel matchen nu? Ja. 100. Dus ik ging een klant prikken. Mm-hmm. En ze noemden me Goudlokje. Mm. Ik dacht, man, die naam is para, man, Goudlokje. Maar ik dacht, ik nam hem even. Ja. Week daarna of zo, anderhalve week, kwam ik de weer tegen. Toen zei ze opeens Goudje, dacht ik, wat, die naam gaat kwijt, man. Goudje de dealer. Kappen, man. Zee, Goudje. En op een gegeven moment was het Goudje, maar alles wat ik deed gewoon was money, man. Als ik 2 appels had, ik kon het zeren, zeerde ik ze gewoon, man. Ja. Ik was non-stop op money gewoon. Hosselen. Is dat zeg maar ook hoe je dan bent begonnen met die filmpjes maken? Want wat was het eerste wat je ging maken? Het allereerste wat ik heb gemaakt. Eerst een sketch. Sketch noem je dan ook? Ja, sketch, ja. Bami eten in de McDonald's, man. Ja. Ja, ik ging Bami eten in de McDonald's, man. Sorry, disrespect. Ja, met die grote bak. Met die grote bak. Grote bak, man. Die grote bak, die was shame, ja. Man. Ja, man. Die was man. Feestje vier in de Mackie, man. Maar ja. Die was echt viral. Ja, man. Gewoon met die... Ik liep naar binnen met die bak Bami en ik ging hem daar eten, man. Toen was ik gewoon op kouwen daar met de boys, maar toen kwam die manager van, dit kan je niet maken, man, anders ga je politie bellen. Dus ik dacht van, hoe dan ga je politie bellen, omdat ik Bami eet in Mackie. Ja. Laat hem maar komen, man. En op een gegeven moment ging het gewoon kwijt, man. Maar ja, op een gegeven moment die sketches liepen gewoon, man. Precies wat Blakka zei eigenlijk. Ging het al viraal toen? Ja, maar dat was mijn eerste eigenlijk. Hoe kreeg je het gevoel van het gaat viraal? Mensen gingen je bellen. Ja, ook, maar toen ik zag van, dat ding is gewoon 500 keer bekeken. Ik dacht, wat? Maar voor mij was het van 500 keer, je weet toch. Maar op een gegeven moment 1000, 2000, 3000. Op een gegeven moment, ja, Facebook was het toen nog.
Tenminste, ik fokte met mijn Facebook, dan gaat het sneller, toch? Die community van daar is anders. Mm-hmm. Op een gegeven moment zijn ik gewoon 80, 90 kop. En dacht ik, nou is klaar, man. Viraal. Ja, viraal. Ja, man. Gek. Ja. Gek. Gek, het ging heel gek, ja, man. Toen ging waarom, het sneller. Waarom, hoe ben je erop gekomen dan om dat te doen? Bro, ik zeg je eerlijk, wie denkt van, laat me eventjes een filmpje, laat me nu, wie denkt, hoe, bro, ik zeg het je eerlijk, kom je erbij, het werkt raar in mijn hoofd, man. Maar al mijn sketches zijn para, man. Je ziet ze toch, ze zijn allemaal niet barkie. Het is gewoon, bro, als ik wakker word, denk ik aan dat, man. Bijvoorbeeld die laatste met mijn cash, je weet toch, ik zeg aan tegen patroon van, ik heb hier een batra, begrijp je? Ik denk direct aan cash, van, wie kan het bossen? Ja. Je weet toch, en cash bost hem gewoon, echt gewoon, je ziet aan zijn gezicht dat hij het leuk vond, ja, het, begrijp je? Wie moet die en ja, dus... Het zijn om mijn sketches gewoon die para's hebben of banaan verkopen op snelweg. Het zijn veel dingen, man, die man. Of liften naar Suriname, broer. Vind je met als je dat je zo van vreemd gaat, toch met die dat ja, met die ik ga ticket, ja, man, met die ene en die ene. Welke, broer? Het zijn er echt veel, man. Ik word vaak het huis er is gekikt, eentje, man. Er is eentje dat je gekikt wordt, dat je gecatcht wordt. Dat je gecatcht wordt in de metro, dan zeg je tegen ja, dat... Oh, ze is invalide. Ze is invalide. Vanaf toen zag ik het. Ja, maar die, ja, die, man, die ging ultra kan. Kwijt, man. Die ging echt viraal, die ging, ja? Ja, die ging echt viraal. Omdat, ja, dat was zeg maar die nieuwe stap die ik maakte. Begrijp je? Van, Nospang, ik ga het nu groter doen. Want ik zie het mensen... Oefen het. Ja. En toen dacht ik van, oké, Nospang, ik heb alleen een metro nodig. Maar die mevrouw is gewoon echt lokker toch ook in het echt? Chantal. Ja, ja ze is niet lokker, ze is gewoon... Chantal is Chantal. Op Facebook, Kino, ja. Ze gooit glazen naar beneden, naar mensen ja, en zo. Ja, dat is Chantal. Ze is wel... Ze is gewoon gezellig. Ze is voor ons in de Belmer gezellig. Ja, ze is een gezellige glazen gooien. Maar ze heeft wel die stem, begrijp je? Goudje, jongen. Ja, het werkt gewoon. Dat wel. En hoe ik op die sketch kwam, ik zei tegen Caliboy van... Broer, ik heb iets nodig, man. Want ik heb die lat gezet met Bami en dat soort dingetjes. En toen dacht ik, ik ga nu het publiek erbij betrekken, man. Toen dacht ik, ga metro. Ja. Ik doe net dat die meid invalide is, ik wou er helpen. Je ziet ook hoe mensen kijken en zo. Ja. En de rest ging vanzelf. Want dat is het mooiste, toch? Van alle mensen eromheen, hun snappen. Hun weten niets. Ja. Begrijp je? Maar mensen denken tot de dag van vandaag dat het is geacteerd, maar dat het zeg maar real is, begrijp je? Yes. Dus ze verwachten niet dat die acting zo on point is. Maar eigenlijk wou ik net haken op wat Blakka zei, van die mond-op-mond reclame met rappen. Mm-hmm. Ik had dat ook, hè. Maar bij mij zeiden ze, je bent slecht, man. Hé, hey, Roemang, waarom lach je, man? Hey, Roemang, spit iets. Nee, man, Kees, ik kan niet... Even iets, man. Hij wil altijd spitten, man. Nee, maar luister. Nu live. Kijk, ga je zeggen, ik red nog steeds, omdat, maar nog steeds hoor ik van, goudje, laat zitten. Dus, Roemang, laat horen. Zij bleek. Laat horen. Je hebt die chain alles, man. I see, oké. Okay. Maar wel a cappella, niet offbeat, man. Ik ben een beetje Master Pito. Oké. Ai. We zitten hier bij Rookworst. Bij Hef. Met politie ben ik klef. Zijn een van... Wat? Nee, oké, timer. Ik ga het nu. Oké, zo bedoel ik het niet. Wacht even. Die onderwerp. Van politie ben ik klef? Nee, ik bedoel het niet, we zijn klef. Nee, bro. Timer. Timer, oké, nu opnieuw. Je maakt die fout wel fuck, hè. Oké, sorry. Nee, die face van je? Ja. Daar op die... Wat toch? Roman, check je drip, heb je dat ook gezegd, bro? Is dat politie, Roman, die man praat gewoon... Ga je snitchen, man? Oh, dat was tegen Arri. Die man vroeg me bij Interpol. Roman. Oké, mijn span. Je zegt je bent politie, ben je scherp. Nee, maar het is hef, klef. Hef, klef. Politie, ben ik klef. Oké. Met patroon ben ik klef. We gaan nu verder. Kan ook niet. Hoe niet? Je kan niet klef zijn met mannen, toch? Ja. Zie, oké, time, ander woord. Laat die rap. Nee, laatste kans, alsjeblieft. Maar laatste kans, man. Laatste kans, man. Alsjeblieft, laatste kans. Schenk een beetje water in mijn glasje. Daarna zet je ijsje in mijn water. Daarna ben ik kwijt. Zie me met Mario Cash. Ik was al lang op cash. Mm-hmm. Waar is fruit? Nee. Ik zoek sowieso geen mango. Rap gaat er nu horen, mannen waren al lang op mango. Die lijn ken ik. Dit is van mij, man. Weet je hoeveel jaren? Zegt die man. Wie moet ik zeggen? Mango, hij zegt mango. Ik ken die lijn, hè, van ergens. Jeez, van, hey, maar daarom, laat maar zitten, man. Die mond-to-mond reclame was niet. Laat het, ik probeerde het bij Boko Sam. Ik probeerde het bij veel mensen, probeerde ik het, maar ja. Het lukt niet, man. Ik heb het zelfs bij jou geprobeerd, maar jij hebt me zelfs weggestuurd. Ja, beste niet, man, bro. Beste gewoon sketches. In Amerika zou het sowieso lukken, bro. Het zou werken in Yankee, hè? Blakka, weet je wat ik master vind van jou? Je bent iemand ook. Je zit in een relationship. Ja, man. Je bent. Hij is nee. Sterker, man. Je bent ook, maar ik vind het tof, man. Ja, thanks. Ik zie jullie ook, zeg maar, soms als ik aan het, als ik er ook woon, dan ik heb jullie wel eens zich gewoon zien, samen gezien. Ja, dan denk ik van, ja, master gewoon, zeg maar.
Heb je ook een vrouwtje, Kulas? Ja, man. True. Zo. Hey, zo. Hey, Zuckel. Hij mag gelijk wat drinken. Klaar, ja. Hey, wat is dat voor een vraag? Shout out naar Joa, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Maar ik vind het tof, man, om te zien, man. Doen jullie samen wonen? Nee, maar nog niet, man. Zijn we al bezig ermee. Dat is de volgende stap. Ja, man. Ja. Maar jullie gaan... Hoe lang ben je al met haar? Ik ben nu 2 jaar en nog een paar maanden met haar. Ja, man. Vrouwtje. Ja, man. Zeg eens tegen dan. Ik hou van je schatje. Ze weet het sowieso toch? Hey, ze weet het. Ik ben lekker romantisch. Ze weet het sowieso. Hey, ja, maar het is alleen, het is mooi. Het is mooi, toch? Ja. Je lijkt me wel een verstandige jongen. Ja, man. Je lijkt me iemand die weet wat hij doet, begrijp je? Ik heb soms sowieso een beetje sturing nodig, je weet het, maar van het algemeen. En ik wel een beetje verstandige jongen, sowieso. Wat bedoel je met een beetje sturing nodig? Gewoon af en toe van mijn mensen, je weet toch? Van die boys, van mijn vriendinnen, van mijn ouders. Soms word ik nog steeds wel eventjes gestuurd. Van hé, je weet toch, maar ik ben over het algemeen wel een beetje verstandige jongen. Ik denk wel na. Ja. Q. Die kent ik in Zara, niet wat doen. Je hebt ook vrouwtje? Ja, man. Wat voor vrouwtje heb je? Eze. Eze. Hoe bedoel je dat? Wat is de afkomst? Su. Ja, staat achterin. En gewoon... Su en? Gewoon... Het is gewoon Nederlands, beter. Ah, Su, Chinees, Javaans, zo, je weet. Ja. Die kant. Indo's. Je bent op dat. 5 voor 8 Ja. Hij is meer een innerlijk mannetje. Ja toch, het maakt niet per se uit. Al was Bulgaars of zo, weet ik veel. Ja toch, zo. Wat vind je master aan haar dan? Excuseer me. Master. Wat vind je echt tof aan haar dan? Waar ben je verliefd op geworden? Kijk, ze is gewoon, je weet toch. Kijk wel snel naar gezicht, maar dat is ook niet alles. Zeg maar gewoon hoe je een beetje denkt. Hoe je bent een beetje. Ja. Als je ook ziet, ze wil ook wel iets zelf in de Libië en zo. Je weet toch? Ja. Dat vind ik wel weer soldaat. Ja, en belangrijk gewoon. Ja, toch? Ja. Niet alleen van... Kijk, je hebt sommige... Ja, gewoon... Die weten niet of ze gewoon ze van dag tot dag en gewoon... Ja. Zaterdag uit en... zien wel en verder hoe ik uitga, weet ik veel. Ja, precies. Zie ik wel. Ik heb vast wel iemand die toch wel wil betalen. Deze tijd is ook moeilijk, maar daarom beter gewoon... Een stabiele vrouw. Blijven, je weet is ook een blessing, je weet toch. Hoe lang ga je al met jouw vrouwtje, Kulas? We gaan richting... ik denk nu anderhalfste, ja. Serieus, boy. Samen wonen ook? Nee. Nog niet samen wonen. Jullie wonen nog gewoon thuis allebei, toch? Ja. Lekker, man. Ja. Lekker, man. En waarom is het een blessing? Bro, sowieso om deze tijd, je weet toch, gewoon een beetje normaal meisje voor jezelf te vinden. Het is wel een beetje blessing. Je weet, deze tijd is een beetje fucked up. Is een beetje verpest, snap je? Ja. Rotterdam. Oh, ja. Rotterdam, oh, nee, maar het is echt overal. Het is daar in ieder feest, begrijp je? Het is makkelijk ook. Je kan een telefoon pakken en je kan zo de wereld in. Je ziet iedereen overal. Ja, toch. Je ziet heel veel. Je komt die prikkels. Die jongeren pakken te veel prikkels nu op social media. Ja, man. Denk dat, ja, en de meeste is niet zo... Het is niet zo stabiel, het is niet zo heavy, het is niet zo kosher. Maar het is belangrijk, ik denk dat het ook, of het is belangrijk, ik denk dat het slim is, vooral, om als je jong bent, om gewoon proberen zo jong mogelijk zeg maar, een vrouw te vinden ook. Dus zeg maar, hoe eerder je met haar kan banden, hoe minder zeg maar, schade. Ja, toch, ja. Zeg maar, soort van, laat maar dan, weet je wat ik bedoel? Of hoe minder cv dan ze kan opbouwen, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Dus zeg maar, hoe jullie nu zeg maar, soort van met je vrouwtje gelijk, zeg maar, vanaf 17 dan, zeg maar, jij ook dan toch? Dat is goed. Dat is goed, want zeg maar, dat is gewoon jouw vrouw. Ja, man. Ik ben ook echt blij met haar, man. Ja. Je weet toch, je weet toch, daarom. Nee, wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Nee, het is gewoon goeie toch, je weet toch. Maar misschien voor sommige boys is het... Misschien sommige boys van onze leeftijd denken ook van... Hé, hey bro, ik zou dat echt niet kunnen en zo, je weet toch. Maar iedereen staat anders in het, je weet toch, in zijn leven en zo. Boys die Assi en zo. Ja, ja, ja. Er zijn veel boys, bro, die echt denken van no en zo, je weet toch. En ik begrijp het gewoon volledig, maar niet volledig, want ik heb een vrouwtje, je weet toch, maar. Het is belangrijk, je weet toch. Het is ook gewoon een tip voor al die boys, je weet toch. Gewoon een beetje stabiliteit. Ja, toch. Ja. Is wel dan goeie, is ook, je bent gewoon, niet last, maar zeg maar, van wij als je zoekt en zo, je weet toch wat ik bedoel, buiten op straat, die jongens, die brokken, heel de dag, die moeten nog zoeken naar chimaits.
Zeg maar, na die broeder. Het is een afleiding, ja. Ik zweer. Ja. Hé, hey, dat zeg je, daar zeg je echt iets, afleiding, man, broer. Als je gewoon vraagt, je weet van, je bent alleen maar op... Doen. Je weet toch wat ik bedoel. Ik zeg je eerlijk, voor mij was het wel een beetje gewoon van, ai, je hoeft niet... Daar zegt hij iets, man. Je hoeft echt, je weet toch, je hebt gewoon je vrouw, snap wat ik bedoel? Ja. Je hebt gewoon je vrouw. Ja. Dus wanneer jij, zeg maar, wanneer iedereen, zeg maar, de money is gemaakt, iedereen gaat naar Osso. Iedereen is op paniek. Bellen, je gaat naar je vrouw als je wakker wordt. VDV, Van de Vallen, kijk, je hoort me toch, je hoort me toch. Jij bent al los gewoon rustig laag. Je hoofd is druk, ja. Toch, bro? Je hoofd is druk, ja toch? Is al één. Ja. Van, ja, je weet toch? Is niet dat per se dat iedereen per se dat heeft. Hoe zijn jullie zo volwassen, man? Volwassen vind je. Ja, ik weet niet, man, bro. Is een volwassen, is een volwassen gedachte, man. Is gewoon jong al, denk ik. Veel dingen zijn ons ook overkomen, je weet toch? Gewoon jong veel erin. Dingen zijn ons ook overkomen. Veel dingen gezien, dingen om ons heen, je weet toch? Daar word je slimmer van. Daar word je sowieso slimmer van, je weet. Ja. Waar heb je het meeste van geleerd? Van de dingen die overkomen zijn, die jullie overkomen zijn? Waar ik het meeste van heb geleerd? Ja. Gewoon twee keer, je weet toch. Ik weet niet precies wat ik kan zeggen, maar wat ik het wel het meeste heb geleerd. Zeg maar, dus niet waarvan, maar wat. Is denk ik gewoon, je weet toch, twee keer nadenken. En als twee keer nadenken niet genoeg voor jou is, voilà, denk drie keer na. Ja. En ga zo maar door. Dat heb ik wel geleerd. Je weet. Ik ben er nog steeds aan het leren. Waar, Glenn Mills? Wie is dat? Glenn Mills. Die scoren. Nee, dat is geen school, man, bro. Wat is dat? Internaat of zo? Zorg dat je jeugdgevangenis. Okay. Maar die twee keer nadenken is die COVID-training, toch? Ja, toch? Is dat een training? Ken je die COVID-training? Ja, toch? Heb je een keer vastgezeten? Ja, man. Helaas. Ja, man, helaas. Maar daar had je, geen, had je niet dat ding geleerd wat je net zei. Twee keer nadenken. No, man. Maar deze tijd, ik weet niet, man. No, man. Ik heb wel... Van thuis af. Maar van thuis weet, af, beetje. Ja, je weet toch? Ja. Van thuis af wel, je weet toch? En later, goed, ook wanneer je reclassering krijgt en zo. Mensen gaan veel met je praten, toch? Instanties. Ja. Gaan veel met je praten, ga je veel dingen leren. PO-testen. En ook dingen die je ook gewoon vroeger hebt gehoord, maar die je pas later gaat beseffen. Van dit, dat. En pas later denk je van zo... Eigenlijk is het wel slim, maar... Wat, schimmel, zeg maar, wat dat zeg maar, de slimste toren was. Zeg maar, ik zeg maar iets raars. Bij mij was het, zeg maar... Weet ik wat, Jiggy zei al best wel vroeg tegen mij van... Ja, je moet boeken lezen of zo. Ik dacht, kom je boeken lezen, man? Dat is fucking saai, man. Kijk. En zeg maar, nu ik boeken lees, zeg maar, denk ik van... Wow, dit moest ik al lang doen. Of, zeg maar iets raars. Vegetarisch zijn, zeg maar. Niet dat ik vegetariër ben, maar, zeg maar soms heb ik mijn dagen dat ik gewoon zeg maar... Oké, okay, dan spannend. Er is hier alleen... Er is hier vegetarisch eten, geen stress. Terwijl ik vroeger zou zeggen... Hé, hey, wat is dit, man? Je weet toch wat ik bedoel. Wat is zeg maar zo'n tory dat je zeg maar waar je vroeger echt zeg maar een soort van, of jij ook zeg maar, of jullie allemaal, zo'n tory dat je zeg maar dat je dacht vroeger van, dit ga ik nooit doen of dit ga ik nooit master vinden en nu vind je het zeg maar fucking master in. Weet toch je cirkel verkleinen, bro. Want zelf die instantie zeggen tegen mij, kijk, is ook sommige mensen maken ook andere dingen mee, zitten voor andere dingen bij de instantie, maar sommigen zitten voor bepaalde dingen bij een instantie en hun zeggen ook van, je weet toch die mensen om je heen en zo, en je weet toch. Je bent zelf ook geen engeltje, je weet toch, maar die mensen om jou heen, bla bla. Maar laat je denk, op dat moment denk je van, nee, dit zijn allemaal zijn matties, mijn matties. Ja, wat praat jij? Dit zijn allemaal mijn matties. Dus hun zijn, we zijn allemaal gewoon één. Ja. Maar later ga je wel denken van, nee, hij staat deze matties zijn, hij staat ook op dit. Ja. Nu je kan deze niet vertrouwen. Nu om je dingen gebeuren met jou. Ja. Je moet je cirkel ook gewoon verkleinen, je weet toch. Dat is wel wat ik heb geleerd, man. Wat ik nu pas een beetje besef van, bro, ga niet met te veel mensen om. Want ik ging met veel mensen om, ik ging met heel rotje om. Ja. Dat kan niet, bro. Dat kan niet. Zoveel mensen kunnen niet dat, bro. Je bent het veelste tastbaar, je bent het veelste... Bro, je bent niet bij dan. Ja. Ja, mijn cirkel klein gewoon, je weet wat toch. Wat doe je allemaal? Hoe ziet een dag van Blakka eruit? Een dag van mij ziet eruit... Ben je een PlayStation, nigga? Jawel, man. Ja, wat speel je? Ik speel Warzone en FIFA en Cold War. Ja, zombies? Man. Ja, ook wel. Ook dus wel. Hij is geen chill, man. Deze dagen ben ik wel Fortnite. Op die... Sorry, man. Ik speel wel Fortnite, man. Ja? Ja, ik speel wel Fortnite. Bro, ik kan niet bouwen en zo, man. Joey AK, wat is dit? Nee, maar die bouwen en zo is een beetje moeilijk, man. Ik vind het echt moeilijk, man. Nee, het is niet zonder bouwen. Nee, daarom het beste kan je Tekken spelen, man. Het is niet zonder bouwen. Je kan niet meer bouwen. Je kan kiezen. Je kan kiezen of je wil bouwen of je kan kiezen zonder bouwen. Ja? Ik doe die zonder bouwen. Dat is wel hard. Maar dan ga je beter Call of Duty spelen, joh. Speel die Warzone, bro. Ik word depressief, man. Wat? Het is donker de hele tijd. Die game is donker. Speel die Warzone. Wat? Nee, die game is donker de hele tijd. Die Warzone is altijd in daylight. Je moet die Warzone spelen. Nee, man. Maar die story is van, bro. Zo'n vieze, ik weet niet. Als je met drie matties die Warzone speelt, bro.
En je bent in die war, zo met elkaar in die party. Iedereen is op elkaar van, hey broer, kijk hier achter je dit, dat. Bro, iedereen begint te schreeuwen. Bro, je gaat lokker worden. Want nee, dat wordt anders. Dat vind ik hard, maar dan... Zeg maar, dan win Fortnite, want Fortnite heeft, zeg maar, je hebt gras, je hebt sneeuw. Ja, maar die is snel target, bro. Schiet jou, ik doe dansje. Ik doe dansje op jou, ik schiet jou, ik til jou. Schiet jou, ik til jou op mijn nek, was dansen om jou met z'n allen. Wow, dat soort rare dingen gebeuren daar. Er zijn nog veel chickies Fortnite aan het spelen. Ja? Ja? Ja, man. G, ik vind dat maar niks, man. Ik ben op Tekken. Tekken? Ik druk alles. Ja, maar dat ben ik. Alles drukken gewoon. Kijken gewoon. Opeens heb je combo. Opeens heb je combo. Nintendo, broer. Wat praat je nu? Gewoon ga Tekken. Niet zeggen DS. Nee, Tekken. Die spellen op Nintendo computer. DS, DS gewoon. Nee, niet DS, broer. Die andere dingen. Oké. Okay. Wie? Super Nintendo. 64. Swift. Nee, Switch. Nee, jongen. Nintendo. Nintendo, ja. Niet welke Nintendo? Super Nintendo. Switch. Is, ik weet niet of het Switch is. Je moet gewoon alles drukken op die PlayStation. Yeah, yeah. Maar dat is bij elke keer maar van die Tekken toch? Ja, bij elke console. Nee, niet Nintendo. Jij gaat way back, man. Die broer, je praat over way back Tekken, bro, man. Je weet, wat is Tekken? Tekken is een nieuw. Ik weet wel wat Tekken is. Op PlayStation 5. Nou, televisie 5 niet. Kan wel, weet niet zeker. Maar dan ga je eerder op een Mortal Kombat. Snap je? Nee, maar Tekken, man. Ryu Ken. Hoe ziet die beeld eruit? Ja, dat is 3D, hij draait om. Ja, broer. Stop die andere man. 3D? Ja, toch? Ik speel met kennis. Ik heb het gezien een keertje. Ja, maar je kan gewoon eromheen draaien en zo. Dat soort dingen. Ja, broer. Maar eerst is het toch maar alleen zo, toch? Ja, precies. Alleen links en voor en achter, ja. Maar dat is wel hard, man. Dat hebben we nog niet gecheckt. Ja, maar broer, je kan alle knoppen zetten. UFC speel je geen UFC? Nee, man, G, man. UFC is ook hard. Nee, van dat word ik para, word ik agressief. Ik moet alles kunnen drukken, want UFC moet je weer technisch halve rondje, dit, dat, begrijp je? Ja, ja, ja. Twee keer naar voren, achter krijg je een jab. Bro, belangrijk is gewoon timen, alles, bro. Geloof me. Je moet in die gamma zijn, bro. Dat is die... Oké, maar Blakke, je wordt wakker. Snap je, ik word al wakker door die game. Nee, maar je wordt wakker 's ochtends. Wat doe je als eerste? Als ik wakker word, bro, ik ben sowieso op mijn telly eerst, je weet toch? Ja. En was soms, ik ben kort gewoon wakker. Ik ga gewoon naar mijn telly kijken. Hoe laat wordt Blakke wakker? Is verschillend, bro. Je bent als Daga. Jij bent wel een Daga aan de nigger, volgens mij. 12. Nee, bro. Ik kom pas 6 uur Osso en zo. Ah. We gaan gewoon in de avond naar de studio. En ik kom morgenochtend Osso. Ja. Je weet toch, dan Daga ik misschien tot 3 uur, 4 uur. Wat, ja? En ik heb niks aan die middag, snap je? Ja. Want we gaan zo weer naar studio later. Ah. Dus je bent gewoon, ik hoor je. Ik ken die Daga een beetje raar, man. Daga is belangrijk, bro. Ja, is wel belangrijk. Ik probeer wel zoveel mogelijk te Daga, dat wel. Ja. Maar ja, ik word wakker, meestal ga ik gewoon naar Insta, je weet toch. En ik blijf wel even in een trip, je weet toch, 3 kwartier naar beneden swipen. Ja, kijk wat iedereen gedaan heeft. Beetje checken, ja toch, op Snap en zo, een beetje kijken. Ja, maar daarna meestal ga ik naar de woonkamer gewoon, man. Want iedereen is gewoon Junta of Scoro. Ja. Ik heb niks toch, je weet toch. Nog in de middag en zo. Wil je dat wel? Wil je dat wel? In de middag. Wil je zoiets willen doen? Of vind je het... Later? Ik zeg je eerlijk, bro, ik ben nu gewoon in grindmodus. Ik ben nog niet klaar of zo, snap je? Mm. Dus misschien later, wanneer ik hoor dat mijn dag structuur krijgt en zo, dan wil ik dat misschien wel, je weet toch? Mm. Maar nu is het voor mij zo goed, man. Ik ben aan het grinden, bro. Maakt niet uit hoe laat, 12 uur of 1 uur. Ik denk niet echt aan tijd en zo. Ik heb niet echt tijdsbesef ook, je weet toch? Maar ja, ik ga gewoon naar de woonkamer daarna. Ik check gewoon pokus, man. Wie checken? Ik check sowieso veel van die... Sowieso veel rappers uit Trinidad en zo, je weet toch? Serieus? Ja, man, sowieso Skeng, sowieso Tommy Lee, Sparta. We zijn wel de meest loco, vind ik op het moment. Maar mensen vinden ook Skilly Bang en zo. Maar we zijn ook wel hard. Maar je weet toch, Skeng en Tommy Lee zijn wel anders, man. Ik moet dat checken, man. Tommy Lee, volgens mij, heeft Poku in GTA toch, volgens mij? Kan dat? Ze hebben het nagedaan, waarschijnlijk. Die heb ik wel... Maar broer, ze zijn te erg, hè, bro. Mm. Je moet een keertje kijken, Skeng. X Tommy Lee protocol, die pokoe. Mm. Maar Tommy Lee, maar Jamaican toch? Ja, toch, maar hij zit vast. Hij zit vast, ik wou net zeggen, is er nog een andere Tommy Lee? Mm. Jij hebt wel een vrouwtje toch? Ja, man. Samenwonen. Ja. Hoeveel kinderen heb je? Zorgen naar alle mannen. Ik zweer het, dat was. Dat is het, man. Als je niet weet hoeveel ze zijn, dan moet je zeggen, shout-out naar allemaal. Shout-out naar allemaal, man. Shout-out naar allemaal, man. Ja, maar... Je weet het niet eens, man. Like, yeah, dude. Nee, je moet het gewoon bij één houden. Kijk, ik gebruik twee handen. Nee, ja. Zeven kinderen. Inclusief Cajun. R.I.P. Papa Royce. Ik ben zijn peetvader, ik zie hem weinig. Cajun, ik hou van je. Mm-hmm. Link op. Mm-hmm. Oh, ja? Ja. Zeven kids. In Osso. No. Oh. Maar je bent nog niet klaar, toch?
Ja. Harder, ja. Nou, is klaar, man. Knoop erin. Ja, nee, knoop erin niet. We zaten altijd, we blijven wel mannen, maar... Maar geen kinderen meer, man. Hmm. Geen kinderen meer. Die aandacht, kijk, jij bent 19. Jij ook. Jullie hebben een vrouwtje. Op die leeftijd had ik mijn eerste vrouw. Eerste vriendin. Ik dacht ook dat ik klaar was. In de zin van, met haar ga ik kinderen maken. Heb ik ook gedaan. Maar op die leeftijd, ik snap jullie allebei waarom jullie een vrouwtje hebben. Precies die uitleg wat jullie geven, precies dat. Stevigheid, vastigheid. Maar, niet dat je nu moet zeggen van je wil geen vriendin meer. Maar om echt die als jongere in een relatie te gaan zitten, is het toch wel te jong. Jij zou dat niet adviseren? Ik zou het niet adviseren, man. Voor beide niet, man. Niet voor, voor de jongen en dat meisje. Waarom niet? Waarom niet? Maar ook niet als je rapper was? Dat kan ik niet zeggen, man. Het is gevaarlijk toch, bro? Nee, nee, nee. Ja, zo ja, helemaal... maar kijk. Als je bijvoorbeeld... je moet het zo zien als... Eazy-E. Ja, ja, het is gevaarlijk. Dan moet je rubber gebruiken, toch? Snap je? Eazy-E. Je moet rubber gebruiken, maar los van dat... Nee, maar dat is weer een hele andere... Eazy-E is... Dat is een hele andere toon. Ik geloof niet dat het zo is gegaan als... Die maar van die set-up en dat soort dingen. Ja, dat is een hele andere toon. Ja, maar dat, dat gebeurt met die rap game, dat gebeurt op straat, dat gebeurt overal. Begrijp je? Bro, Eazy-E heeft zeg maar AIDS. Alle vrouwen waar hij seks mee had, hebben geen AIDS, bro. Hoe kan dat? Dat is ook lokker, man. Ze zeggen dat ze hem hebben geprikt met die shit, bro. Dat zegt ze trouwens maar ook op de NBA, toch? Dat ze herpes hebben. Dat hij herpes heeft. Ik weet ook niet, bro. Want hij blijft gewoon jeans maken. Snap je? Ja, maar dat komt en gaat, hè. Bijvoorbeeld net die man dat hij die kind heeft gemaakt, had hij dat niet. Het is om de bepaalde tijd krijg je, kan je, dan komt het herpes op. Ben je actief, zeg maar? Ja, ben je actief. Dus soms heb je het niet eens? Ja, ik had twee matties. Het is een virus eigenlijk. Twee matties die dat hebben. Bijvoorbeeld eentje heeft het bij zijn lip. Mm-hmm. Het komt telkens weer terug. Mm-hmm. Snap je? Maar wanneer het tevoorschijn komt, dan weet je van, nu is hij actief. Ja, nu is hij actief. Dus nu kan hij die dame niet kussen. Mm-hmm. Begrijp je? Nu kan hij niet... orale seks gaan geven, maar dan krijgen ze het ook waar hij de orale seks geeft. Begrijp je wat ik bedoel? En nu is er ook weer een nieuwe ziekte. Een nieuwe virus of ik weet niet wat het is. Een seksueel overdraagbare... Aandoening. Ziekte. Nee, een nieuwe ziekte. HPV volgens mij, HPV-virus of zo. Ja, dat geeft dingen als baarmoederkanker bij die vrouwen. Ja. Na 10 jaar dat je ermee loopt, kan je het krijgen. Snap je, je cellen gaan dan actief worden. Je kankercellen. Want we hebben allemaal kankercellen in ons lichaam. Ja, sowieso. Begrijp je wat ik bedoel? En door die HPV-virus, waarmee die jongeren nu lopen. Want elke 10 jaar, 20 jaar komt er weer een nieuwe ziekte. Net als dat we corona hebben gezien. Je weet toch, heel veel shit komt. Begrijp je, nu is er een HPV-virus dat... kanker kan veroorzaken na 10 jaar. Hmm. Waarom? Dus, vooral je kan niet tegengaan? Zelf sneller. Er is een prik, maar tegenwoordig heb je ook van... je moet je niet laten inenten. Dat ook, want, maar ja, je weet toch? De government, bla. Je weet toch, er is heel veel shit. Ik zeg niet dat je het moet doen. Want het is echt bij de jongeren. Mm-hmm. Dat je het nu doet. Dus hoe noem je dat? Een prikje gaat nemen tegen dat HPV-virus. Dat is ook opeens gekomen, die ziekte, hè? Of niet? Ja, of is die er al een tijdje? Ik heb er niet echt in verdiept. Nee, nu hebben veel vrouwen het. Ja, krijgen het juist. Door mannen toch? Heb je? Door die seks. Snap je? En dan krijgen hun baarmoeder als kanker. Shout-out naar Bokusam met zijn nieuwe Poco-condoom. Condoom, ja toch. Shout-out naar Bokusam. Ja man. Shout-out naar hem. Boku, je moet me betalen voor deze promo sowieso. Shout-out naar al die mensen die deze tijd droppen sowieso. Je weet toch, dat is belangrijk. Zijn jullie blij dat we weer open zijn? Zijn jullie aan het optreden? Beetje, maar je weet toch. Eindelijk weer open, man. Nee, ja, wij zijn wel aan, bro. Ja? Tuurlijk, man. Waar rappers zijn wij ook toch, bro? Zoeken. Ja, man, we zijn op... En dan moet ik nog wat zeggen voordat we klaar zijn met dat, toch. Ik zeg niet dat mensen moeten gaan inenten voor die HPV, maar... Doe je onderzoek, check het even. Ja. Je houdt je te veel bezig met die journalisten en zo, man. Zijn er man. Shout out naar Beun, hoor. Mediatraining. Zij.
Ja. Want ik ben soms loslippig toch, wanneer ik, vooral wanneer ik boos word. Dus ik moet... Nee, maar hier kan je alles checken, man. Ja, ik begrijp het. Voordat het uitkomt, ga je deze hele tory kijken en dan kan je zeggen, hey, hier zo zit ik in mijn neus. Nou, maar wij doen dingen ongemixt, ongemasterd. What you see is what you get. Ik weet niet van, ga kotten. Het is net als foto. Wanneer mensen zeggen, hey, laat me foto. Kom, we gaan foto maken. Ze maken foto, zeggen ze, kijk. Ik hoef die shit niet te zien. Ik kijk nooit naar de foto. Hmm. Ik weet wel welke ik heb gemaakt. Eetje, kan je die voor me sturen? Als het dat is wat ik krijg, dat is het. Laatst heb ik een koffer gemaakt, Roman. Een koffer, een fotokoffer. Van telefoon. Broer. Ik denk dat het interesseert me echt niet. Maar het moet me wel gaan interesseren, want ik ben nu een business. Ja. Begrijp je? Ik wou het zeggen. Dus ik moet gaan leren van, hé, ja man, ik moet toch wel kijken. Maar eerst, ik kijk niet, man. Ja. Je hebt een foto gemaakt, ja, oké. Okay. Ja, is cool. Kijk even, nee, waarom? Ja. Maar je weet toch, wat vind jij van de scene op het moment gewoon? Zeg maar qua... Je weet toch, vind je dat het wat, bozer kan, dat het zeg maar wat, dat iedereen wat meer zijn best kan doen, of hoe vind jij het nu, je weet toch? Ik ben eigenlijk best wel tevreden, man. Ik denk dat de mensen gewoon, iedereen kan geld verdienen, er zijn geld aan het verdienen, iedereen is, er zijn heel veel gezonde bedrijven, er zijn, de views zijn wel een soort van minder en de views en, ja, en streams zijn wel minder geworden op een hele rare manier. Maar voor het algemeen, ik zit nu in het midden van mijn tour. Binnenkort Woeha. Ja, dat is wel lang. Oh my. Yo, oh my. Je weet al, zeg maar. Ja, man. Het zijn grote dingen, zeg maar, die eraan komen. Zeg maar. En weet je wat het allergekste is? Weet je wat ik gisteren besef heb? Volgende week, aanstaande zaterdag. Zo, maakt niet uit. Aanstaande zaterdag, volgens mij. Of aanstaande weekend, laat me dat zeggen. Staat Kevin in Ahoy. Uitverkocht. Diezelfde dag. Ik kan niet gaan, of misschien kan ik niet gaan. Omdat ik dan dezelfde dag sta ik in Tilburg, ook uitverkocht. Mm. En diezelfde dag staat Joe in AFAS ook uitverkocht. Boos. Dus zeg maar, we zijn nu op een punt, bro, zeg maar, in de Nederlandse... Van zeg maar, er zijn gewoon drie grote zalen. En dan, ik heb dan de kleinste. Maar er zijn drie grote zalen die niet, zeg maar, die dag gebruikt kunnen worden door, weet ik veel... Marco Bossato of, dat moet ik zo niet zeggen, maar Suzanne en Freek of Tino Martin. Of ik zeg maar iets raars. Ik zeg maar iets raars. Ik heb ook helemaal niks tegen die mensen, maar ik bedoel alleen te zeggen van die dag is gewoon, heeft hip-hop, zeg maar, drie grote venues aan het domineren. Sparren. Ja. Sparren, dat zeg maar van. Normaal zou je denken van, hey, shit, ik kan niet op dezelfde dag. Weet je toch? Stress. De mannen verkopen allebei uit, bro. Gek. Begrijp wat ik bedoel? Dat was ook 15 jaar geleden. Kon je dat niet na? Kon je niet, maar als één iemand zei van ik ga AFAS doen, dacht ik. Ja, je weet wat ik bedoel? Wat praat jij? Ja. Snap wat ik bedoel? En nu zijn er drie mensen, of tenminste twee mensen dan, zeg maar, op de avond. En het gekke is dat ik ook uitverkoop nog steeds 15 barkiekaarten in Tilburg. Ja. Dus er zijn, zeg maar, zoveel mensen die net, maar die fokken met onze shit. Dat wel. We zijn ergens op een bepaalde punt. Die we echt moeten omhelzen. Die we echt moeten omarmen, zeg maar. En onze joint is gewoon, ja. Weet toch, ik kan niet bepalen voor andere mensen wat ze moeten maken. Of het nou hard is, of het bozer moet. Of dat. Nee. I don't give a fuck. Ik wil gewoon ik wil niggas gewoon, zeg maar, hun familie goed zien zetten, bro. Ja. En als dat nou, zeg maar, is met. Als dat de ene dat doet met gangstermuziek en de andere dat doet met autotune. Of de andere dat doet met. Whatever, bro. Ik wil gewoon zien dat we. Nog meer bedrijven zien, zeg maar. Je weet toch wat ik bedoel? Ja, daar heb ik het over. Dus zeg maar over hoe het nu is, zeg maar. Je weet toch over, bijvoorbeeld wat je net zegt, de views en zo. Ik heb het niet over emotie of zo, want sowieso muziek bestaat uit zoveel dingen. Ja. Maar ik bedoel wel van, je weet toch, als je uiteindelijk, iedereen is, zeg maar, collega uiteindelijk. Weet je waarom? Als jij opeens hard gaat, broer, de Nederlandse scene is niet per se zo groot of zo. Hè? Snap je? Dus als de een iets doet, dan is het goed voor de ander. Ja. Dus als zeg maar, op het moment dat Kevin en Joe, zeg maar, dat uitverkopen, kunnen jullie zeggen, we kunnen ook over nadenken, zeg maar, van... Ja, toch. We kunnen ook begrijp wat ik bedoel? Precies, de inspiratie brand zijn, toch? Ja. Dat is hard, je weet, toch? Dat is toch gek? Dat is hard. Wat vind jij nou van de Nederlandse scene nu? Ik vind het ook sowieso hard, je weet, toch? Ik kan gewoon niet wachten wat iedereen nog meer in petto heeft, je weet, toch? Ja. Tot iedereen gewoon... dikker gaat met zijn videoclips en misschien niet per se meer gaan droppen, maar misschien wel gewoon echte, je weet toch, gewoon hun beste shit gaat droppen en zulke dingen, je weet toch. Dat gaat gebeuren, joh. Ja, toch. Trust me. Yo, Heartbeat, ik hoop het echt, man. Heartbeat Studio. Ja, man.
Vertel er een beetje over, man. Dat gaat echt gebeuren, man. Wat is het precies? Is het gewoon een studio waar je kan opnemen? Of is het een movement? Is het een gang? Is het zeg maar... Is Goudje getekend bij Heartbeats? Goudje is Heartbeats, man. Alleen hij wist het niet. Hij wist het nog niet? Wij tekenen niet. Oh, jullie tekenen nee, niet? Nee, man. We zijn geen mensen. Heartbeats gaat samenwerking aan met de artiest. Hmm. Met de kunstenaar. Koos Art. Daarom Art. Dat beertje. En trouwens, dat beertje, nu we het hebben over dat beertje. Ik weet, ik heb in de wandelgangen gehoord dat je kunstobjecten in een beervorm ja. spaart. Of ik weet niet wat je ermee doet. In een beervorm. In een beervorm, ja. Snap je? Heb ik Ghost Art gevraagd van, hey, luister dan. Fix is voor die man, is voor mij. Dit is voor jou, Figotje. Hey, master, man, is voor jou. Kom, nee, we komen niet met lege handen. Het is de spaarpot. We komen niet met lege handen. Shout-out naar Vic 9. Zo zijn wij, man. Dan Vic 9 dan. Dan Vic 9, dan Vic 9. Hij gaat me ook iets geven. Hij moet nu ook een pressie in budget. Shout-out naar Jewelry. Kom, dan moet Lucky, toch? Ja. Vic, iets kleins, man. Pinky ring. In ieder geval, broer. Nee, maar dope. Thanks, man, bro. Ja, man. En dit maakt die guy zelf. Ja, man. Ghost Art. Ghost Art. Heeft de meest... Ja, ja. Want die tafel met die pillen en al die shit erin en al die... Ja. Die tafel is echt gek. Dat is Ghost Art samenwerking met CNS Gallery. CNS Gallery is van Amsterdam West achter. Ik ben die adres vergeten. Maar CNS Gallery kan je ook vinden op Instagram. Dope. En daar is onze kunst. Daar komt onze kunst vandaan. Hard. Soms krijgen we korting, soms niet. Ja. Shout-out naar die mannen, je weet het. Ja. Dus we zijn nu ook een beetje in kunst, maar in ieder geval, we werken samen met kunstenaars. Ja. We werken samen met artiesten. Eigenlijk met iedereen, maar je moet ons zien, Heartbeats moet je zien als Zwitserland. We werken samen met iedereen. Ja. Maar wij, intern, zijn we wel, je weet toch, connected met elkaar diep, maar met mensen die we samenwerken is gewoon... Pure samenwerking, het is gewoon een business. Ja. Snap je? Dus daarom tekenen we niemand. We tekenen wel in de zin van, als we een track gaan releasen, zetten we wel alles op papier. Ja. Zodat het duidelijk is van wat de artiest of de kunstenaar krijgt. Mm-hmm. Snap je? En wat Heartbeats natuurlijk ook krijgt. Ja, precies. Want Heartbeats is ook niet... Moet wel huur betaald worden, zeg maar. Ja, precies. Nee. Huur niet, man. Oh, is gekocht. Sintori. Oké, okay, naar de plok. God bless de plok. Vergeet jullie plok niet. En de plok hoeft niet per se te zijn iemand die drugs verkoopt. Kees is ook een plok. Ja, tuurlijk. Begrijp je? Dus vergeet niet waar je vandaan komt. Vergeet niet wie je... Grote plok. ...heeft geblest. Begrijp je wat ik bedoel? Dus altijd shout-out. Ga altijd terug naar de basics, man. Ja. Snap je zelf, je plok heeft een plok. Oké. Okay. Maar ja, je moet wel nog steeds weet ik veel, energie betalen of zo. Snap je? Je betaalt energie. Je hebt het ook niet gebouwd uit love. Dat moeten ook de jongeren ook begrijpen. Ja. Ik kijk naar jullie, omdat jullie jongeren, je weet wel, jullie vallen onder de jongeren, maar het is niet per se voor jullie, maar het is voor ieder. Velen, bijvoorbeeld Hef, of je hebt ook moeten werken voor dit. Tuurlijk. Snap je? Je moet kosten. Je hebt kosten aan dit. Mm-hmm. Het is niet uit love. Degene die lampen heeft opgehangen, bijvoorbeeld. Moet betaald worden. Of degene waar je de lampen vandaan hebt gehaald, moest je betalen. Ook betalen, ja. Je kan niet zeggen van, hey meneer, ik ben, mijn bedrijf is in Keizergracht. Kan je het voor me brengen? En wanneer hij hier komt, hey, love man. Thanks man. Dus als Hef iets vraagt, dit kost dit, maar voor jou doe ik... iets lager. Mm-hmm. Respecteer dat. Ga niet zeggen, eetje, kom op, man, is toch love. Ja. Snap je? Ja. Je bent een bedrijf nu. Je kan niet gaan denken, je kan niet eten op love, man. Ja. Snap je? Dat doe je ook niet bij de Albertijn, dat doe je ook niet bij McDonald's, dat doe je ook niet bij Shell. Nee. Ik heb getankt 50 euro. Weet je wat, ik loop naar binnen, je ziet me altijd, love. Kan je gaat moeten betalen, maar bij ons wil iedereen wel die love. Begrijp je? Respecteer de business, respecteer de... De hossel gewoon. Ja, man. Ja. Show die man love erom te steunen, begrijp je? Het is nooit... Ervaar je zeg maar, dat mensen zeg maar, denken dat het veel voor de love... Hallo. Artiesten toch. Love in the love. Ja. Ik heb man die... We hebben ook een fotografie gedeelte. Ja. Man, dus iedereen wil gratis foto's gebruiken. Maar je loopt op mijn limbo, want... Limbo, want heb ik ook niet pas geleerd wat het is. Dat is een... Schuin, die zo ja, dus rond. Dat ramp toch? Ja, ja, is precies dat wat je daar hebt. Dat moet ook geverfd worden. Ja, tuurlijk. Degene die het komt verven,
kan ik niet zeggen, hey, thanks man, dat je je verf hebt meegenomen, dat je je kwast hebt meegenomen. Love. Of je spuitapparaat hebt meegenomen om dit te spuiten voor me. Hey, love. Ja. Gaat die man ook moeten betalen toch? Hmm. Begrijp je? En we houden ook alles goedkoop voor ieder. Het is betaalbaar voor ieder en toch wil je die love. Ja. Kom op man, het is andere vaseline dan zaken. Ja, maar like, good. Nou, niet eens een beetje vaseline, man. Ja. Ik ga het niet meer. Ik denk dat hij is anti. Hij denkt dat hij is anti. Dus Heartbeats is gewoon puur samenwerking, man. Samenwerking. Weet je wat ik hard vind van de Heartbeat Studios? Ik ben geweest. Sowieso echt een toffe studio. Gefeliciteerd. Ook even nogmaals gefeliciteerd. Is dat je al geweest? Nee, man. Is het fucking hard, man. Ga checken, man. Daar ga je echt gejaagd. Ja. Je kan opnemen, je kan. Podcast. Podcast, foto's. Dus wanneer ik klaar ben met opnemen, kan. Je gelijk naar beneden gaan foto maken. Net als hier wat je hier ziet, man. Ah ja, maar, groter. Boos. Iets groter. Kan Waggy naar binnen rijden, alles toch? Ja, je kan ook Waggy naar binnen rijden. Ja, dus boos, voor degene die bijvoorbeeld pas getrouwde stellen heeft, ga langs Heartbeats, maak je foto, zet de auto daar neer. Hard. En maak je foto. Maak foto's van de pas. Jij, je vrouwtje, begrijp je? En de Waggy daar beneden. Snap je? We regelen ook de Waggy voor je. Shout-out naar High Speed Tuning. Begrijp je? We hebben Waggies in overvloed. Ja, ja toch? Wat een prima nigga. Wat een F. Wat een prima nigga. Hij is pitchoon, bro, man. Ja, we hebben auto's in overvloed. En ze zijn niet geleased. Oh, man. Ik heb ook net een nieuwe auto gekocht. Nou, geen disrespect voor deze. Maar ik heb geen lease. Bro, lease is slim deze tijd, bro. Nee, wat heb ik? Dat zeg ik. Ik had het niet. Ik heb een nieuwe Waggie. Ik heb nu een Sela 45 AMG. Maar ik heb nu GLE gepakt. 53. AMG. AMG. Groot. Massage. Verwarming ook en die dingen. Geen relax. Geen stoel airco. De relax. Maar is het echt een slechte investering? Waggy? Auto, ja. Want iedereen staat er wel een beetje anders in, toch? Of staat iedereen wel een beetje... Waggy, laat ze geld hebben, ga je zien wat ze gaan kopen. Ja. Nee, Waggy is een slechte investering. Maar Waggy is ook weer, zeg maar, voor mij is het ook weer een goede investering. Omdat ik, ja, ik rij veel, man. En ik ben een nigger van, ik ben een Waggy guy. Ik hou van Waggy, man. Zeg maar, ik heb altijd dromen. Dat is ook gewoon passie en zo. Ja, maar het is altijd een droom voor mij geweest om, zeg maar. Ik heb heel lang lease gereden. Dan reed ik altijd, zeg maar, een soort van diesel of 1.4 benzine of zo, zeg maar. Het is altijd een droom voor mij geweest om, zeg maar, echt een snelle Waggy te hebben. Je hebt ervoor gewerkt ook als kan het, weet je wel. Nee, en hoe we toch over auto's praten. Ook zo, sowieso. Je moet man, het is niet disrespect. Weet zo, wat ze altijd die Waggy's aan zetten in clips. Die VGM shit. Weet VDM cars? Ja. Hmm. Bij ons kan je ook die auto's vinden, begrijp je? Jullie hebben ook zo die zulke Waggies? Gek, gekocht gewoon. Dus, zo goed. Ja toch? We kunnen dat ook bij ons halen. Hij is pitchoon. Ja, ja. Te veel van die VGM dingetjes. In die laatste clip zag ik het weer. Ja, ja toch, kan niet man. Ja. Okay. Maar wij zijn dan, jullie toch, de blok ook. Ja toch? Nee, maar we huren geen Waggies. Nee, wij niet. Wij verhuren ze. Of ook eigenlijk. Ik ben voor Heartbeats. Ja. Heb je Waggy? Hebben jullie een rijbewijs? Ja, een paar rijbewijs, man. Jij niet? Nee, man. Heb je Waggy ook? Nee, man. Oh. Gewoon nu rijbewijs. Rijbewijs wel. Ja, man. Kerst, heb je rijbewijs? Nee, man. Ik heb geen ras. Hoe zie ik het? Nee. Ja, doe het echt. Doe het echt. Ik doe voor Rick. Ik doe voor Rick. Kun je ook met de 1-2 bellen? Nee. Vanaf hoe oud begon je met Waggy rijden? Vanaf hoe oud begon je? Bij ons in de buurt was het belangrijk, mantje. Wij zijn Antillianen, man, bro. Bij ons in de buurt is het belangrijk. Als je geen rijbewijs hebt, ben je kaka. Nikkers lachen je uit, je kan niet mee. Okay. Weet je toch? Hoe heb je geleerd? Vier nikkers in de Waggy, iedereen kan rijden. Want de mannen zeggen, als iemand paantje wordt of als iets gebeurt, die man, als je niet kan rijden, blijf op de blok, hoor. Weet je toch? Hoe heb je dat geleerd? Gewoon met de rijinstructeur, man. Oh, maar de eerste keer had ik al een paar keer gereden, al zeg maar, gewoon in de buurt. Ja, maar dat bedoel ik toch? Hoe heeft je onder een. Bolle, man. Rest in peace. Hij heeft me geleerd, man. Dus mijn vader, hij was een mechanico. Monteur. Ja. En daarbij woonde een straat verder, zeg maar, in San Fransstraat, daar chillden wij, zeg maar. Daar was hij monteur en mijn pa, als mijn pa zijn auto kapot was, zeg maar, dan ging die altijd, zeg maar, naar daar, toch? Mm-hmm. En op een gegeven moment, dan ging ik, zeg maar, die mijn pa's auto rijden, toch? Elke keer als mijn pa's Waggy kapot was en hij was weer gefixt, dan ging ik, zeg maar, die Waggy testen, zeg maar, eventjes een rondje pakken. Uh-huh. En op een gegeven moment zei Bolle tegen mij, weet je wat, breng die Waggy voor je vader, zeg maar, eens één straat verder, toch? Had ik die Waggy gebracht, kom aan, toeter, tut, hij ziet mij. Ik denk, oh, die man gaat rijden. Hé, toch? Dat was wel een master. Zo heb ik, zeg maar, een soort van geleerd. En daarna, koffie, shout-out naar koffie.
Die man had schade gereden voordat hij rijbewijs had. Kom. Wat weet je wat die man doet? Dus Bolle heeft tanto auto's. Dus nu hij rijdt in een auto van Bolle. Die man gaat parkeren. Hij botst één auto van Bolle tegen een andere auto van Bolle. Nee, dat is para, man. Twee waggies schade. Twee waggies schade. Ja, man. Goudje. Ja, broer. Apple of Samsung? Allebei toch. Apple of Samsung? Waarom zeg je allebei, bro? Omdat ik heb Apple ze allebei. Of Samsung. Dat is wel gelukkig, man. Oké, Apple, man. Yes, ja, broer, dat is ding als... Die Samsung weg, man. Nee, man, kan niet, man. Hier is alles Apple nu gewoon even. Oké, Samsung sowieso. Light skin of dark skin? Of Nederlands? Je bent een boer ook, hè? Ja, man. Je houdt van Nederlandse vrouwen, ja, hè? Ja, ook, man. Ja, ja, ik zie het aan je gezicht. Kijk, die man. Jij valt op Esmee. Ook, man. Ja. Of niet, Tamara? Esmee Denters. Ja. Oké, okay, maar light skin, dark skin of blond? Alle drie gewoon, man. Nee, bro. Nee. Kappen nou. Oké. Als je moest kiezen, af, gewoon. Wat ik zou chaos in mijn hoofd brengen. Dan ga ik voor wit, man. Voor blond. Blond, hè? Ja. Oké, okay, vakanties. Suriname of Curaçao? Wat is je afkomst? Surinaams, man. Half Surinaams, half Duits. Half Cura, Duits, man. Half Duits. Ja, waar kwam die Duits? Duits toch, broer? Mijn vader is Duits toch, broer? Duits? Ja, man. Je zit. Hoe bedoel je opeens? Ik ben al 35 jaar Duits, man. 34. Duits? Opeens Duits, man. Ja, man. Wat is je achternaam? Zedenburg. Het is gewoon wel Surinaams. Maar ga gewoon liever naar Cura. Droog. Nee, het is niet droog. Weet je wat het is, broer? Met Cura heb ik ook veel dingen meegemaakt, begrijp je? Waar ik zeg maar, op Cura heb ik echt love gekregen, je weet toch? En ja, dat is me gewoon meer bijgebleven, man. Van, ik ga liever naar Cura, je weet toch? Ja. Daar was die love gewoon. Ik ben niet blij met het water, maar... Billen of tieten? Ja, wat tieten zeggen. Tieten, ja, tieten. Hij wil tieten zeggen. Tieten, man. Waarom Baliman? Wat betekent dat? Vrouw, blond, Cura. Of Suriname, ook al bij Surinaams. Cura, VK. Ja. Nee, wat was die laatste? Billen of tieten? Nee, luister maar, blakke, luister. Weet je, als, het is de laatste keer dat ik, dat ik naar Cura ging. Toen was ik gewoon, die love was daar gewoon, je weet toch, beter als in Suriname, je weet toch. En Suri is gewoon mijn kondre. Ik ken alles daar. Maar je voelt je daar toch gewoon, bro, buiten de mensen. Gewoon, zeg maar, het land zelf, bro. Je komt aan, je weet maar, toch. Ik moet eerlijk met je zeggen. Welke keer is al geweest? Nee, maar alleen mag je niet, man. Nee, maar ik zeg het jullie, allebei zijn goed, maar voor sowieso, mij gaat het... Broer, mij gaat sowieso niks kunnen overtreffen. Alleen wat? Alleen Aruba ben ik wel geweest. En ik ben ook op Airpods geweest. Ik snap het wat je bedoelt. Ja. En het zag er wel mooi uit, ik kreeg wel een beetje een grimmige vibe. Nee, kijk, ik zeg niet, ik hoor je. Ik zeg niet per se Cura, maar ik kijk gewoon naar de laatste momenten die ik heb beleefd. Qua als ik... Gewoon, ik zeg op vakantie. Ja. Ik vroeg om vakantie, ik vroeg hem niet van. Gewoon vakantie. Ja, wat ik... Dat geef ik antwoord, wat ik heb beleefd gewoon. Cura. Maar gewoon, als je moest kiezen. Dan ben ik sowieso Osso. Want dat is mijn Sani. Maar gewoon als ik een land moest kiezen waar ik Tamara naartoe zou gaan, zou ik zeggen Cura. Okay. Ja, toch. Meteen. Jij zou zeggen Su? Ja, ik denk toch wel. Met mijn familie en zo, toch? Ja, precies. Ja, man. Precies. Die kappen met Cura, dat. Maar zodra Cura je sowieso op, is direct. Geen maar twee donnies van je man in Suriname. Cura is sowieso lauw, maar gewoon als vakantie. Maar je weet toch. Je lobby, je lobby gaat altijd zeg maar naar... Ja, toch. Je bent met je fam daar, dit, dat. Je ouders woonden daar vroeger. Ja, maar Tito, die had ik niet aanzien komen, man. Dat is wat ik voor me zie, dus ik geef op dat antwoord direct. Ik trek het niet terug. Tieten? Ja, maar volgende. Je lijkt me niet een nigger die naar Tieten kijkt. Jawel, man. Ik probeer punten te pakken. Je wil een punt opboksen. Nee, helemaal niet, man. Je punten pakken hier? Nee, man. Echt niet, man. Je komt punten allebei pakken. Maar Tieten toch, pa. Netjes. Oké, dan een vraag. Mary of Bampi? Mary toch, bro. Je ziet die sleutel toch, bro. Zie je. Messi of Ronaldo? Ronaldo, man. Ben je zo'n guy? Hij is een rare guy, man. Die kan echt niet, man. Dat kan echt niet, bro. Blackout mag je niet meer. Sowieso wel, bro. Maar zo niet. Hey, Gene, doe normaal, man. Black. Wat zeg ik daar verkeerd, man? Ronaldo, bro. Ja, man. Ja, man. Je weet toch, hij is verstandig van mooi boys, man. Nee, hij is gedrag. Light skin gedrag. LS-dingen. Ja, man. LS-dingen, man. Messi is de shit, bro. Louis of Gucci. Die gaat die komen. Nee. Je kan gewoon zeggen Gucci. Nee, Louis. Louis? Ja, man.
Ik heb trouwens niks van Louis, maar gewoon, ik vind het mooi. Ik vind het goed eruitzien. Ja, man, ik heb die dingen niet, man. Je bent niet op dat? Nee, man, ik ben niet op dat. Hmm. Oké, Van der Valk of Bastion? Van der Valk. Ja, man, Van der Valk. Van der Valk, man. G. Beste broodje bij de, Surinamers, bij de Surinaamse broodjeszak. Kip curry. Ja, man. Hij is raar, man. G, wat wil je? Wat neem jij? Okay, ja? Wat? Jij bent op pom. Jij eet pom gewoon. Nee, pom niet. Ik ben niet pom. Dat... Garnalen. Je wat, jij eet pom. G, dat kan je niet kopen zomaar, man. Naar Roepram sturen, man. Ja? Ja, man. Nee, man. Kappen met de... Kip curry gewoon. Ja, man. Ja, man. Waarom kip? Dat is de standaardste broodje. Nee, man. Dat is toch bakkajou, broer. Dat is standaard. Bakkajou met ei. Bakkajou niet standaard. Dat is standaard, man, broer, man. Bakkajou met ei, man. Rot op. Bakkajou met ei. Vandaar zo van Vens. Hoe heet die zak bij Vensterpolder? Annie's Place. Nee, die broodje. Die is broodjeszak. Oh, bij die Chinees. Ja. Doe relax. Vergeet die Chinees. Die barbecue saté. Broer. Dying. Bro, je bent gek, man. Nee, dying, man. Wauw. Ik zeg jullie eerlijk, man. Jullie eten van Damsko slaat ons wel, man. Tuurlijk, broer. Nou, mijn ding is ook gaande. Cascade. Ja. Cascade is super. Ik heb gemerkt, mensen van Damsko houden echt van Cascade. Ja. Ik heb gemerkt, mensen van Roffa houden echt van Annie's Place. Ik ben gewoon gereden van... Je gaat dik! Naar Rotterdam om naar Cascade te gaan. Dat is gek huis. Cascade. Je houdt ook van Annie's Place, toch? Anis, ja. Anis, jij rijdt ook gewoon, ja, vanuit. Ja. Nee, maar Annie's Place, weet je, het, niet meer Annie's Place. Ja, maar, per se Annie's Place. Maar ik heb gehoord dat... die tilapia is zeg maar een kweek, dat is geen echte vis. Toch? Zoiets had ik begrepen. Dus ik had de hele tijd in mijn hoofd zeg maar, dat ik iets gezonds aan het chappen was, toch? Elke keer als ik dat ging chappen. Mm. Maar volgens mij is het een kweekvis of zo, ik weet niet, maar zijn zoiets raar. Toch? Tilapia is kweekvis, echte... kan de mannetjes tilapia niet eten, dus ze geven die heel veel hormonen. Dat ze in een vrouwtje veranderen. Veranderen? Ja. Wauw. Dus het is heel het is een freaky, het is een freaky vis, zeg maar. Ja, maar precies, Anis, ja toch? Ja, maar Anis tilapia is gewoon die orsje van dingen, man. Vrouwelijke. Van waar het vandaan kwam. Ah, oké. Okay. Van, buitenland waar het vandaan kwam. Oké, oké. Anis Place is Arsi. Nee, sowieso. Ik sla Anis, broer. Met vingers, met de hand. Ja. Man, ik, maar, ja. Ja, weet je hoe lang we op zee zitten voor die dingen, broer? Toen Cash heb ook een keertje... Cash heb ook een keertje... Nee, Anis, Cash. Hef. Cash heb ook een keertje... En Anis, gaan Anis, we niet zeer, hè? Hef. Cash. Jullie hebben me gezeerd al in die vorige. Dus kijk, ja? Dus kijk, kijk. Kijk. Laat me je vertellen, Laat me je vertellen. Laat me vertellen, dan mag je het doen. Hef had honger. Nee, kijk dan. Dus, ik ben in Damsko bij Cash. En met Seppa, we zijn aan het chillen. Pa, we hebben honger, ik bestel Anis. Nu die man komt die Anis brengen. En die man, hij vergeet money te vragen. Hij zegt, is al betaald, toch? Ik zeg, gewoon. Cash kijkt, zeg maar, in die 0,003 seconden Cash kijkt naar mij van... Als je nu zegt nee, ben je echt kaka, je weet toch? Nu is het mijn schuld! Ja, en, ik wil die man gewoon betalen, je weet toch? Is niet erg, die man. Ja, is niet, weet toch? Cash kijkt naar mij van, als je die man... En we zijn in die, dit is in die skere tijd, zeg maar. Weet je toch? Man. Dit was in onze skere. Verkoop je skere. Me zo? Maar waar is fucking skere, bro. Cash? Knol hem toe. Dus ik keek je zo aan? Je keek me aan van, Bandi, als je nu zegt ja... Ben je echt dom? Want we kunnen ook een bankoetje halen nog, zeg maar. Lijzen. Mijn blik heeft je te doen, ja, om niet te betalen. Ja, tuurlijk. Ik voel sowieso criminele druk als jij er bent. Wil ik niks zomaar schieten? Wil ik zo? Nee. Maar zeg maar, jij keek naar mij zo van. Bandi, als je nu gaat zeggen. Nee, man, het was Seppa. Je kwam in de war met mij, man. Dat is niet ik, man. Was Seppa, je kreeg mij gewoon vinger, bro. Huh? Het was jij, Seppa, man. Heb ik geen water, man. Heb ik geen water, man. Natuurlijk hebben we water, man. Wauw, man. Zo, dan kunnen we één water krijgen, alsjeblieft. Ik had de honger, man. Verkoop me niet, man. Die waren serum, man. Serano. Was dat Yusuf? Wauw, man. Huh? Die zullen kunnen een beetje water krijgen. Ja, man. Yusuf? Ja, is normaal. Maar jij moet toch wel zeggen, toch? Ja. Oké, ja, toch. Hoezo? Dit is wel lauw, man. Zullen we een beetje waar? Komt waar? We zijn aan de junta, bro. Dit is een professionele podcast, bro. Wat denk je? Jullie zijn nu. Jullie rappen. Ja, wat is die volgende stap? Waar heb je al iets in gedacht om. Sharana, maar niks solo. Ja, maar solo. Ah, is maar dan solo. Solo, laat even je bril. Kom, laat even je bril zien dan, solo. Wat is de volgende stap? Ja, de volgende stap, man. Willen jullie acteren, boys? Ja, man. Het zou wel leuk zijn. Ik zie jullie wel in Mokro Mafia, zeg maar, een soort van.
Bro, Mokromafia wil niet horen, toch? Heb je al gecheckt? Ah. Nee, ik heb ze nooit gecheckt of zo, maar je weet toch, ik denk niet dat het zo werkt. Zou je dat hard vinden? Ja, maar tuurlijk. Dat zou ook te erg zijn. Heb je die ambities? Het is moeilijk, bro. Het is niet makkelijk, hè? Bro, we gaan het sowieso laten. Ik heb geacteerd, jammer. In? Kom op, man. Ja, nou, jullie kennen die kiemen van hem niet. Van God los heb ik gedaan. Waarom is het moeilijk? Huh? Waarom is het moeilijk? Ja. Moeilijk, het is koude moeilijk. Nee, maar het is makkelijk, ik weet man. Al, ik weet al, bij die FC Kip. Bro, het is een beetje bij waarom? Die FC Kip, je was bij die FC Kip. Ook FC Kip. Nee, FC Kip heb ik FC Kip. Ja, toch. Je was die Chinees aan, toch? Toen geef je bounce op die man. Oh, in die, ja, in die, ja, ja, ja. Die kino, die kind, ja, ik was koude, ik was koude, ja, alles. Zie je ja, man. Hef, bro, ik weet wel gewoon een clip. Maar hij dacht achter de kip. Ja, man, die man. Hé, maar hij gaat weg. Jij dacht achter de clips, toch? Die man was koude. Bij die braka. Met hem zelf alles volgens mij. Nee, maar kijk, in clips is anders, want je bent daar gewoon met Mary. Nee, maar die movie. Pat, dat jullie gebrak aan zetten. Ja, tuurlijk. Maar dat is gewoon met één mannetje daar. Maar nu ben je op een set. Toch? Dus je wordt al, zeg maar, je komt op die set aan. Er zijn al, zeg maar, soort van 20 mensen die allemaal make-up doen. Mm-hmm. Er zijn, zeg maar, soort van 20 chawa mensen die jou, zeg maar, gaan aankleden. Of die dus zijn niet handen jou, aan jou, gewoon banko handen niet, bezig met jou. Niet alleen jou, maar hun zijn gewoon bezig met die shit, zeg maar. Je weet toch wat ik bedoel? Mm. En er zijn, zeg maar, soort van misschien een bank, zonder liegen, 40 mensen op de set, zeg maar, gewoon met camera's. Met, dus iemand, zeg maar, bij elke shot die fout gaat, komt iemand weer die beker precies op die plek zetten. Die tori weer terugzetten, zo, pap, die je misschien gebruikt hebt in die set. Dus elke keer als jij iets fout doet, zijn er 40 mensen die, zeg maar, weer overnieuw. Hun dag wordt langer door jou. Je weet wat ik bedoel. Dus, zeg maar, die druk die jij voelt dan, zeg maar, om... Tenminste, ik zo ervaren het zo. Die druk die ik voelde, zeg maar, om het goed te doen, ging mij de hele tijd, zeg maar, die tori fout laten doen, zeg maar. En... Het is gewoon zwaar, man. Want nu heb je, zeg maar, soort van, nu doen we 19, we hebben een scène, papa, we doen die scène 19 keer. Mm-hmm. Hij staat erop, die mannen zeggen, hij staat erop. Je denkt bij jezelf, we zijn loesoe. Die mannen zeggen, ja, je kan naar de kleedkamer gaan, zeg maar, of naar die busje gaan, zeg maar. Mm-hmm. Timer even daar zo, en als je terugkomt, dan doen we dezelfde scène, maar dan van de andere kant. Begrijp je wat ik bedoel, bro? Ja, ja, dus je hebt het misschien al 20 keer gedaan. Je gaat chillen, je komt terug, je moet diezelfde scène doen. Ja, joh. Zelfde scène. Maar misschien zegt hij jou van, joh, ja, in deze shot voelen we jou nog, dus kom gewoon hier staan, moet je met je rug staan. Je moet alleen gewoon eraan staan, gewoon. Omdat, zeg maar, vanuit die man's point of view ziet hij, begrijp je wat ik bedoel? Zit hij opeens iets, hij zegt, kom even. Lange dagen ook. Ja, lange dagen ook, zeg maar. Hij betaalt jou. Volgens mij is een standaard... Doe ze per dag en zo. Doe ze per dag. Acht barkjes volgens mij, zeg maar, standaard. Dat is goeie toch? Doe ze per dag. Maar lange dagen, bro. Maar acteren gewoon, bro. Buiten die doeken, die acteren is hard toch, bro? Gewoon dat je bezig bent en zo, of niet? Ik vond het ook wel tof. Het is gewoon zijn gewoon hele lange dagen. Echt hele lange dagen. Maar je werkt toch, bro? Dat is lang, je weet. Dat is wel leuk, ja. Dat is wel leuk. Ik ging gewoon, op een gegeven moment ging ik ook gewoon. Ja, ik mag gewoon gelukkig jonko roken en gewoon, zeg maar, mezelf zijn. Maar als je dat niet kon, zeg maar, dan ben je echt helemaal fire, man. Maar met patsers. Heb je patsers al zien? Waarschijnlijk als ik het zie. Ik ken het niet. Belgische kino zit ook. Ik had je... Ja, maar toch? Dat was ook al hard. Je kwam met Assenbeurt filmen. Met schieten. Bang, bang. Oh ja, ja man. Dat was een ding, man. We mochten om in gang schieten. Bakka, 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 bakka. Dat was wel gek. Hoe heet die? Die kino is gewoon online? Ja, man. Netflix? Ja, man. Broer, ik ga het vandaag nog checken. Zelfde producers hebben... Will Smith. Ja, Man in Black gemaakt. Ja. Of niet Man in Black, Bad Boys. Bad Boys, gek. Ik ga maar ze hebben van Snowfall, hebben ze ook één of twee gedaan. Dik, man. Ja, man. Snowfall mannen gaan dik. Ze doen gekke shit. Ze zijn mokros, hè? Ja. Mokros, ja. Van België. België. Maar zeg maar als ik trip, maar jullie waren toch nog eentje samen? Waren jullie alleen in die samen? Een film. Er was nog een film dat jullie Bradas waren of zo. Of jij was met nog twee andere boys, jullie waren Bradas, kill. Met wie? Of ik trip, dat kan ook. Bradas. Bro, en toen was iets een vissa op een score. Nou, ik weet welke hij bedoelt. Vissa gewoon. Vissa. Ja, hij bedoelt vissa. Waar? Bij mij? Dat was Atje. Nee, Atje? Ik zit niet. Ik zit niet in. Ik zit niet in vissa. Dat is Atje met. Nega? Met Nega, juist. Ja. En we hebben nog één Brada toch? Lexus was er ook toch? Heb je Nederlandse movies die je classic vindt, die je echt hard vindt? Bolletjes Plus, bro, is nummer 1, man. Sugar Game, toch? Ja. Negatief. Ja, man. Bolletjes Plus is gek, man. Bolletjes was een kino. Ja, die was gek. Was een kino. Negatief is een hele goede acteur. Hij doet wel, hè? Ja, hij is gewoon goed, man. Dat was een lauwe storyline. Hij moest wel een vervolg komen. Dat was een lauwe storyline. Je weet dat die pokkers er tussen. Ja, maar ik zie al. Jij bent, zeg maar, als het om Suriname gaat, dan vind je het alles goed. Nee, niet eens, bro. Ja, ik heb je al door. Nee, niet eens. Maar het was gewoon dansco en zo, toch? Het was gewoon lauw, bro. Ja, ik weet.
man. Het is gewoon hard, bro. Master, man. Gootje. Ja, broeder. Was ik al klaar? Ik was nog niet klaar, toch? Ik weet het niet, man. Jij moet me zeggen. Oké, Rolex of Breitling. Instagram. Ja. Of OnlyFans. Insta, man. Moet zeg ik iets goed, Blanca? Ja, toch? Sowieso. Okay. Insta is goed, toch? Ja, sowieso. Ja. Zitten jullie op OnlyFans? Nee, man. Nee, geen account? Niemand? Nee, man. Jij wel? Ik nee, man. Nee, man, dat is niet die shit. Dat is niet die mo, man. Waarom niet? Bro, dat ga je toch niet doen, bro? Nee, wat, maar wat ga je niet doen? Het hoeft niet voor seks te zijn, toch? Ja, het kan ook voor kunst zijn. Je kan gewoon voor dingen wat je stiekem wil houden, misschien, toch? Wat? Snap je? Gewoon dingen dus die je leuk vindt en dus zo. Dus gewoon abonnement, mensen abonnement op je shit, wat je niet op Snapchat en op Instagram zet. Snap je? Dus gewoon je lifestyle. Wat je het hoeft gewoon, niet seks te zijn. Nee. Het hoeft geen seks te zijn. Het, was ook, het is ook, het is ook niet zo. Het is gewoon niet voor seks. Het was niet voor seks. Het was eigenlijk gewoon voor artiesten. Maar zo is het wel gedrukt. Maar pornoactrices en ging zo erop, begonnen het gewoon als seksplatform te gebruiken. Dus dat ik maar niet kunnen, weet je wat heel veel mensen niet weten van Cash? Is Cash, zeg maar. Cash is altijd de eerste met die app, hè. Zeg maar, dus er komt een toy. Cash, leg mij uit. Oké, weet je... Weet je nu een swipe-up moet doen? Ik begrijp niks van hoe ik swipe-up moet doen. Ik weet niet, Cash legt mij uit. Oké, ga zo, hij doet dit, doet dat. Ik vind dat deze man is altijd super on point met... Cash, jij moet workshops geven over apps. Hij snapt al die apps, Kroeks. Hij legt mij al die shit uit. Je moet de app creëren, man, bro. Oh ja. Ja. Wat voor app zou je creëren? Huh? Wat voor app zou je creëren? Een Metaverse app, man. Wat dan? Metaverse app. Dus... gewoon dat je met bril moet checken, man. Met een VR-bril. Alleen kan checken, zeg maar. Dat is ook hard. Weet je toch? Dat is die, we praten nu over die NFT. Je bent nu naar NFT gegaan, ja, toch? Een soort is gewoon, een metaverse is gewoon, is wat jij speelt de hele dag, Fortnite. Is die wereld erin waar je in speelt. Dat is een metaverse? Ja, dat is een metaverse. Ah. Ja, en die NFT's, zeg maar, is je poppetje, zeg maar, je karakter. Mm. Ja, zeg maar, dus... Als je dat zeg maar als foto of als soort video zou hebben. Dan kan je er gewoon mee spelen. Ja, dus zeg maar, jij, als je een deal met EA Games zou maken of iets. Ja. En je poppetje zou verhuren aan Fortnite of iets. Ja. Zouden mensen gewoon Blakka kunnen spelen in Fortnite. Ja. Of in GTA. Dat is ook zo, hè? Travis Scott is in Fortnite bijvoorbeeld. Komen optreden en al ja, die Will Smith. Ja man, die was loco. Dat soort dingetjes. Dus, ja. Die was loco, man. Sparen. Zijn jullie bezig met metaverse, NFT's? Nee, niet echt, man. Er zijn sowieso mensen komen aankloppen, zeker? Nee. Ja, ik heb wel wat gehoord, maar niet echt. Veel. Nog niet echt ja, wel, eigenlijk wel een beetje wel, man. Maar ik ben niet echt bezig mee bezig gehouden, bro. Mijn auto is sowieso een beetje op wat anders, je weet toch. Okay, ik weet niet, ik snap al die dingen niet, man, bro. Als ik het niet snap, dan weet ik niet, dan wil ik het niet horen. Moet je research erin doen, toch? Ja, maar dat vind ik hard. Daarom zeg ik het ook, want ik weet dat mensen, of tenminste ik denk dat mensen dat niet achter jou zoeken, toch? Dat jij zeg maar die guy bent die zeg maar dat soort dingen gaat zitten uitzoeken. Cash belt mij 's ochtends. Cash belt mij 's ochtends vroeg. In zijn badjas. En dan gaat hij mij zeg maar een soort van workshop geven over Instagram. Er is een nieuwe functie, hè? Je kan dit en dit en dit en dit. En dan denk ik bij mezelf, hoe de fuck heeft deze nigger dit? Hoe weet hij dit, zeg maar? Ik weet niet eens dat er een update was, zeg maar. Je weet hoor. Dus para, shout-out naar jou voor dat, man, Cash. Ja, man. Vertel me een klein beetje over Cash City, man. Eigen label. Ja, toch. Binnenkort gaan we even geluid maken. Gaan we even gek doen. We zijn even aan het opwarmen, die album aan het klaarmaken. Je hebt een domme plaat liggen, hè? Ja, man. Mijn album komt ook eraan. Wie heb allemaal erop? Ja, man. Geef me een paar primeurtjes. Ja, man. Jou en Kroeks, mijn broeder, Boef. Ja. Busy. Ja. Heb je ook mee Busy? Ja, toch. Fresh en Busy. Ja. Ja, man. Lijpen. Wat zei je? Lijpen, toch? Ja, toch. Lijpen. Hard. Ja, man. Murda, je broer. Ja. Atjo. Vergeet die niggas van de Vellens niet. Je weet toch, nee, dat zei ik net, Fresh toch? Fresh en Busy. Mm-hmm. Yves toch? Ja toch, Yves ook. Ja. Poco ook met Yves. Ja man, veel hete dingen, man. Ja. Gekke dingetjes, Ashafar. Weet je,
echt een hele gekke album gemaakt. Heb je al een naam? Het wordt een grote tape. Ja, ja underrated. Underrated? Ja, man. Dus, Wat vond je van Hij Vermogen 2? Wat zei je? Wat vond je van Hij Vermogen 2? Ja, gek, man. Je weet ik al van je toch. Ga niet gek doen. Nee, maar wat vond je ervan? Ik weet, jij bent een kritische nigga. Weet je wat Cash altijd tegen mij zegt? Je moet echt kappen met die beats, man. Die beats zijn echt oud, man. Stop met die stomme hip-hop beats. Ja, nee, kijk. Jij laat me horen wanneer het rauw is. Snap je? Wanneer je het net hebt getaped. Of, je weet toch? Je laat me direct horen. Snap je? En misschien hoor ik het dan nog niet goed. Of ik hoor het via de telefoon. Ja. En dan valt het nog niet goed. Snap je? En eindstand geef ik je ook je credits. Eindstand van, nou, deze is welke mijn poker, favoriete. Welke poker is gek? Adem toch. Adem. Bedankt God dat je nog adem. Die is mijn, je weet toch, mijn favo. Ja, maar die is echt mijn favo. En je weet, ik fuck met je sinds dag één, je weet toch? Dus ik heb ook een gekke pokoe op mijn album. Een gekke, echt ook een, zeg maar... Je hebt iets gesampled. Ik heb je gesampled. Ja. Dat is sowieso met die pokoe van Fresh en Busy. Met wie kan ik die percentage regelen? we gaan solo checken. We gaan solo checken deze keer. Als ik kom goed, deze keer kom goed. God bless the vlog. Maar waar was ik? Je hebt iets gesampled van mij. Ja, ik heb dat gesampled. Dus die is die pokoe met Fresh en Busy. Is echt heavy, is een club tune. Nee. Snap je? En ik heb ook één pokoe. Zeg maar van Hefvermogen 1. Je weet toch? 1 voor de money, 2 voor de hoes, 3 voor de vie, 4 voor de vie, 5 voor de guns, de popo en het langs. Ik heb zo'n pokoe in een nieuwe jasje gezet. Omdat je weet toch, je bent de geit. Je inspireert me altijd in je nieuwe albums. Ik bel je altijd. Om te vragen, hoe moet ik deze doen? Is het goed voor nu? Is het deze? Is het heavy? Luister je ook altijd? Af en toe luister ik. Heel vaak niet. Oh. Dus, maar de laatste keer... Met Cash wil je niet praten. Dus die man, hij belt jou, je praat met hem. Oké, Cash, hij laat jou die toy. Hij zegt, oké, dit is mijn... Hij komt met die vraag. Oké, zal ik A doen, zal ik B doen of zal ik C doen? Ik leg hem uit waarom die C moet doen. Die man, hij laat mij heel die tory vertellen, half uurtje. Ik weet, ik moet hem zeg maar veel vertellen om hem te overtuigen. Hij laat mij vertellen, half uurtje. Na die half uurtje zegt hij, no man, ga toch A doen. Dan denk ik bij mezelf van, waarom heb ik deze calling dingen zoveel tijd erin gestopt. Zeg, en die man zegt gewoon van, no, ik ga toch A doen. Maar je bent soms te koppig, man. Ja man, ik ben heel erg koppig geweest. Maar dat heb ik heb die koppigheid. Een beetje aan de zijkant geschoven, mijn ego. En ik heb een beetje geluisterd naar jullie. Snap je? En ik heb ook die... Ik ben volwassener geworden, ik heb een zoon gekregen. Je weet toch? Ja, Icy. Bless up, bro. Ja, man. Thanks, man. Ja, man. Hoe heet die kleine? Hoe heet die? Kishano. Icy. Ja, man. Dat is meekzaam met Kishano, man. Icy. Antilliaan zeggen, weet je wat Antilliaan zeggen? Wanneer gaat Kishano pissen? Hij pist al, man, in de aard. Nee, maar ze moeten wat ze Batra, no. Ja, no, hij moet pissen. Okay, ja, je moet een Batra zetten, we moeten het vieren, no. Snap je? Maar maastig gefeliciteerd. Ik drink al lang geen alcohol meer, maar... Ik ben volwassen geworden. Ja. Je kan ook niet de hele tijd bang, bang, kra. Jij moet in een ding, weet je wat je moet doen? Ik heb al die shit altijd geleefd. Ik heb al die shit altijd geleefd, snap je? Dus ik dacht dat het voor mij gewoon lekker verstandig was. Om dat in mijn pokus te doen de hele tijd. Dus nu heb ik naar jullie geluisterd. En heb ik die kalmte, heb ik heel veel naar je albums geluisterd. Ja, om die kalmte in mijn stem te kunnen brengen. Dus... In mijn nieuwe album ben ik heel, heel veel kalmer. Rustig ook. Ja, dus ik heb 2-3 hete pokoes. voor mijn old fans. Belangrijk, maar belangrijk. Veel is ook gewoon storytelling, gewoon heavy. Is gewoon goed aangewerkt. Ik heb heel lang eraan gewerkt. Dus ik heb goede top producers erop, snap je? Ja. Dus het is gewoon heavy. Sowieso shout-out naar Aras Beats.
Maar boy, je weet toch? Dus binnenkort gaat die man shine. Jullie gaan die man zien. Hey Cash, je bent ook, sorry dat ik onderbreek, maar je bent ook de brader van Latifa, man. Ja, man. Heel veel mensen weten dat bloed, niet. Bloed, toch? Ja, man. Is echt bloed. Langs zusje. Echt bloed. Ja, man. Ja, man. Kom, alleen jou, man, zeg je? Ja, toch? Dus ja, is mijn zusje, man. Ze doet het goed. Ja, ze doet haar ding. Heavy. Ze doet gewoon het ding. Ja. Nee, toch? Ze moet het ding blijven. Hebben jullie al een poko samen? Nee, nog niet, man. Wanneer gaat die poko komen dan? Het gaat komen. Hij gaat komen, 100.000%. Of niet? Ja, man. Twee hier doven op die shit. Laat even, maar ze moet ook een keer langskomen hier zo. Ze zijn heavy met elkaar. Ja. Wanneer ze in een ruimte zitten, of ze komen elkaar tegen in een ruimte, ze zijn alleen maar liefde. Ze kan niet van hem afblijven. Ja. Hij wordt ook een beetje, hij wordt ook zacht als zijn zusje in de buurt is, toch? Man, super. Ja. Super. Ja. Bescherming. Hij wil die warmte ook hebben, je weet toch? Ja. Maar die track gaat komen. Ja. Gaat komen. Vroeg of laat gaat komen. Wat is één ding van Cash dat mensen niet weten, maar wat mensen echt moeten weten? Wat mensen echt moeten weten? Ja. Ik ben gewoon een relaxte dude, man. Snap je bent gewoon aanspreekbaar en zo? Ja, ik ben altijd aanspreekbaar. Ik kan gewoon met iedereen overweg. Als dat gewoon respectvol gaat, man. Mm. Dus gewoon... bij mij staat sowieso respect op nummer 1, man. Snap je? Dus ik hou gewoon van die respect. Snap je? Dus ik geef iedereen respect ook altijd. En dat is gewoon ja, ik heb het verdiend ook. Snap je? Dus ja, man. Dat is gewoon... wie je bent. Wat je van me moet weten. En ik ben gewoon goed in de omloop, man. Ja, man. Kulas, je top 5 Amerikaanse rappers. NBA Youngboy. Toch? No. Nee? Ik hoor net, die mannen hebben herpes en shit, man. Nee, man. Yeah, NBA. Dat zegt hij net, hoor. Yeah. Oh. Ja, dat zei hij. Heerlijk, man. Ja. Way back. Top 5. Wie? Lil Baby. Ben je Lil Baby mannetje, ja? Baby is echt hard, man. Verder, ik check altijd verschillende dingen, zeg maar, van Amerika. Ik heb niet echt een vaste artiest. Maar Lil Baby wel echt, man. Lil Baby. Hij vind ik gewoon hard, je weet toch? Hij werkt op. Van hem check je alles? Ja, hij loopt over die beats, je weet toch? Hij is gewoon. Is anders. Maar je hebt niemand anders meer? Ik check gewoon wel veel, maar. Noem maar vaste. Je hebt ook die. Je weet toch, Dirk ook sowieso, maar ik ben niet echt fan per se van Dirk, snap je? Van Lil Baby ben ik wel echt fan. Fan, ja. Fan vind ik gewoon hard, je weet toch? Ja, precies, ja. Gewoon hoe die beweegt en zo. Als je hem ziet, zeg maar, dat is super gek toch ook, zeg maar, dat mensen foto's met ons maken en zo. Maar zeg, met wie zouden jullie, zeg maar, zo van als je hem ziet, van ik, nee, met deze guy moet ik een foto maken? Kodak. Foto? Ja. Dus zeg maar, van, ik was met Spanka, toen waren we er nog mee, met Brahim volgens mij, waren we in L.A. En toen zag ik DMX. En toen was ik nog in die van, nee, dat is man. Terwijl in mijn body wilde ik, zeg maar, wilde ik wel die foto maken of zo, zeg maar. Maar in mijn hoofd dacht ik ook van, nee, hij is klaar. Man. Nee, niet eens hij is klaar of zo, maar gewoon van, nee, dat is man. En Spanker ging wel die foto maken. Maar bij wie zou je denken van deze guy, hier vergeet ik, zeg maar, al mijn... Ik heb Meek Mill, man. Meek? Ja, man, Meek. Is dat Meek? Jij zou ruzie maken voor die foto? Ik zou moeite maken om die foto met hem te maken, man. Ja, maar ik vind Meek echt hard, man. Hij is jouw guy. Ja, man. Jij, Cash? Heb jij iemand waarvan... Jij ging ruzie maken met Migos, toch? Migos. Kijk, Cash, wat ga je zeggen? Tell them niggas Cash it. Tell them niggas Cash it. Kijk hier, weet je wat die shit is? Kijk dan, die motherfuckers, ze waren geschrokken omdat ik creepte of ze toch. Snap je? Stijn, hoe de fuck kan deze nigga zo... Hier zo dicht op me zijn. Zo dichtbij, man. Ja. Ik was gewoon naast die nigga heen. Tell them niggas cash shit in me. Tell them niggas nigga. Nee, die bodyguard wil zijn telefoon, wil mijn telefoon uit mijn hand slaan. Maar die foto van 6ix9ine was wel gelukt, die 6ix9ine foto van je. Waga? Die van 6ix9ine toch? Waga? Niet met 6ix9ine. Wie is dat dan? Wie is dat dan? Waga dan. Wie? Hoor me. Nee. Die regenbooggas. Tekashi. Zeg nou. Die regenbooggas. Ja, Tekashi.
Je hebt nog een foto met hem, of niet? Die was wel gelukt. Nee man, ik heb geen foto met hem. Waar was het? Dat was voor de corona toen hij nog dingen was. Hoe noem je die dingen? Oh man, hij ging iets bedijen. Hey, shout-out Bitch Nine, shout-out to Cash City. Wat? Shout-out Bitch Nine. You know, is Bitch Nine. Hij had zoiets gezegd, zomaar in die... Hij was bang. Of iets. Hij voelde zich gepressured, of iets. Ik zeg, hé, hey, tell them niggas Cash City. Real life. Kijk hier. Kijk hier, weet je wat die model was? Stanley Perky, weet je wat die model is? Als die mannen komen... Kijk dan, we zijn street niggas, dus... Je weet toch, street, recognize street. Snap je? Ik denk gewoon, die man is een street nigga, maar die man was helemaal gummybeer, man. Ik zeg je gewoon eerlijk. Als gewoon een street nigger, gewoon van, je weet toch, ze moeten je gewoon herkennen, bro. Ja. En die nigga, hey, tell them niggas even. Ja. Is cash shit, die nigga. I see. Maar hij ging me ook bellen, toch? Hij ging me bellen van tevoren van Bandy. Vandaag ga ik iedereen laten zeggen, is cash shit hier. I see. Dat was hem, dat was dat man. Was die motor. Kijk hier, kijk, weet je wat die hele model is? See. Kijk, als je een bedrijf start, moet je die shit overal laten klinken. Dus als deze motherfuckers het hadden gezegd, en het kwam zomaar raar op hip-hop star, of hoe die shit? What star. What's not hip-hop? Ja, als het zomaar gewoon random daar kwam. Hey, cash shit, hoe is dat nigga? Een paar mensen is extra shine voor je BV, snap je? Kijk, voor die shit persoonlijk, voor mijzelf zou ik die shit nooit doen, snap je? Maar is voor mij, is mijn BV, ik wil die shit laten lukken, tot dan overzees. Iedereen moet die shit horen, nigga. En als ik je shit hard vind, ik vind je heavy doet, ga ik gewoon naar je toe, ik zeg gewoon, hey, tell them niggas, man. Is cash shit, die. Yeah. Je weet toch, ik ga niet pijpen. Van, hey, fucka. Hey, you, hoe heet hun gang of iets? Ja, je weet toch, hun gangs gewoon. Nee, jullie moeten mijn gangs. Mijn BV zeggen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat maar, is gewoon je niet, maar je zegt ook niet, gewoon een normale vraag. Hè. Maar je zegt ook niet good night. Of good day. Of... Nee, kijk hier. Je zegt gewoon, hey, what's up, niggas, man. What's up? Hey, nee, kijk hier. Voordat de camera aangaat. Dan, je weet toch, hey, what's up, my G's? Dat cash shit, pap. En dan begint die camera aan, toch? Wanneer ik zie ze zijn, even chill. Je weet toch? En dan gaat die camera aan. En dan zeg ik gewoon, tell them niggas. Cash shit, hè? Je weet toch? Als het cash shit is, normaal. Het is viraal gewoon. Ja. Snap je? Dus voor mij was het gewoon marketing. Iets. Waarom gewoon... heb je je gouden tanden eruit gehaald? Ja, het is toch gewoon, je wordt gewoon wat ouder. Je wordt volwassener en... Als je in een business deal zit, of je zit aan tafel met een paar zakenmannen, is dit de hele tijd lelijk, want ze gaan de hele tijd in je mond kijken. Snap je? Het is, je weet toch, is een beetje anders. Mm-hmm. Snap je? Dus je wil ook gewoon een beetje netjes komen en mensen zijn sneller afgeschrikt. Met die gouden tanden? Ja, als je gouden tanden hebt in de nacht of iets. Maakt niet uit of je bij een bushalte staat of iets, tasje gaat al meteen naar rechts. Ja. Weet je, dat soort kleine dingetjes. Je weet toch, dat soort dingen weet je niet. En met zonder gouden tanden kan ik ook gewoon heel mooi gewoon lachen en ben ik gewoon vrolijk. Ben ik gewoon vrolijk. Je weet toch, hi, goedemiddag, alles goed? Snap je, dat schrik je niet. Maar als ik met gouden tanden zo, hi, is eng, je weet toch. Heb je nog steeds een zalmverslaving? Salam, ja, natuurlijk. Je bent een zalm, die man houdt van zalm, kroet. Die man gaat 's ochtends een broodje, grote broodje zalm eten, elke dag, broer. Ja, maar ik doe dat niet meer. Echt. Nee? Ja, maar ik heb wel echt een tijdje gehad dat ik gewoon... Zalm dood ging maken. Een jaar lang, zelf ook, naar Papiano's gewoon bijna elke dag ging. Eet, want dat is niet eens nodig, kerst kan koken. Pasta salmon? Ja, toch. Ja, hey, kerst kan koken. Je had zo'n deal met hem. Huh? Ik had geen deal met hem, omdat ik kwam gewoon vaak daar. Ik hoefde niet in de rij te staan. Ze zeiden gewoon, ga maar zitten, we komen. Ja. En ja, vaak ging het gewoon van, ai. Je weet toch, ze waren heavy. Ik kwam ze weten al wat die man wil. Dus die man gaat in die rij staan en zegt tegen hem. Hé, hey, maar je hebt nooit van die man gegeten, jawel toch? Je weet dat die man kan koken, toch? Heb ik wel eens wel gegeten? Volgens mij wel, vast wel. In de Baai's zullen sowieso en koken. G, in de Baai's, ik was die chefkok toch, broer? Hmm? Ik was chefkok in Baai's, broer. Welkom. Heb je vastgezet? Nee, maar geen man een jockey was. Je bent gek, man. G-man. Doe normaal, maar broer. Ik was die boorman, broer. Ik was op die linga, was ik boorman. Nee, jij was toch... Op die linga, was dat? Op die linga, op die ring. Daar heb je vastgezet.
Zwaag en die plek. Die zwaag zat ik even. Wat had je gedaan? Wat had je gedaan? Nee. Ik heb vaker vastgezeten, maar voor die dat ik in zwart zat, had ik een samurai zwart getrokken, man, op straat voor je. Waarom? Ja, man, ik was niet blij met hem. Ja. En dan zeggen ze, drill dit, dat. Die ding is al sinds Weebek. Ja, het is al sinds Weebek, man. Broer, die man heeft nooit vastgezeten. Ja. Ja, beter, je hebt gelijk, ja. Huh? Ja, nee, maar nee. Ja, man. Hij heeft echt vastgezeten, ja, broer. Hij heeft echt vastgezeten. Ja, echt, man. Maar niet, gewoon echt veel dingen, man, broer. Ja, man. Nee, maar Goudje was een dank, man, before komisch, hè? Nee, wees. Kijk, die gaat dus, bro. Maar. Ik zeg je kring. Nee, man, heb je een zwart getrokken, man? Ja, man. Excalibur. Je liep met een zwart. Samurai. Maar dat was één. Ja? Ja, man, maar ook voor meerdere dingen, je weet toch, man. Voor die comedy, broer, was het anders, je weet toch. Voor wat? Een beetje zwart. G, als ik niet blij met je ben, je weet toch. Je ziet toch, Roeman. Roeman. Nee, maar even serieus. Ja. Hoe lang gezeten? Bij elkaar 30 maanden of zo net, man. Het zijn nog shippies. 30, 35 maanden. Hebben we nog shippies, jongen? Blakka vraagt shippies. Alle chips gegeten. Waarom? Ja. Waarom zou Blakka shippies vragen? Ja, nee, maar... Waarom niet? Het is normaal, toch? Ja, Blakka is lid. Blakka is lid. Ja, man. Kulas. Nee, maar ook voor drugszaken. Kulas. Ja, man. Kulas. Je top 5 films dan, man. Je moet even met top 5 komen, bro. Ik heb een top 5 van je nodig. Thanks, man, bro. Films? Ja. Van alle films? Alle films. Nederlands, Engels, whatever. Ah, moeilijk, man. Hoezo? Ik vind die ene oude kino gewoon, die Paid in Food, die was wel, je weet hard, toch? Ja, dat is echt een... Maar weet je wat ik ook, maar was het bij dat is een leerzame film. Was het bij jou, volgens mij had ik een keertje jou horen zeggen over Huis van Anubis? Ja, dat keek ik... Ja, toch? Ik ging het later weer beseffen. Ja, toch? Ja. Huis van Anubis? Serieus? Weet je meer? Erin. Nee, hij ging gewoon kijken, hij was gewoon zijn tori. Oh, ik dacht... Ja. Jari tijd ook, toch? Ja, is gewoon lauw, man. Dat kwam gewoon in jeugd. Het kwam net voor die tv uitviel, dus je kon net... Opzef. Het was slapen. Ja, precies. Ja, ja. Dan gaat die stroom uit. Maar net Huis Anubis. Hoe lang Elf, ja. Dus nu Huis Anubis en een mannetje naast me, hij keek elke avond hoe die ding komt. Nu, hij bonkt ze. Ik weet het toch, ik zet hem op Nickelodeon. Ik weet dat. 7 uur begon het of iets, toch? Nee, in de avond nog die laatste. Die herhaling. Herhaling, toch? Ja. Ja, man. Oké, maar films. Film Fool 1. Zeker, man. 2. Ik weet niet zoveel. Je kan ook gewoon tekenfilms gooien, bro. Lion King. Een Spaanse film. Ja. Ging ik een keer aan Blackout laten zien. El Hoyo. Bro, Lion King is een belangrijke kilo, bro. Er zit een les ook in die film. Bro, Lion King is een belangrijke. Waarom is het belangrijk? Is hard verwarmen, bro. Oh, ga je. Was Lion King is. Kijk, ja, dat heb je nodig, bro. Het belangrijk. Omdat het, want het is gewoon. Het is een film die iedereen gezien heeft. Kijk, is Lion King. Ik heb het gezien, ja, maar waarom is het belangrijk? Belangrijk is misschien het verkeerde woord, het is belangrijk geworden, zeg maar. Het is gewoon een kino, zeg maar, gewoon dat, ik weet niet, want die verhaal is ook gewoon, zeg maar, is best wel, als je, zeg maar, als kind keek er misschien niet zo naar, maar als ik nu, zeg maar, met mijn dochter terugkijk, denk ik van, wow, is best wel fire hoe die man doodgaat. Die vader dit er gaat, die Scar, Emoties, toch? Ja, Scar, die brada van hem, ja toch? Zeg maar, het is een verhaaltje, bro. Zeg maar, je kan daar veel uithalen, man. Broek hebben het vaak erover, over die film, man. We hebben die ook echt 1000 keer gekeken. Ze hebben hem ook nu verfilmd, hè? In een echte film. Ja, 3D. Film. Echt film gewoon. Kijk, gek. Ja. Maar, wat is er nog mee gezegd? Een Spaanse film, man. Hoe heet die? El Hoyo, die is gek. Er zit ook een les achter, zo, je weet toch? Netflix. In de gevangenis, zeg maar. Ik weet niet hoe, maar die mensen komen daar opeens terecht. En dan, je hebt 200 nog wat verdiepingen, maar... 212 of zo. Er is met een gat in het midden. Je hebt gewoon 2... En elke dag zie je iemand naar beneden vallen of zo, toch? Ja, toch. Die shit heb je ook, volgens mij. Zeg maar, die tafel wordt precies gemaakt eigenlijk. Ja. Voor iedereen. Als iedereen gewoon iets... Gewoon deze hele tafel, toch? Ja. Voor iedereen iets, dan kan iedereen eten. Ja. Maar zeg maar, na 30 dagen of zo word je wakker. In een andere cirkel gewoon. En dan ben je opeens misschien in 200. Ja. Helemaal beneden. Helemaal beneden. Niks. Maar mensen boven zijn flikker, snap je? Ze gaan alles raden. Dus Chabal, deze spugen het uit.
pakken ja. daar, lopen over de hand, kot. Ja, en gooien het alles. Gooi naar alles ja. Als ze boven zijn, maar beneden is er niks. Ja. Maar als iedereen eigenlijk... Zou delen met elkaar. Ja, maar je moet kijken, er komen veel dingen dus voor op, in die... Als je op nummer 1, als je zeg maar op nummer 1 bent, heb je als eerste al die young. Ja. Maar luister, als je op 212 bent, helemaal beneden. Ben niks. Daar is niks. Want als je daar maar die mensen van boven springen juist, weet je waarom? Omdat ze willen niet naar, ja, ze weten dat beneden film, gaat he? Komen. Je gaat ooit naar beneden. Ja. Daarom springen die mensen van die boven, vrouw, snap toch? Je? Die vrouw, gekke vrouw. Ze wordt, ze juist als je al die eten hebt, word je wanhopig. Zwaar, toch? Ze je kan niet eens alles boos. Eten. Precies. En je weet, je gaat naar beneden. Al die mensen springen op een gegeven moment. En die gekste, dat is gekke film. En die gekste is ook, bro, als je dood bent zeg maar, op die tafel. Als je zeg maar, daar een lichaam eten, die gaat naar beneden, naar boven. Er komt niks naar boven. Ze chappen je. Ze chappen je. Er is niks, er is niks. Op sommige verdiepingen is die tafel helemaal niet. Je wordt gek toch beneden, want... Ja. Broer, je bent 212, bro. Oké, twee, tweede film, derde. El Hoyo. El Hoyo, zegt hij. Ik was het vergeten, man. Oké, nummer 3. Drie, ik weet niet, man. Kulas, niet zo doen, man. Niet zo onvoorbereid komen. Ik ga Vic even een mailtje sturen straks, man. Dat is een beetje raar, man. Ik zit te denken, man. Misschien Blakka, nummer 3. Welke? Heb je nummer 3, Blakka? Top Shot Tas. Ja, hard. You all around with me. Solo. You all around with me. Zo. Tell them shot as a bak. Ik weet niet, Sven wil afronden en zo. Taal parkeer toch. Hé, zo. We gaan nog lang door, man. Hoe lang is het? 2,5 uur al? 57. Nog 2,5 uurtjes, hè? Is al een ding als... Ja, man, we gaan nog eventjes door, man, boys. Nog lang niet klaar. Sterk. Het is gezellig, hoor. Heb je niet gezien? Even. Ik kon ook thuis zitten. Hoe laat is het nu? Ik kijk het niet eens aan de tijd, man. Ja. Naar de tijd kijk ik een beetje van, ik verveel me, maar ik moet weg. Precies. Dus wat doen we? Vandaag is een vrije dag. Ja. Zondag. Zondag, vrije dag. Dus, nummer drie, Kulas. Bro, je doet alsof je geen kino's kijkt, man. Ik zit even te denken, man. Ik heb veel kino's in mijn hoofd nu, snap je? Ja. Ik weet niet, man. Serie, La Casa de Papel was een gekke, man. Ja, voor jou? Ik heb niemand te checken, man. Ik moet dat checken. Yes, dat is gewoon... Ik ben nu bij de Afis. Ik zeg eerlijk, ik kijk veel Spaanse films, man. Die zijn altijd weer Spaanse next hard, level. Ja? Next level weer. En dan maar, het is net niet... Het is wel een beetje nepachtig, maar net niet ook. Het is niet van, fuck met dit. Hoe kan dit gebeuren? Ja. Je denkt van, hé, hoe kan je dit verzinnen? Snap je? Maar misschien ook omdat, zeg maar, dat heb ik ook. Wat jij nu zegt, heb ik ook. Maar omdat, omdat wij niet daar vandaan komen, zeg maar, kan je minder goed inschatten wat goed of wat echt of nep is. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik ben toevallig vandaag begonnen met een soort rare Afrikaanse serie, rare Zuid-Afrikaanse serie volgens mij, of zoiets. En toen zat ik eraan te denken van, zijn deze acteurs nou hard of is het zeg maar omdat ik het niet begrijp, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Zo gek. Series M, Mokko Mafia check ik ook gewoon sowieso. Mokko, ja. Dat is wat dope, man. Ja. En dingen, maar Power. Power. Hard. Power is hard. Hard. Power is hard. Ja, hard. Oké, Blakka, jij. Top 5. Amerikaanse artiesten. Top 5. Sowieso nu op het moment. Sowieso Lil Baby. Je weet toch, Lil Baby is wel Lil Baby. Maar daarna heb je ook Lil Durk en Kodak Black. Je weet toch. Future. Mm-hmm. Nog één. Lil Durk en Kodak Black zijn zeg maar samen in de buurt? Nee, ik denk dat Lil Durk nu op het moment wel een beetje harder gaat, je weet toch. Maar Kodak Black blijft Kodak Black, je weet toch. Ja. Niemand kan in zijn lane komen, iets, snap je? Maakt niet uit wie je bent, je kan niet in zijn lane komen. Zijn mensen, daar kan je niet aankomen, snap je? Ja. Dat is boos. Maar er zijn gewoon een paar gekke man, PGF, Nock, is ook lauw. Ken ik niet eens, man. Ja, check, toch. Moet checken. Hard? Dat zijn die, zeg maar, die matties van, dat is zeg maar een mattie weer van Polo G. Dus nu Polo G heeft een pokoe gemaakt met een boy uit Chicago, maar hij is helemaal niet zo bekend. Maar na die pokoe met die man is hij wel gebloot. Hard. Ja, man. Sven. Yo. Top 5 Amerikaanse artiesten. 50. Dr. Dre. In de mic alsjeblieft. 50. Dre. Dr. Dre. Die ging ik nog meer luisteren, man. Ik praat over van toen en van nu. Ja, van toen. Jay-Z. Van een beetje van nu. Toch wel die Pop Smoke, man.
Ja. Ja, maar Pop Smoke, maar ik heb ook eentje die Mario vindt hem niks. Vivio Farin. Ik kan het ook, daar kan ik ook wel mee focussen soms, man. Ja, man. Gewoon, zijn we nu gewoon zeg maar, die New York drill-achtige shit, toch? Ja. Ik ben normaal niet van de drill, ik hou helemaal niet van drillen. Ja. Maar soms heb je dan dat ze die melodie erin gooien, dat het een beetje... muzikaal wordt. Juist, ja. Van dat hou ik wel. Maar dat die samples. Ik kan een beetje zakken leer, weet je. Nee, hij komt koude dan. Nog eentje. Denk alvast na, hè, Cash, jij ook, bro. Moet ik alvast nadenken? Ik fuck niet veel met Engels, man, misschien, man. Ja? Ja, man. Mix Manny, man. Hoe? Mix Manny, dus niet Mick Mill. Ja, Mix, ja toch. Engeland. M-E-K-Z, Mix. Check ook. Nee, ken ik niet, man. Ja, dat was een soort Shine Paul vibe. Zware stem. Is oude ziel, man. Zijn young boy is jullie leeftijd. Ja? Ja, man. Hij is een young boy, man. Lang, 2 meter, weet ik veel. Maar hij is een beetje ouder, toch? Ja, hij is 20, toch? 20, 21. Hij is niet ouder, is jullie leeftijd, man. Ja, ja. Zijn 19, ja, man. Ja. Ja, toch? 20, 21. Je top 5 Amerikaanse artiesten. Meek Mill heb ik als eerste. Dan heb ik Roddy. 2 sowieso. Roddy Rich. Mm-hmm. Meek Mill 1, hè? Ja, man. Meek Mill 1, man. 3 heb ik Young Talk. Heel, ja, heel hard. 4 heb ik ook Durk staan. Mm-hmm. En 5, ja, die nieuwe mo van hem loef ik niet echt, maar had ik Bobby Schmurder staan, man. Mm. Voor nu. Je hebt die Bobby Schmurder energie ook, man. Ja, druk, man. Bro, ja, chaotisch, man. En ik zie die ding, je weet toch. Hij is gewoon daar, je weet toch. Waar hij is, trekt hij gewoon aandacht. Dus misschien is dat meer wat me trekt naar die man. Ja, ja, ja. Showman, gewoon. Ja, showman, ja. Ja. Hij kan ook alles, man. Hij danst, die man kan dansen. Ja, hij is aangewoon, man. Kan je dansen? Tuurlijk, man. Maar dansen? Ja, ik kan wel gewoon nog bettelen van die tijd, je weet toch? Laat me zien. Gee, je hebt toch meegemaakt wat we met die mannen hebben van die vroeger. Zien, even een dansie. Hey, Gee, als ik hem moet gooien is... Nee. Ik zwijg, gooi even die bettelen. Nee, maar je kon ook bettelen. Nee, ik kan niet dansen. Ik kan niet zwemmen. Ik heb mezelf leren zwemmen nu, maar ik kan niet geloven. Als er één ding is in mijn leven wat ik nooit ga leren, is dansen, bro. Ik ben zo Je begint gewoon zo. Je gaat naar voren, dan ga je weer naar die kant en dan ga je... Met een hoofdzakje? Ja, toch. Gewoon. Kak. Zie maar, kijk, zie wat ik ben. Ja, gewoon. Ik heb het niet. Ik meen, het begint wel, broer. Maar je bent gewoon die boze toch als je op muziek hoort, gewoon van ai. Ja, ben ook op bang. Oh, ja, gewoon die donkey sterren. Ja. Cash, jij, top 5 Amerikaanse artiesten? Top 5. Fredo Santana, nummer 1. Even tussen neus en lippen door, eventjes. Fredo, ah, ik zie. Chap je billen? Nee, ik chap geen billen. Ja, waarom, man? Laat je ook damage. Huh? Ik eet geen billen, bro. Gino, ik kan niet met deze dingen, Gino. Cash. Ik chap geen billen, man. Je bent anti. Nee, ik ben Sranamang. Cash, nou, ja? Je bent anti. Gee, ik ben Sranamang. Nee? Nee, ik chap geen billen, man. Goudje, jij. Met zijn vork in de achtertuin. Ik wel, man. Ja? Je bent daar? Zie je, we moeten die tatoeage zetten. Sven neemt slok, grote slok. Sven, wat gebeurt daar? Je zit in die gang? Welke gang, bro? In de Sanka gang, bro. Nee, man. Je zit niet in de commissie. Ik vind het wel jammer, want al mijn niggas doen dat, je weet toch. Ja. Maar het is niet, niks voor mij dat, man. Never made a shitty deal in my life. Never made a shitty deal. Zoek poep. In the gang. Zoek poep. Nee, dat is... Nee. Jammer, man. Nog niet. Kijk. Ik was wel op het punt gekomen om dat te doen. Je moet gewoon duiken, man. Ik had het hier voor. Ja, en dan gaan, man. Nee, man. Ze zag er mooi uit, maar laatste moment. Ik zie van, nee, man. Ik kan het niet maken, man. Nog niet. Kijk, het kan zijn dat het gaat komen, hè. Ja, toch. Maar nu op dit moment... Nooit geprobeerd. Dat deed een tojaaf. Ik heb dat ding voor me. Witte billen. Mooi, roze. Ik ben niet bonit. Mooi. Ik ben daar. Maar iets zeg me toch niet doen, man.
Ik was de eerste keer was ik paantje, bro. Ik dacht dat ik gewoon poenie, dus... ik dacht dat ik gewoon poenie aan het eten was, maar ik was per ongeluk gewoon anders. Toen dacht ik van ja. Eenmaal je niet al daar bent, bampa nog zie je. Zoek. Zoek? Nee. Soms moet je met je ogen dicht. Kijk, jij kruimeltjes. Bent sowieso een keertje paantje per ongeluk beneden gekomen. Nee, ik zoek geen kruimels. Nee? Ik ga alleen voor die cake. Nee. Nee, echt niet. Eet alleen nasi, man. Bro, dit gaat zo. Hij gaat zo naar mij. Ja. Kun je eerst nog rond? Blakka. Nu is het Blakka weer. Blakka. Hij vroeg kes. Hij vroeg die uitstieren. Even tussendoor. Chapje billen. Klaps. Even tussen deze lippen door. Doe je wel eens barbecue in de achtertuin? Barbecue. Hij valt baardgroei. Hij valt serieuze baardgroei. Nee, joh. Ik zeg je eerlijk. Ook al deed ik het, bro. Ik zou het echt niet zeggen. Bro. Je moet bedenken bij mijn vrouw op Insta ook, zeg maar. Je weet is toch? Lelijk voor je gooi, vrouw. Gooi, is ook gooi, lelijk gooi, en zo. Je weet toch? Gooi. Slimme nikker. Maar nee, joh. Je weet toch? Ja. Kulas ga ik niet vragen. Hè? Va? Nee, Kulas ga ik niet vragen. Maar bij hem weten we wel. Wat dan? Ah, no. Wat dan? Groot. Nee. Hij slift op die dingen. Nee. Yo! Kerst is een close-up. Hey, my man. Zeg. Echte vaders. Even kappen met deze geintjes. De A-Sims. Hallo. Zeg. We zijn er. Hey, kom op. Is er nog geen tabakkers van het huis? Ja, toch? Tabakkers van het huis? Ja. Je gaat te ver, bro. Je komt te laat. Oké, sorry. Je komt te laat. Je vraagt Red Bull, bro. Ja, je want ook alleen chips. Je komt met één rare top 5. Die top 5 was daar, man. Die rap was koude slecht. Nee, bro. Niet zo, man. Ik hou van je. We zijn daar, man. Die top 5 was aan, man. Ik hou van je. Kijk, sorry, man. Ja. Wat was het? Amerikaanse top 5? Ja, man. Fredo Santana. Chappie wel poenie? Natuurlijk. Oh. Fredo Santana op 1? Ja, man. Hoe vaak chappie poenie? Niet vaak, man. Gewoon normaal. Fredo Santana op 1? Ja, man. Ja. Fredo Santana op nummer 1. King Fuan. Mm-hmm. Rest in peace, toch? Ja, maar rest in peace, alle twee. C-Murder. C-Murder. Hij was No Limit, die broer van Master P. Is dat... Hij is niet zijn neefje. Mr. Miyagi? Je weet toch? Zo, en... Wie luister ik nog meer? Lil Durk, af en toe. Lil Durk is heavy gewoon. Gewoon die Shirek niggas. En er is nu zo'n... die New York drill gasten toch? Sha-G's of iets. Chef G? Sha-G's. Sha-Iki? Nee, Sha-G's. Okay. Hij rent de hele dag achter B-Love en Keyflock en die gasten. Snap je? Dus dat hij... Snap je? Hij zijn flow pakt me meer. Snap je? Dus ja, hem luister ik nu gewoon. Ja. Maar hij is boos? Hij is echt boos, hij is een rare guy. Top 5 porno sites. Zeg gewoon, hij kent meer dan 5. Nee, Pornhub. Ken je die 5? Pornhub, ja. Pornhub is 1? Ja, maar standaard. Nee, Pornhub is kakker, man. Makkelijk in te toetsen, toch? Nee, Pornhub is kakker, man. Die layout is kakker. X-video's. X-video's. Daar heb je, man. Dat is nummer 1 voor mij. Hoe weet je dat kakker is? Hoe weet je? Hij heeft het ook gecheckt, toch? Ik heb het ook gecheckt. Hoe weet je dat? Pornhub. Pornhub, zeg maar, die layout is zo... Ja, maar ze willen te graag of zo, zeg maar. Ik wil gewoon porno zien, bro. Ik wil niet supermooi. Ik wil gewoon porno zien. Ik wil gewoon makkelijk... Nee. Joe, denk al je back tegen mij. Oké, 2. X-video's. Ja. Porno. 3. Maar meestal kom je bij links, andere links terecht. Je weet toch, als je wat checkt. Dus dat zijn eigenlijk die vroemoe links, ik weet eigenlijk niet. Ja, ja, precies. Dat zijn gewoon de twee torens waar je begint. Zeg maar. Ja, waar ik begin. Ja. Wat type? Wat type ik als goudje? BBW. Ja, die heb ik ook wel ingetoet, sowieso. Zo so daar.
Bro, ik zeg eerlijk, ik toets veel rare dingen in. Zeg je zo? Zeg je zo? Ik zie hoe die zo voorzichtig is. Nee, nee, is niet voorzichtig. Journalist toch, maar... Kijk, weet je... Die normale dingen doe je al. Ja, maar bijvoorbeeld... wat ik wel krassie vind, bijvoorbeeld... ja, het klinkt een beetje homo-achtig, maar dat is het niet. Dick riding. Je weet toch, dus die mensen die dick rijden. Gewoon hoe ze tekeer gaan, je weet toch. Maar wat is dat? Dat is niks gay. Ja, maar omdat je zegt... Je zeggen wel klinken, ik moet gewoon zeggen van... Dick riding, no homo. Ja, ja, dick riding, slank. Dat type, dat type, dat type. Ja, toch. Begrijp je nou? Die chick is op die... Ja, paardje rijden. Kom je weer, man! Ja, ja, paardje rijden. Ja, maar ik ga dat een keer proberen in te toetsen, kijken of het werkt. Ja. Paardje rijden dan. Fat ass. Ja. Smakkelijk, smakkelijk. Ja, toch. Wat heb jij, Blakka? Geef ons even een nieuwe, geef ons even een nieuwe zoekterm, man. Blakka, geef ons een nieuwe. Bro, ik zeg eerlijk. Eerlijk, kijk het ook niet meer echt, joh. Nee, hè? Gewoon heel eerlijk, hè, bro. Ik kijk het gewoon echt niet meer echt. Ja. Maar ik heb wel brokkel gemaakt, sowieso. Tuurlijk. Ik heb is een periode in je Libië dat je gewoon... Ja, toch? Tuurlijk. Je moet kennis maken met die nigga, toch? Fuck, wat gaan we doen? We moeten repeteren samen, man. We gaan, je zit alleen in één kamer, zit je takje met die nigga, toch? Oké. Misschien kun je... Kijk, je zit in je eentje in de kamer met je dikke in je hand, zo je zit. Ik zeg, dat was 38 seconden, denk ik. We gaan nu minimaal voor 1 minuut. Let's go, let's get it. Rondje lopen. Opwarmen, alles. Maar soms hoor ik niks zo, weet je wat grappig is, om aftrekken. Soms hoor ik niks, maar het is een soort standaard ding, toch, vooral Amerikaanse films, dat niks baby lotion heb. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan, man. Dat is cliché, gewoon. Dat is toch raar? Niks gewoon babylotion. Babylotion en. Ja, toch? En zakdoekje. En zakdoekje. Dat is gewoon een cliché, Tori. Wat is dat daarmee? Het is van films, toch? Zogenaamd als je paga gaat slaan, dan zie je vaseline of een zakdoekje of iets. Dat is ook een hele troepje, joh. Is toch niet echt? Een hele troep. Toch? Of niet? Als je dat allemaal moet gebruiken. Babylotion om je. Nee, misschien in Amerika doen ze dat. Zakdoekjes weggooien, dit, dat. Misschien in Amerika doen ze dat met lotion en shit. Daarom is het daar een cliché of zo. Ik heb wel een keer vaseline gezet gewoon om te checken. Voor de verandering toch? Ja, zeker man. Vaseline. Maar niet wat normaal is. Ja man. Voor die geluid gewoon. Nee, niet eens voor die geluid. Zoutenvest. Ja, maar gewoon voor de verandering. Nee, ik heb veel problemen gehad met dat man. Ook wanneer ik ready ben, ik zoek om me heen, ik zie sok, ik gebruik die sok, ik bonk op dan en weg. Ja man. Ja man. Dump op die sok. Ja man. Dus want je kijkt om je heen, je ziet sok, je denkt, deze artief ik direct weg. Ja man. Veel problemen. Ja man, G man. Veel problemen met die dingen dat gaat, man. Ja. Dat zijn raar, man. Zo'n t-shirt offer ik op gewoon, man. Ja, maar ja, man. Nee, jij kent me, man. Welkom bij die team, man. Tik hem aan, man. Jij kent hem, man. Welkom bij die team, man. Dit je gang? Ja, man. Ze hadden allemaal slapen met vieze buik. Ja, man. Hé, hey, zelfs die, hè? Ja, hey, broer, volgende dag is fire, man. Je kent het niet, hè? Volgende dag. G. Ja, man. Want het wordt raar op de haar. Of balletjes worden het is zo. Je kent het wel toch, hè? Je weet precies wat ik moet doen. Kooi, man. Ik was een vieze nigger ook, maar gaat verdwijnen. Ja, man. Die dingen deed ik veel problemen. Komen dit? Yes. Kulas. Yes. Je top 5 Nederlandse artiesten. Nederlandse artiesten. Kulas en Blakka. Mm-hmm. Ja, verder. Kulas en Blakka 2. Nu Nederlands. Ik zit echt te denken, man. Denk erover na. Ik zit echt te denken, man. Wie echt hard is nu? Nee, niet nu. Gewoon altijd. Altijd. Altijd? Ja. Sowieso. Wat is trouwens die Tori met Campy, man? Oh ja. Nee, altijd sowieso Ronnie. Ja. Maar ja, man, die Tori met Campy. Wat is gebeurd eigenlijk? Want ik zag alleen maar wat jij gepost had. Mm-hmm. Ja, dus je weet, ik had een lijn gezet. We hadden een pokkel gemaakt. Maar die pokkel hebben we al... Dus we hebben de laatste pokkel gedropt. Vrijdag hebben we een pokkel gedropt. Maar die pokkel hebben we al misschien een jaartje of een anderhalf jaartje. Dus ik had een lijn erin gezegd. En we hadden het gewoon uit de doos gepakt en we gingen het gewoon klippen. Maar ik dacht er niet twee keer bijna. Maar
Campy zag het een beetje als een, je weet toch? Dus ik had die clip gewoon gedropt, maar ik zie hem gewoon vaak gewoon in de studio. Ja. Hij is gewoon vaak daar. Ik zie hem gewoon af en toe wel, je weet toch? Dus ik zag het niet per se als een diss of zo. Maar hij brachtte mij gewoon op, je weet toch, met Vic. En hij was gewoon een beetje, je weet toch, een beetje van streek, je weet toch? Hmm. Omdat hij het een beetje verkeerd heeft opgevat. Wat zeg je dan? Kon je blakken, je weet wat je zegt. Oh. Nee, maar even snel opnieuw, dan kan ik de hele zin. Je bent backup toch? Hou je uit je glory net als Campy. Hou je uit je? Glory net als Campy. Maar ik weet niet wat die lijn daarvoor is. Oh. Maar wat bedoel je daarmee dan? Weet je zeker, en niet om je, nee. Hou je uit je glory net als Campy. Ja. Dat was het gewoon. Dat is gewoon meer van... Bro, Campy is al... Het is niet van... Campy is kaka of zo. Dat vertel ik hem ook. Het is gewoon van, bro... Campy was gewoon... Je weet toch... Is gewoon die hele mandje. Je weet toch, hij heeft gewoon die ding. Maar hij is nu gewoon rust, bro. Hij is ook gewoon een beetje ouder geworden. Hij is nog steeds bezig met muziek. Maar ja, hij is maar niet je meer... Kan je voor hem begrijpen, zeg maar... Dat je dat je tegen iemand zegt, zeg maar, soort van... Ik kan het wel begrijpen. En daarom heb ik het gepost, toch? Ja. Je weet toch, toen hij me belde... Kijk, ik zeg je eerlijk, niemand praat met mij over mijn teksten of zo. Ja. Die teksten, alles wat ik drop, heb ik zelf geschreven op een moment. Jongen, denk ik, soms, je weet toch, ik heb het gewoon gedropt en hij me gewoon, we hebben gewoon met elkaar gesproken. Je weet toch, hij legde me uit van, je weet toch, hij was wel een beetje boos. Je weet toch, maar ik legde hem ook uit van, je weet toch, ik wilde je niet bashen of zo. En hij heeft me gewoon een beetje uitgelegd hoe het kon. En ik kan me er wel een beetje in vinden, je weet toch. Ja. En toen had ik gewoon met hem afgesproken van, je weet toch. Ik zeg gewoon tegen hem van bro, ik ga gewoon op mijn social media zetten dat het geen diss is. Bro, ik ben niet zo'n boy dat ik stoer hoef te doen of tegen hem hoef te zeggen van broer en dan, ik heb het gezegd en nu dit, dat, bro. Nee. Het maakt me allemaal niet uit, bro. Ik zeg het gewoon, broer, die man is ook ouder en zo dan mij, je weet het, die man is mijn paterleeftijd. Kan je begrijpen wat het voor hem doet als jij zoiets zegt? Jawel, ik kan het wel begrijpen, alleen ik had het niet verwacht. Hmm. Want eerlijk gezegd, als iemand mij dist... Ik zou misschien wel denken van... Maar het was geen dis. Je weet toch? Maar het was geen nee, dis. Nee, was maar geen ik dis, man. Ook als iemand mij dis, ik zeg je eerlijk bro, ik zou gewoon bij mezelf denken van, je weet toch. Maar dat is ook, je weet toch, iedereen gaat anders om met situaties en dat moet ik een beetje leren, je weet toch? Ja. Misschien. Ja. Daar ben ik ook mee bezig. Maar dat zeg ik ook. Deze pokoe is ook al 1,5 jaar geleden gemaakt. Ik heb niks erin veranderd, want dat is die pokoe. Ja. Dat is gewoon die pokoe. Ja. Oké, Nederlandse top 5. Je zei iemand net, toch? Ja, Ronnie, sowieso. Ja. Ja, sowieso, Ronnie. Sowieso ja, Ronnie zei je altijd, ja. QMB op 1. Nee, dan mag QMB mag je niet zeggen, man. Kom op, serieus. Denk, bro, denk na, hij 5. Ja, Ronnie Flex, sowieso. Ronnie Flex, ja. Nee, hij nakt gewoon. Hij nakt gewoon nee, van jou tot 5. Ik was die even vergeten, man. Okay. Boef. Boef? Ja, zeker. Ronnie zeker Boef. Zeker Boef, denk ik wel, man. Voor mij, ik zeg je eerlijk, ik heb KA sowieso echt snel als rijtje wel, man. Ik zeg hard. Je eerlijk. Heel dope. Heel dope. Ja, man. En Lijpen ook. Hij blijft die man, bro. Je weet toch, hij blijft, bro. Ja. Zeker. Nog 2. Lijpen ook. 2 nog? Ja. Oh, jullie beantwoorden samen, toch? Mm. Kerst denk ik. Frenna is ook wel... Ik ben niet per se fan van Frenna. Maar gewoon wat hij doet... Frenna was sowieso all time, in die ja. rijtje. Sowieso. Ja. Sowieso, ja. Blakken jij? Zeker. Sowieso... Dan sowieso Murda Turk. Murda Turk wel echt, je weet toch. Hij heeft gewoon laten zien van bro, maakt niet uit hoe lang je tijd gaat komen. Ja. Hij heeft het echt laten zien, bro, je tijd gaat komen. Maakt niet uit wat er allemaal gebeurt en er is allemaal niks, jouw tijd gaat komen. Ja. Dus Murda, ik blijf het zeggen, overal waar ze me vragen, je weet toch. Kunnen niet ontkennen en zo. Ja. Kerst, jij. Top 5 Nederland. Top 5. Ja, sowieso mijn niggas. Jaga. Blij zijn niet echt. Stop met reclame alsjeblieft. Waarom reclame, bro? Stop even met reclame. Ja, is gewoon, ik hou van dat toch? Dat is wat ik luister. Snap je? Ga niet mijn fucking, lijst beïnvloeden en shit. Snap je? Ik luister naar Jaga. GW14. Wat is dat? Is een jonging van me, hij is heavy.
Hij zit nu vast. Nee. Ik luister gewoon naar echt, hem. Vind je hem echt in jouw top 5 van de hardste rappers van Nederland? Dat is gewoon dat is gewoon wat ik luister, toch? Dat is dat gewoon? Nee, maar dat is geen stress. Oké, doe even je reclame, dan stel ik je de vraag nog een keer. Ja? Waarom doe ik mijn reclame? Waarom? Ja, want dan stel ik je de vraag daarna nog een keer. Wie ga je nog? Luister. Dat is wat ik luister de hele tijd. Nee, ik heb het over je all-time beste. De beste artiesten all-time die jij tof vindt. Niet wat je luistert nu. Shout-out naar die niggas die je luistert nu sowieso. Daar niet van. Ja, maar... Oké. Yves. Yves, Lijpe. Is sowieso in mijn lijst. Maak ik nu ook reclame? Nee, dit is okay. Love geven. Sowieso. Wie luistert? Fresh is echt, vind ik heel erg lekker. Dat hij sowieso, omdat zijn Hollandse flair. Ja. Snap je? Je komt met dure woorden. Is gewoon, ja, dat is gewoon het klinkt lekker in flair. De oor. Snap je? Flair. Nee, hij heeft gewoon die flair toch? Zeg. Weet je nog één keertje? Weet je wie ik echt hard vind? Weet je nog één keer? Steen? Die checkie? Ja, man. Ja, ze heeft net de Eurosong Festival gedaan. Die festival. Maar Oekraïne heeft gewonnen, toch? Huh? Oekraïne heeft gewonnen. Ja, dat is toch master. Maar shout-out naar Steen voor meedoen. Steen, we love you. We zijn hartstikke trots op jou. Heffy. Je hebt gerepresent, voor ons. Haar vind ik echt heffy. Ja. En zou je Pokémon dat doen? Ja, natuurlijk. Ze is heavy, man. Fresco, man. Hard. 5. Ja, man. Hard. Als je zegt altijd... Was je nog die ene keertje? Dat je in de gevangenis was met me belde. En dat je... Kroeks, ik moet lachen, weet je wel. Deze man komt altijd met zijn rare... Als hij in de Jilla zit, komt hij met zijn rare takjes, toch? Hij zegt, ja, okay, je moet eventjes een us voor me fixen. Ik denk, kom je te eerst. Ze luisteren af. Bro, ja, ik weet ze luisteren af. Maar nu, je zet me in een tory. Zeg maar, ik heb nooit vastgezeten, maar ik weet niet hoe jullie praten, wat die code is. Hoe ik de code moet kraken. Die zegt me usp. Ik denk, kom je te usp, bro, man. Ik kom je te usp. Wat is usp, zo? Ja, nou, je moet die usp voor me fixen. En dan zet je die usp bij die keer. En dan... Ja, die usp. Ik denk, wat is usp, bro? Ja, weet je nog, guys? Lang. Dus nu moet je me uitleggen wat USP zeg maar is, zonder die code te breken toch. USP toch, hij zegt USP. Wat zei hij? USP toch. Ik weet niet meer wat hij zei. USB. Die man moet USB, USB. Net zo goed zijn met USB. USB. Yes. Oh, man. Gekke dingen ben jij, man. Jezus, man. Wat zou ik net al zeggen? Mm-hmm. Weet je wat jij moet doen? Mm-hmm. Je gaat me wel een percentage moeten geven. Maar jij moet zeg maar een soort van reality show doen, man. Er moet iemand jou ook 24/7 moet iemand jou volgen. Hoe jij wakker wordt, hoe jij kookt, hoe jij gaat douchen, hoe jij gaat trainen, hoe jij... Alles. De offerte kwam als 25 kop, man. Om dat te doen? Maar dat is wat je moet doen. Mensen betalen, die betalen. Dat moet je doen, man. Ik geloof in het werk, maar cash is something else, man. Cash is echt something else, broer. Je moet nagaan, ik doe met die man ook funny sketches, begrijp je? Is para, hij is een andere, hij is van andere. Ja, maar hij is anders, man. Cash is van een andere wereld. Ik raak niet echt, kijk, laat me eens zeggen. Ik raak niet echt geïnspireerd door Nederland, echt. Waar, niet op de wijze van zo. Maar omdat het is te klein, snap je? Ja. Ik hou van Amerikaanse shit, snap je? Dat is die dingen wat me meer trekt, man. Ja. Snap je? Groter, gewoon groter. Ja, het is anders toch, snap je? Dus elke ding van hun is gewoon een hustle. Ja. Alles, snap je? Alles. Maakt niet uit. Bij hun kan je niet met kikkerboek komen. Nee. Van, Nee, bro, you gotta pay, man. Ja. Wat maar Cash, heb je nog contact met Rari? Bro. Die naast kan hij. Huh? Heb jij nog contact met hem? Ik heb geen contact met hem. Shout out naar Rari. Die man. Rari moet komen naar hier. Hij verkoopt video's. Rari moet komen naar hier. Het zou gek zijn als Rari komt, hè? Wat? Wat voor video's? Rari. Die cameo's. Cameo's, hij verkoopt cameo's.
Bro, die cameo shit is een goede shit, man. Solo, weet je wat ik wil? Ik wil een solo. Ik wil een cameo. Ik wil een cameo. Hij moet een shout-out doen voor Rockworst. Dat willen we. Ja, dat maakt solo, fix dat eventjes. Gewoon. We gaan dat gewoon fixen. Solo, kun je dat alsjeblieft? Ik wil iedereen zeggen, luister, kijk dan. Gewoon. Solo, kun je dat fixen alsjeblieft? Jullie moeten die shit gewoon doen, want eindstand krijgen we de hele tijd DM's. Snap je? Ik ga niet de hele tijd op mijn DM's af van... Hey, kan je een filmpje voor me maken voor die, die is jarig en ja. Die is zo. Ik kan niet op iedereen gaan reageren en alles. Maar als er betaalde verdiensten aan zitten, wil ik best wel mijn tijd. Nee, ik hoor helemaal. Ik hoor helemaal. Ik wil best wel mijn tijd hoor, nemen, want ik hoor, heb andere dingen. Maar is wat hoe je het gewoon brengt. Ja. Ik heb andere dingen wat voorgaan waarmee ik wel. Maar je wilt ook, en je wilt niet zeg maar ook tegen iemand. Want soms zeggen mensen ook, ik heb het ook. Soms zeggen mensen ook van, als de betaling is, zeg maar, dan wil ik ook best wel betalen. Maar je wilt ook niet lelijk een tikkie gaan sturen. Nee, dat is gewoon lelijk om een tikkie te sturen. Maar als je gewoon een systeem, je wilt gewoon correct. Correct. Dat is gewoon cameo. Ik stuur hem echt, man. Ja. Ik stuur die tikkie, man. Ja? Ja, man. Mijn kindje is 7 geworden. Hoe heet die? Ja. Klaar, tikkie erbij, man. Ja, man. Ik stuur hem echt. Get paid. Goudje get... Ja, maar ik stuur hem wel echt, man. Wanneer? Kijk, jij zegt het ook in je laatste album. Van niggas vragen weer om promotie in de ochtend. Dus zelfs die mannen, zeg ik ook. Ja. Je betalen, man. Ja. Ja. Kijk, het is business. Het is jouw business. Als je gewoon bij het team bent, maar gewoon, ik kan je gewoon 20 jaar kennen en jij kan mogen business starten. Ik zeg je gewoon, broer, zet de kosten aan, man. Ja. Bij mij ga je gewoon echt betalen. Cash kan boos worden op mij. Hè. Ik heb ruzie gehad met Cash, weet je hoe vaak? Weet je hoe vaak, bro? Ik post die man zegt mij, no, niet story. In je... Weet je andere shit? Maar weet je waarom, hè? Weet je andere shit? Je verhaal. Feet. Nee, niet verhaal. Je feet. Ja, hij weet de naam. Ja, hij weet de naam ook. Nee, maar kijk. Hij was post. Nee, je bent kaka, je bent niet mijn nikkel. Je zit alleen verhaal, niet in je feet. Nee, maar kijk, maar dat zeg ik je net. Als je bij de team bent, dan zet je het wel, begrijp je? Nee, kijk hier. Ik zeg je niet zo. Kijk, ik zeg je gewoon van... Bro, zet het in je feet. Snap je? Luister. Zet hem in je feed, dan kan iedereen het zien. Snap je? Want misschien is Jantje of Pietje vandaag op werk en hij heeft geen tijd om op je verhaal te kijken. Morgen is het weg. Morgen is het nog steeds op je feed. En als Pietje of Jantje morgen dan wel zin heeft of tijd heeft om naar jouw Instagram te checken, dan ziet hij die tory wel, snap je? En ik maak een pokoe-match en dan wil ik ook gewoon dat iedereen van jou dat ziet, snap je? Als jij erop bent. Maar jij stond op die pokoe. Dat is gewoon... Huh? Stond je op die pokoe? Nee. Of iets, snap je? Als het bij wijze van. Ja. Bij wijze. Ja. Ja. Ja, toch? Gewoon zo. Of zet hem gewoon op je feet. Maar dat is wel een gek, ja. 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 Als mijn nigger dat vraagt iets te delen of iets of zo, hij stuurt me dit ding. Cash maakt ruzie met mij. Cash maakt gewoon ruzie met mij. Nee, je bent kaka, je zet niet op je feet. Is gewoon... Bro. Ja, man. Ik post niet eens voor mezelf. Ik post niet eens voor mezelf. Ja, bij mijn broer, zo gaat dat. Blind. Zo werken we dat uit. Ja. Goudje. Ja. Top 5 Nederlandse artiesten. Nee. Van jou? Want van mij, ik heb gewoon goeie. Top 5, van jou wil ik top 5 mooiste Nederlandse vrouwen. Het is niet per se Nederlands, maar gewoon mooiste vrouwen in Nederland. Zo. Maar waarom geen rappers eigenlijk? Bro, okay, mooiste rappers. Tuurlijk, want ik hoor, ik luister rappen. Dat is de mooiste rappers. Daarna gaan we naar dat. Vrouwen. Ik vind Jolante. Jolante. Cabo. Ja. Ja, man. Er gaan zoveel vrouwen opeens door mijn hoofd, hè. Mooi, zeg je. Mm-hmm. Wat jij mooi vindt. Ja. Ik vind die dame die fitness les geeft, die boeken en zo verkoopt, vind ik een mooie vrouw. Is dat? Shape. Ze speelde ook in goede tijden vroeger. Ze speelde ook... Faya Laurens? Ja, Faya Laurens vind ik wel mooi. Ik wil iemand Faya noemen. Een Faya roepen daarachter. Ja, haar vind ik een mooie vrouw. Ja. Oké, rappers, schatje, je bent saai, man. Ah, Jean, want rappers nu kunnen operaten. Ik dacht dat je nee, maar rappers nu kunnen operaten, toch? Dorin. Wie is dat? Dorin, die met die tatoeages, toch?
Nee. Wat? Fit met Kellys, of hoe heet ze? Dorien? Fit met Kellys. Fit voor Kellys. Fit voor Kellys. Dorien. Nee, fit voor Kellys. Ja? Ik weet niet. Ja, fit voor Kellys, broer. Maar die Dorien. Ja. Ze lijkt op Angelina Jolie, toch? Nee, man. Dorien. Ze is oud, man, dan, man. Oh, je wou over een jonge Nee. Ding Dash, jij hebt wel een top 5 Nederlandse vrouw. Vrouw. Maar laat me eerst maar mijn rappers zeggen. Ik zie dat jij een top 5 hebt. Jij hebt een top 5. Ik heb geen top 5, maar... Maar rappers, maar... Huh? Die kooi! Ja? Dorien. Chantal Jansen is ook... Wie is de mooiste vrouw op deze wereld? Deze wereld, zie je. Dat is anders, man. Dat kan je niet zomaar bepalen. Ik zeg ook op Insta kom ik veel rare dingen tegen, man. Die is, ik heb iedere dag weer de mooiste. Ik weet ook niet waarom Instagram die shit in mijn post zet. Ik ken ze niet eens. Ja, man. Ik zie mijn mensen niet eens wat ik volg. Ja. Snap je? Ja. Ik zie gewoon de hele tijd onbekende shit. Ja. Die ik niet eens ken, snap je? Ja. Dat is wel heel raar, man. Ja. Gewoon als je één vrouw zou moeten zeggen, dat is echt een hele... Gewoon de bekende dan, toch natuurlijk? Ja. Ja, die Colombiana speelt, hoe heet ze ook alweer, man? Sowieso Dana. Ja, toch. Corio. Corio. Ja, sowieso, man. Sorry. Ik vind die vrouw is van Dwayne Wade, hoe heet ze ook alweer? Wie? Hoe heet ze ook alweer? Ik denk, mijn nikker is er niet met zijn laptop, man. Die vrouw van Dwayne Wade, zij is een mooie vrouw, man. Dwayne Wade. Gabriel Union. Oh, je bent op de hoogte. No, maar Nunu man. Ook, mis Nunu. Nunu van die film. Nee, niet van... Power? Ja, Nunu van die kino met dinges toch? Wie? Wie is deze kino ook alweer, man? Nunu. Is het Drumline? Is het Drumline? Drumline. Nee, is het niet Drumline. Maar die dove man. Niemand kijkt. Hij zegt, niemand kijkt dat, man. Ja, maar Drumline. Mensen die drubbel. Heb je dat niet gekeken? Alleen maar die brother. Kaulaar, man. Kaulaar. Oké, maar top 5 Nederlandse artiesten. No cap, jij bent nummer 1. Serieus? Ja, man. Ik heb veel poekjes van jou, je weet toch? Die ik gewoon meer heb. Man. Cash gaat zomaar zo doen alsof Cash gaat zomaar andere namen zeggen. Hier is ook maar mag jij. Maandag hoor ik hem weer. Want die kan je me helpen met deze verse. Ja? Heb ik je ooit gevraagd om me te helpen met verse? Ja? Yusu. Schrijverskamp. Man, die kan niet rekenen. Nee. Brengt jou, hij brengt jou. Ik kill je altijd op track. Oh, ik kill je gewoon altijd. Cash, elleboog. Snap je? Jij hebt mijn elleboog op alle manieren gezien, droog. Gekremd. Deze man, fuck. Wauw, man. Sla dat. Hé, waar is dit, man? Crooks, wat doe ik met deze man af en toe? Kan het slaan, man? Wil je? Waar is het? Wil je eentje? Nee, waar is dit? Ik weet niet hoe die waar is het. Bundaberg. Kroeks heeft ons wel geslagen. Nee, niet naar Bundaberg. Ik wil het zeggen, ik wil ook naar daar, man. Iedereen naar Bundaberg. Bundaberg, goddamn. Oké, 2. Zou dat de band nummer 1 is, man? Dat is lief. Ja. Dat maakt heel veel dingen goed, die Ronaldo-dingen en zo, man. Nee, kappen, man. Fuck, man. G, jij kijkt niet eens voetbal, man. Messi, toch. Maar ik weet dat Messi die man is. Oké, dat is goed. Ik kijk geen voetbal. Sowieso toch, die stem. Ik vind Ems hard. Hard. Ik vind Ems hard. Ja. Inderdaad. Ems is wel sowieso top 3. Ja, zeker. Ja. Ik vond Ems eigenlijk hard vanaf Metro 54, man, die cijfer. Man, daar viel hij me echt op, man, je weet toch. Ik vind Joey AK heel hard. Dom. Joey AK vind ik ultra hard ook. Niet omdat hij hier zit, maar Cash. Want die laatste album, die nieuwe dingen, ja. Ja, toch bro, dat is another level, man. Toch. Mm-hmm. Dat is echt next level. Oké, okay, stop met reclame. Nee, het is geen reclame, bro. Jij kent het verschil ook. Jij weet, ja, ik weet. Begrijp je? Het is er nog niet, maar jij weet zelf hoe die man nu is. Qua dat en dan... Hij heeft weer honger. Ja, en dan, ja, ik weet niet... Ik heb Caliboy te alle tijden, man. Nee, je bent weer reclame. Nee, het is niet reclame, maar... Jij blaast gewoon in de lood. Sowieso. Ik wil het elke dag de blaas sowieso Cali praten. Ik wil niet over Cali praten. Hij blaast wel elke dag Cali. Serieus, laat me wat zeggen. Bij mij is dat echt zo, hè.
ik luister Caliboy ook elke dag, hè. Ja. Letterlijk. Ja, man. En bijvoorbeeld, ik had daar wel een pakje gehad met vechten, maar ik kom ook gewoon met Mario Cash op naar de ring. Ik luister echt gewoon mijn mensen gewoon, man. Ja, ja, ja. Dat is, kijk, bijvoorbeeld als je een pokoe moet kiezen, als je de ring oploopt, dan in diegene je bent, dat is gewoon jouw mannetje, je weet toch? Ja. Ik kom met Mario Cash gewoon op, begrijp je? Ja. Dat is wat ik voel en wat ik luister. Dus dat is wel mijn top 5, man. Gewoon... Real shit. Ja, man. Ja. Eerst een snik. Sven, doe je reclame en doe daarna, zeg maar, je... Heartbeats. Ja, sowieso heartbeats. Top 5 harde Nederlandse rappers, heartbeats. Top 5 Nederlandse rappers. Waarmee, toen ik Romain Riel, vanaf de eerste snikker in mijn mouw. Zee, ja, kiewoze. Romain toonde het op repeat. Jullie kennen dat, die lijn, hè? Vanaf de eerste snikker in mijn mouw. Nee, misschien. Met de poppen vouwen. Met de poppen vouwen. 9 van de 10 MC's belden. We wilden een track. Die was van deze man. Hey Campy. Jay Johnson. Heavy. Ging ik ook altijd luisteren. Mijn baby. Begrijp je? Nee, maar het is meer. Meer. Want ik luister naar iedereen. Ik luister naar... ik luister nooit naar een album. Ik luister gewoon naar... De leiders. Ja. Broers, de simpelste shit. Ja. Wow. Maar het werkt. Begrijp je? Ja. Dus kleine dingetjes luisteren. Dus singles. Ja. Ik luister nooit naar een album. Hmm. Dus wanneer ik een melodie... Het moet alleen een beetje melodie hebben, dan is het een done deal voor mij, man. Maar als je nu in de wakkie zou stappen, zeg maar nu. En je denkt van, ik ga rijden naar Oslo. Welke pokken zou je zetten? Luister nu meer Engels, man. Maar voor Nederlands, als ik in een wagen zou zitten, zou ik... Fellas zetten, man. Ja. De Fellas, man. Je bent ook Benz boy? Wat is dat? Gewoon met Benz. Je hebt Mercedes ook? Dus nee, rijden Mercedes? Het is gewoon puur... Soms zie ik de leven van mijn jongens, van mijn vrienden. Ja. Of van mensen die ik heb opgegroeid, hun rappen gewoon die leven, die lifestyle. Ja, snap je? Dus ik denk dat ik dan ga identificeren met wat ze rappen, denk ik. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus daarom, voor mij de Fellas is de shit, Yves. Ja. Yves. Ja, Yves is koud. Ja, eigenlijk de Fellas, man. Ja, ja, ja. En dan skippen. Die young boy buurtchase van Las. Ja. Ook dope. Dat was met die... Waarom luisterde ik het? Die kinderen luisteren thuis, toch? Ja. Die zetten het op, dan blijft het in je hoofd. Begrijp je? Ja, precies, ja. Hoe hoger de pap, hoe hoger de... Oh, weet ik veel wat de fuck. Ja, en zeg maar, ik doe gewoon mee met die neurie, snap je? Ja, ja, ja. Dus er zijn verschillende dingen die ik luister. Maar van iedereen zo'n beetje, man. Ja. Atje Tambe. Veel verschillende Nederlandse artiesten. Maar ik kan die dobbel gingen ook. Nee. Die dobbel, toch? Die dobbel ging ik ook laatst pompen, die track vond ik dik. Die nieuwe poko, hè? Ja. Hij komt gek. Ja, maar die vond ik daarnaast die showpick. Ja, hij komt heel gek. Ja, hij is sowieso een van de engste ook. Ja, man. Ja, die dobbel luister ik ook. En voor de rest, mijn mat is gewoon, weet je. Ja. Maar dat is ook, je hebt dan een connectie met je vriendenkring. En voor mij, de beste rapper is Jagga, toch? Je kan me niet zeggen van het is niet zo. Hmm. Begrijp je, voor mij de beste. Waarom? Het is misschien een trots, je moet het zien als... Jouw dochter gaat turnen, jouw dochter of je zoon gaat voetballen. Jouw zoon is de beste op het veld, man. Snap je? Altijd. Ja, tuurlijk. En dit is een jongen waar ik echt heb gezien. Je hebt gezien, ja toch? Dus alles wat hij zegt, weet je ook dat... Ja, en dat is het ook meer. Je ziet die film, zeg maar. Ja, Joey luister ik ook. Joey is sowieso hard, hè, nu. Ja, Joey. Vooral nu, hè. Je moet ook bedenken. Biggie Dago luisteren, maar voor mij, dat zijn alle weer... Zie je, nu kom ik weer op dingen, omdat ik zeg Biggie Dago, denk ik gelijk aan Chief. Ja. Begrijp je? Chief, Malconio. Ja. Die mannen, zijn rap is op niveau. Mm-hmm. Begrijp je? Dus woorden, hoe hij die woorden gebruikt in zijn rap is op niveau. Mm-hmm. Chief luister ik ook, dat was ik ook vergeten, man. 100-100, man. Mm-hmm. Ik vind hem een van de beste zelf, man. Ja? Ja, man. Zou je hem in die top 5 gooien? Dat is, ik luister naar singles toch. Als ik een top 5 ga maken, dan moet ik echt luisteren naar je album. Ja. Kijk hoe sterk je album is. Mm-hmm. Hoe sterk maar is gewoon op basis album? Op jou, op basis van wat jij zeg maar. Ja man, hij zit er sowieso in. Ja. Joey zit er ook in. Ja.
een paar vertreks voor jou luisteren. Kijk, dat is moeilijk, man. Het is echt van wat ik hou. Het is moeilijk om uit te leggen. Welke van... vibe je zit op. Ja, man. Dit is echt de vibe, man. Ja. Maar ik heb... Bendo. Je bent... Bendo is daar. Eén vraag aan jou, man, bro. Chop je billen. Je bent niffen van, John. Kom even snel in de mic. Je bent niffen van John en je chop geen billen? Nee, man. Ik chop geen billen, man. Hoezo niet, bro? Het is niks voor mij, man. We zijn vegan, boys. Vegan? We eten geen vlees, man. Heb je geen diamonds? Laat me iets testen. Nee, ik heb geen diamonds, man. Hij is vegan van mij. Oké, scherp, gootje. Ik hoop van dat. Scherp, gelijk. Ja, gelijk. Ik ben direct, man. Maar sowieso, ook al komen we met diamonds, ons ga je nooit catchen, man. G, maar vlakke. Er komt een dag dat ik opeens achter je sta waar je show hebt. En dan zeg ik je, ai. En die dag gaat komen. Bro, als we dragen, dragen we serieus, bro. Gekregen, nou, als we dragen, dragen we serieus, bro. Heb je allemaal nog gecatcht die nep hadden? Wauw. Ja, man. Maar die zet je niet uit? Ja, ik heb er een paar uitgezonden. Nooit? Ja, nee, man, echt. Geen rappers? Nee, ik kreeg zelf bedreigingen, man. Ja. Maar niet van rappers? De rappers heb ik nog niet lekker in gecatcht, man. Kijk, ik was echt op Doughboy, was ik, hè. Ik zie hem. Doughboy is sowieso Aina. Nee, maar... Dat is voor een snoep, joh. Dus ik weet niet, iets zegt tegen mij, ik moet het... Doughboy heeft Cartier in de scene gebracht. Nee, maar het gaat om zijn ketting. Van Cartier, weet je, het gaat om. Kijk, die diamanten, begrijp je? Wat? Broer, ik zeg je. SWMG begon taanten. Bro. Ja, Jan sowieso. Nee, hij kwam met Dita. Hij kwam met Dita, bro. Volgens mij was Jan al. Maar broer, ik zeg jullie eerlijk, boys, je weet toch? Shout-out naar die boys van SBMG sowieso. Ja. Maar Doughboy heeft gewoon Barky Millie streams gehaald. Ja, tuurlijk. Met die pokoe Cartier. Ja, dat is sowieso... Legendary. Ja. Je weet toch? Tuurlijk. Sowieso shout-out naar die andere boys. Maar broer, je kan me niet zeggen van die SBMG niet daarop. Maar bij mij ging het niet daarom. Bij mij ging het gewoon... Ik ben bezig met een programma. Begrijp je? Goed, ja. We zijn aan het... Begrijp je? Want wanneer je het bericht stuurt... Komt goed. Ik zie je wel. Op een gegeven moment, na twee keer, dachten we, weet je wat, we gaan het anders nu doen. We gaan je nu zoeken. Alle onderduikers gaan we vinden. Ah, op die manier. Ja, toch, man. Ja, toch. We catchen je. Gewoon waar je denkt, hè? Je denkt, 5 minuten voor iemand gaan optreden. Ah, kom even snel hier, maar HBTV. Mm-hmm. Boys, ik wil jullie bedanken, man. Hè? Goed zo, Randje. Rond je hem af. Ja, man. Oké, okay, nog kort. Ongemixed, ongemasterd. Ja. Rof en rij. Ik wil jullie bedanken, man. Ja, okay. Van het master. Je bent niet blij? Jawel, man. Is niet genoeg? Ja, maar is het niet gewoon. Is het niet master? Is Splash voor Stabaka? Heb je naar je zin gehad, Kilos? Jazeker, man. Dat is gezellig. Ja? Man. Ja, man. Lekker jij? Nee. Vond je het master? Sowieso. Nee, zeker, ja, nee. Ik wil het eigenlijk wel hebben nog. Over? Wie draagt de New Wave? True. Jullie zijn zeg maar in die nominering. Sowieso. Jullie zijn in die nominering. Shout out naar Siggy Antonio. Siggy, wie is dat? Siggy, wie is dat? Een young boy. Siggy. Ze zijn van Siggy en... Siggy is getekend bij Top Notch. Ja, Siggy en Dins. Ik wou het zeggen. Is Antonio erbij. Siggy Antonio noem ik hem. Ik weet niet hoe hij heet. Maar... Siggy en Dins. Ja. Ik ga hem nu afsluiten. Boys. Daarna zie ik je buiten. Daarna ga ik naar die wacht. Nee, maar boys. Grinden. Grinden. Want alles in deze... elke prijs in onze wereld... is elke prijs die wij krijgen is een prijs zeg maar met houdbaarheidsdatum. Dus die prijs is maar eventjes. Je moet weer een nieuwe prijs hebben. Je moet weer een nieuwe prijs hebben. Snap je? Mm-hmm. Snap je? Ik wil jullie bedanken. Kulas en B. Dat is hard, man. Fik 9 in de back. Shout out naar jou. Fully Dior weer natuurlijk. Hey, Fik. Hij is lusso, hè? Hij is al lang naar Rotje, joh. Hij is al lang naar Rotje, joh. Ja? Hey, zo. Sven. Ik wil je bedanken. Ja, maar dat is al zo achter. Alleen maar liefde. Dankjewel dat je bent gekomen. Met al je goud en al je... Wat is dat? Rosé is dat? Huh? Ja, man. Rosé, de mannen zijn over Rosé. Ricky Rosé. Nou. Laat dat je ons ook hebt laten komen, bro. Ja? Mag ook gezegd worden. Thanks, ja, sowieso. Zeker, man. Sowieso, maar alleen maar liefde. Goudje. Ja, broer. Shout out naar jou met je Esco. Hoe lang moet je Esco in je haar doen? Ik heb geen Esco. Dit is gewoon krullen, man, broer. Bro, nee, jij moet Esco. Ik ben half Duits, broer. Dus hebben sowieso gelaten. Jij moet Esco doen, lang. Nee, man, dat is je hoofdtijd begint te branden en zo. Dat is drogba, man, broer, man. Drogba. Dat is veel street met drogba. Ja, ik heb die lines nog steeds. Cash, dankjewel dat je bent gekomen. Ja, man, thanks dat ik mocht komen, man. Alleen maar liefde. Ik vond het gezellig, ik vond het master. Het is weer een leuke episode. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Alleen maar liefde, alleen maar love, alleen maar... Oh, moet ik kon je. Boys, jullie ook allemaal bedankt. Laten we een beetje gaan klappen. Alleen maar hartjes.